Eerste hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Eerste hoofdstuk, De Uitvinding van Schipper van Halen. In het begin van de 17e eeuw was de scheepsbouw en bijgevolg de zeevaart nog niet zo heel volmaakt. Enkele knappe mannen onder de zeevarenden hielden zich echter ook toen reeds met het verbeteren van de scheepsbouw bezig en trachten die zo te wijzigen dat de vaartuigen meer weerstand kregen, zonder daarom nog van hun gemak iets te verliezen. Op die wijze kwam een onze landgenoten, met name Pieter van Halen, ertoe een vaartuig te bouwen dat oneindig veel sneller voer dan ieder ander schip uit die tijd. Maar, zoals het meer met nieuwe uitvindingen gaat, geen mens gaf hem zijn vertrouwen. Geen matroos, geen stuurman wou met zijn nieuw gebouwd vaartuig in zee gaan. Ofschoon hij eerst als gewoon zeeman en later als een uitmuntend kapitein in de hele republiek een grote naam had gemaakt. Pieter van Halen was de zoon van een scheepstipperman te Rotterdam. In zijn jeugd had zijn vader hem zijn eigen handwerk geleerd. Hij maakte zich de scheepsbouwkunst in alle onderdelen eigen, voor zover men het toen in dat vak gebracht had. Pieters scherpzinnigheid en nadenkende geest ontdekte al heel gauw dat de kunst van zijn vader, evenals die van andere meesters in het vak, enkel rustte op de navolging van oude voorschriften en raadgevingen, die men voor doelmatig en nuttig hield, en waarvan men, door eigenzinnigheid en gedeeltelijk uit traagheid, niet wou afwijken. Ieder schip werd volgens die oude vorm en die ouderwetse inrichting gebouwd, en niemand zou zijn leven en zijn vermogen aan een anders gebouwd vaartuig toevertrouwd hebben. Pieter merkte allerlei gebreken nog duidelijker op toen hij, na volbrachte leertijd, deels uit nieuwsgierigheid, deels omdat hij twist met zijn vader over zijn nieuwe denkbeelden gehad had, op een Rotterdams schip als matroos en scheepstimmerman een reis naar Guinea meemaakte. Daar het hem evenwel aan de nodige kennis van wiskunde en andere wetenschappen ontbrak, zon hij vergeefs op een middel om het erkende kwaad te verhelpen. Toch wanhoopte hij niet eenmaal dat middel te vinden. Het stond bij hem vast dat, door een andere vorm aan de romp van het schip te geven, en door een verstandiger en doelmatiger inrichting van masten, zeil en touwwerk, een allerbelangrijkste verbetering zou teweeggebracht worden. Na zijn terugkomst verliet hij zijn vader en vertrok naar Leiden om er in de natuur en wiskunde te gaan studeren. Maar hij bezat daarvoor niet eens de nodige middelen, want het loon, bij het afmonsteren ontvangen, was nauwelijks voldoende om de nodige boeken, werktuigen, papier en kleren te kopen. De ijverige jongeman wist echter al spoedig iets te vinden om in deze nood te voorzien. In zijn vrije tijd maakte hij modellen van schepen in het klein, zoals die toen vrij algemeen tot sieraad op grote handelskantoren werden gezien, en die er tot in de minste onderdelen volkomen als grote zeeschepen uitzagen. Ze bleken bijzonder in trek, zodat hij herhaaldelijk er enige in deze of gene grote zeeplaats tegen een flinke prijs van de hand wist te doen en dan weer een poosje onbekommerd kon leven. Terwijl hij nu met ijzeren volharding zijn studieën voortzette, trachtte hij, met behulp van de verkregen kundigheden, de gebreken nader te onderzoeken van het handwerk dat hem geleerd was. Eerst nu pas ging hem een licht op voor zijn geest, en volle 6 jaren bracht hij onder gestadige werkzaamheid in nadenken en onderzoek door. Langzamerhand stelde hij het model van een zeeschip samen, voor welks vorm hij gebruik gemaakt had van alle hulpmiddelen waarover hij, door zijn vroeger beroep en zijn later verworven kundigheden, kon beschikken. Hij bestudeerde zelfs de lichaamsbouw van verscheidene zeedieren, om daaruit nuttige lering te trekken. Ja, men wil dat hij bepaaldelijk het lichaam van de snoek tot voorbeeld zou genomen hebben bij het bouwen van zijn schip. Hij zou namelijk zijn metingen, waarnemingen en uitkomsten betrekkelijk de bouw van deze vis in dezelfde verhouding op een grotere vorm toegepast hebben. Hoe hij dit alles gedaan heeft, heeft hij niemand gezegd, maar bij de uitvoering van het model in het groot had hij nauwkeurig iedere kleinigheid opgegeven en met gestrengheid op een zorgvuldige uitvoering aangedrongen. Het ontbrak onze Van Halen echter nu nog aan het voornaamste om volgens zijn model een goed vaartuig te bouwen, namelijk aan geld. Ook dit evenwel hoopte de ondernemende jonkman zich te verschaffen.
als hij maar deze of gene rijke koopman kon overtuigen van het nuttige en doelmatige zijner uitvinding, zo meende hij, dan zou er op enige duizenden niet gezien worden. In het begin paste hij er zorgvuldig op dat niemand iets van zijn model met de plannen tot uitvoering, schetsen, tekeningen en alle mogelijke becijferingen te zien kreeg. Alleen vertelde hij dat hij een schip van nieuw fatsoen wou bouwen, het welk in half de tijd en met een derde deel van de gewone bemanning een reis kon afleggen en dat toch evenveel, zo niet meer, laden kon dan een gewone Oost-Indië-vaarder. Maar overal waar hij dit vertelde, noemden ze hem een geestverdrijver, een gek. En in plaats van naar hem te luisteren en de gewenste ondersteuning te geven, kreeg hij enkel spot en verachting. Op die manier kon het dus niet gaan, dat zag hij zelf wel. Nu wou hij de mensen door zijn berekeningen overtuigen en bewijzen wat hij zei, door zijn ontworpen plannen en schetsen te laten zien. Dit was een gevaarlijk ogenblik in het leven van Pieter van Halen, want als maar één vernuftig en ondernemend man van zijn argeloze mededelingen misbruik had willen maken, zou voor hem het resultaat van zijn jarenlang werken en nadenken ineens verloren zijn geweest. Maar geen enkel koopman deed zich op, en de scheepsbouwmeesters, van wie men het oordeel over zijn ontwerpen had ingewonnen, schimpten zelfs nog erger op hem en zijn zaak dan de kooplui, en niet één wou er zich mee inlaten. Van Halen werd nu wel niet bepaald moedeloos, maar de lust verging hem toch om aan iemand verder zijn uitvinding mee te delen. Het liep hem echter niet helemaal tegen in de wereld. Een rijk Amsterdammer had hem leren kennen en bood hem een plaats als kapitein of schipper, zoals men toen zei, op een van zijn koopvaardijschepen aan. Hij maakte er evenwel de voorwaarde bij, dat Van Halen zich op zee niet met zijn nieuwe denkbeelden zou inlaten, maar zich met alle ijver van zijn taak als schipper zou kwijten. Deze beloofde dat, maar 's nachts smokkelde hij zijn model en al zijn gereedschap binnenboord en al heel spoedig daarop ging hij naar Oost-Indië onder zeil. Voor zo'n bekwaam man hield het besturen van een schip niet veel moeilijkheden in. Aan de Kaap de Goede Hoop reeds schreef de commies de reder een brief vol lof over de nieuwe schipper en verklaarde dat zijn patroon geen gelukkiger keus had kunnen doen. Van Halen nam gedurende de reis niet alleen de proef op verscheidene van zijn stellingen, maar hij deed ook ondervinding en nieuwe kundigheden op. Een man, zo scherpzinnig als hij, ontdekte al heel gauw het nadeel dat de toenmalige wijze van handel drijven had, en er was op allerlei middelen bedacht om ook hierin verbetering te brengen. Pijnlijk ook deed het hem aan, gedurende de reis de ellende te zien van zo'n groot aantal manschappen in de enge ruimte van een gebrekkig ingericht vaartuig opgesloten. O, zijn schip, zijn arbeid en denken zou eenmaal in dat alles verandering brengen. In de godsdienstige stemming waarin Pieter van Halen toenmaals leefde, begon hij zijn werk van lieverlede te beschouwen als door God hem ingegeven, om er het leven van honderden, ja, duizenden door te redden, dat tot nog toe nutteloos verspild werd. Onwrikbaarder dan ooit stond het nu bij hem vast, dat hij alles moest aanwenden om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Hij bespoedigde de vaart van zijn schip zoveel hij maar kon. Het geluk was hem mee, en zo had hij de zeldzame voldoening reeds na een tocht van 10 maanden voor de ree van Jakarta, het latere Batavia, het anker te kunnen werpen. Door die buitengewoon voorspoedige reis was de cargador in staat alle voordeligste zaken te doen, en na een verblijf van maar 9 weken in Oost-Indië konden zij de terugreis alweer beginnen. Ook deze ging niet minder voorspoedig, totdat ze in de nabijheid van de Hollandse kust kwamen. Het was in de herfst, en dus in een tijd dat storm en springvloeden samenwerken om het voor de scheepvaart dubbel gevaarlijk te maken. Maar als zeeman scheen Van Halen gelukkiger dan als uitvinder, en ondanks storm en dwarrelwinden wierp hij, zonder averij gekregen te hebben, het anker voor Texel na een reis van 20 maanden. Deze tocht baarde groot opzien en bracht de reder een viervoudige winst aan. Bovendien was Van Halen in de gelegenheid geweest aanmerkelijke verbeteringen aan zijn uitvinding toe te voegen. Hij had namelijk enige Oost-Indische boten gezien, die zo snel zeilden, dat zij in vlugheid de tegenwoordige stoomboten zelfs overtroffen.
bouw en inrichting van die vaartuigen met al hun zeil- en touwwerk waren door hem bestudeerd en het resultaat van die studie was zeer aan zijn uitvinding ten goede gekomen. Toen eindelijk het schip gelost was, werd Van Halen verzocht op het kantoor te komen om er zijn loon in ontvangst te nemen. Er lag voor hem 3000 gulden in blinkende Hollandse dukaten. In gedachten bekeek hij het geld. Zou het voor de uitvoering van zijn plannen wel voldoende zijn? Met weemoed moest hij erkennen dat de ijverige werkzaamheid van bijkans 2 gevaarvolle jaren hem maar een klein beetje dichter tot zijn doel had gebracht. De koopman zag Van Halen met bevreemding aan. Hij dacht dat deze niet tevreden was met de betaalde som. Ja, hoor eens, schipper, zei hij daarom, voor deze keer blijft het bij het bedongen loon, maar in het vervolg zal ik je bij elke reis wel zoveel geven, dat je tevreden wezen zult. De schipper hoorde het niet. Het is nog niet half genoeg, zei hij als in een droom. Wat? Nog niet half genoeg? Riep de koopman verschrikt, want aan de ene kant zou hij de man niet graag uit zijn dienst zien gaan, maar anderzijds had hij ook weinig lust om het loon tot het dubbele te verhogen. Nee, ik moet nog veel meer verdienen, zei Van Halen, nog altijd in gedachten. Maar hoeveel wil je dan hebben? Vroeg de reder. Ik ben niet ongenegen je meer te geven, omdat je een bruikbaar man bent. Intussen was Van Halen weer tot de werkelijkheid teruggekeerd. Hij kon zich maar niet begrijpen waarom hem uit eigen beweging verhoging van loon werd aangeboden. Daarom vroeg hij wat de reder daarmee bedoelde. Wel, was het antwoord, je zegt dat het niet genoeg is, wat ik je voor de laatste reis heb uitbetaald, maar ik zou je, als het kan, toch wel in mijn dienst willen houden. Zeg dus ronduit hoeveel loon je verlangt, dan zullen we de zaak zien te schikken. Op dit ogenblik kwam juist de cargadoor binnen, die heel veel met schipper Van Halen op had. Hij had toevallig de laatste woorden van de patroon gehoord en gaf de schipper een knipoogje, om hem te beduiden dat hij maar stoutmoedig vragen moest. De man was echter veel te bescheiden en ook te onpraktisch om hiermee zijn voordeel te doen. Hij zweeg dus en wist niet wat hij antwoorden zou. Maar juist door dat stilzwijgen werd de reder nog meer in zijn vermoeden versterkt dat de schipper met alle geweld uit zijn dienst wou gaan. Dit maakte hem evenwel hoe langer hoe onverzettelijker in zijn begeerte om hem bij zich te houden. Probeer jij toch eens of je die stijfkop niet overreden kunt, zei hij daarom tegen de cargadoor. Hij wil met alle geweld weglopen. Een ander heeft hem zeker meer geboden. Maar wat een ander doen kan, dat kan ik wel dubbel. Ik wil hem 6000 gulden voor de reis geven als hij blijft en behalve dat nog het 6e gedeelte van de zuivere winst. Daar kan hij geloof ik toch tevreden mee zijn, zelfs al diende hij bij de duivel. Ja, dat geloof ik ook, zei de cargadoor. Van Halen's hand in die van de reder leggend. Toen maakte hij ogenblikkelijk een contract op, dat door de reder ondertekend werd. Ook Van Halen ondertekende, maar helemaal werktuigelijk. De cargadoor zette er als getuige, toen ook zijn naam nog onder, en zo kreeg onze schipper door een misverstand het vooruitzicht om binnen een jaar een welgesteld man te wezen. Maar eerst toen hij met de cargadoor het kantoor verlaten had, werd de zaak hem volkomen duidelijk, en dankbaar schudde hij zijn vriend de hand, die zo goed voor zijn belangen gezorgd had. Van Halen had thans allerlei wensen. Nu het schip toch afgetakeld en hersteld moest worden, verzocht hij de reder om enkele wezenlijk nuttige veranderingen in het geheel te maken. Maar, jawel, hier ondervond hij al dadelijk een hardnekkige tegenstand. Wel liet de patroon dadelijk een scheepstimmerman halen, om met de schipper over de voorgestelde veranderingen te spreken, maar de baas, die al vroeger met Van Halen, naar aanleiding van diens uitvindingsplannen aan de stok had gehad, wilde ook nu van al die nieuwigheden niemendal weten. Maar, beste vriend, je begrijpt de schipper geloof ik niet, zei de cargadoor. Zus wil hij het hebben, en zo zou hij dat graag zien. En nu herhaalde hij precies hetzelfde, wat de kapitein al beweerd had, maar liet de man ongemerkt een paar goudstukken in de hand glijden. Nu, dat hielp. Ah, zo, schipper, was dat uw bedoeling? Zeker, zeker, dat kan best, heel best, hoor. En dat andere zo? Nee, maar dat lijkt me een prachtige verbetering zelfs toe. Kortom, het scheen dat de scheepstimmerman opeens een heel ander licht over de zaak was opgegaan, en de schipper behoefde zich verder heus niet ongerust te maken, alles zou precies volgens zijn opgave veranderd en verbeterd worden, daar kon hij op rekenen. Maar schipper, vroeg de reder, toen de timmerman weg was, heb je dan je plannen voor een nieuwe scheepsbouw nogal niet opgegeven?
Hoe zou ik het kunnen? Zei Van Halen langzaam en ernstig. Dan had ik immers zelf getoond dat ze niets waard waren. Hoor eens, schipper, antwoordde de koopman, je bent een knap gezagvoerder, maar neem me niet kwalijk, als scheepsbouwmeester deug je niemendal. Neem dus een goede raad van me aan, en die is? Zet al die geleerdheid uit je hoofd, leef alleen voor je beroep, en als je nog een paar reizen gedaan hebt als de eerste, dan ben je een rijk man. Ja, dat is zo. En dan? Wel nu, en dan, vroeg de reder verrast. Dan ga ik mijn denkbeelden verwezenlijken, bouw volgens mijn eigen ontwerpen een schip en steek ermee in zee, zo waar als ik Pieter van Halen heet. God zij je genadig, en ieder die met je mee mocht gaan. Ik gaf geen gulden voor het leven van jullie allemaal. Van Halen glimlachte en ging heen, vast overtuigd dat men later wel eens anders over zijn uitvinding zou oordelen. Wat zijn tweede reis aanbelangt, die was nog voorspoediger dan de eerste. Hij werd beroemd door de gehele republiek, en zelfs de hoge regering deed hem de schitterendste aanbiedingen, wanneer hij maar in 's lands dienst wilde overgaan. Doch ja, dan had hij zijn plannen moeten opgeven, en dat? Nee, dat nooit. Als commandeur van twee schepen ondernam de kloeke zeeman weldra een derde tocht naar Oost-Indië. Daar aangekomen kreeg hij vervolgens het opperbevel bij een tocht naar China en Japan. Na 2,5 jaar keerde hij weer naar Holland terug, en, in weerwil dat wij met Spanje in oorlog waren, kwam hij met rijk beladen schepen, behouden en wel, in Amsterdam binnen. Zijn naam als zeeman was door deze tocht nog groter geworden dan vroeger. Zowel door de Oost-Indische Compagnie als van regeringswegen werden hem opnieuw de schitterendste aanbiedingen gedaan. Maar niets mocht baten. Hij verliet de dienst van zijn reder, die door hem grote sommen verdiend had, en ging van Amsterdam naar Vlissingen, om er zich geheel aan zijn uitvinding te wijden. Hij richtte een werf op en nam bekwame timmerlieden in zijn dienst, die hij zelf onderrichtte hoe hij het schip gebouwd wilde hebben. Ofschoon verwonderd over de vreemde vorm van het nieuwe vaartuig, werkten de mannen er toch met ijver en opgewektheid aan, omdat ze nog nooit zo goed betaald waren. Van Halen was er zorgvuldig op bedacht, dat alles nauwkeurig en goed werd bewerkt. Geen plank, geen stuk hout, ja, zelfs geen spijker werd aan het schip gebruikt, die niet van tevoren door hem in orde was bevonden. Zo ontstond langzamerhand een vaartuig, waar geen enkel ander schip uit die dagen in vrijheid van vorm mee vergeleken kon worden. Maar ieder bekeek het met wantrouwen en vooroordeel. Zo'n lage, spitse romp, en vooral zo'n vreemde kiel hadden ze nog nooit gezien. En dan zo helemaal zwart, met alleen zo'n witte streep. Dat alles had zulk een ernstig aanzien, dat de nieuwsgierige zeelui het vreemde vaartuig de doodkist noemde. Eindelijk was alles gereed en zou het schip van stapel lopen. Geen mens echter durfde zich op het dek te wagen dan hij zelf en de weinige matrozen die hij ten laatste voor een goede beloning had weten te bewegen en behulpzaam te zijn. Maar toen het fraaie vaartuig onder vreselijk schuimen en spatten te water liep, behaalde hij al een halve overwinning. Want even diep als de voorsteven in de golven dook, even krachtig verhief het schip zich weer en gleed toen vogelsnel over het kalme water heen. Van Halen's gezicht straalde van geluk, want nu wist hij dat zijn berekeningen juist waren geweest. Binnen 14 dagen lag het schip opgetakeld en van al het nodige voorzien ten anker. Nu nog matrozen aangemonsterd, en alles was in orde. Maar ofschoon hij daartoe zelf de tavernes bezocht, waar hij wist dat zeelui kwamen, en een dubbele gage aanbood, geen enkele zeeman wou zich op die doodkist wagen. Nu had Van Halen het vaartuig zelf wel een mooier naam gegeven en het de Vlugge Christina gedoopt, maar bij al de kustbewoners was het niettemin onder de sombere naam van de doodkist bekend en berucht. Op zekere dag, toen hij, na reeds in 3 zeemansherbergen vruchteloze pogingen aangewend te hebben, de 4e taveerne binnentrad, hoorde hij opeens uitroepen, wel heb ik van zijn leven, Kees, Klaas, Gerrit, zeg, is dat schipper Van Halen niet? Van Halen keek verrast op en zag nu aan een van de verste tafeltjes 4 van zijn vroegere matrozen zitten. Dadelijk gingen er naartoe met een vrolijk, zo jongens, hoe maken jullie het? Patentschipper, nam Kees voor allen het woord.
We hebben het nog zo vaak over u gehad, niet waar, maats? Zei Gerrit. Maar we dachten dat u al lang in een deftig huis op de Keizersgracht woonde en van eenvoudige matrozen wel niet meer weten wou. Integendeel, de matrozen willen niets meer van mij weten, naar het schijnt. Ei, kom, schipper, nu spot u een beetje. Nee, waarimpel niet, het is de zuivere waarheid. Al een week lang loop ik de ene taverne in, de andere uit, om volk aan te monsteren voor het nieuwe vaartuig dat ik gebouwd heb. Maar geen mens heeft lust om met mij in zee te gaan, ofschoon ik tweemaal zoveel gage geven wil als een ander. Hoe is het mogelijk? Dubbel loon, een nieuw schip. En welk vaartuig is het? Misschien hebben we het al gezien. De vlugge Christina. De doodkist, riepen alle verbaasd. Ja, neem ons niet kwalijk, schipper, nam Kees het woord, maar zo noemen ze het ding hier allemaal. Jawel, ik weet het, jongens, van kwalijk nemen is dus volstrekt geen sprake, maar jullie kent me, jullie zult er dus zeker niet op tegen hebben om aanstonds het vaartuig eens met me te bekijken. Nou, schipper, het is wel omdat u het bent, zei Gerrit, maar een ander kreeg mij niet aan boord, zelfs voor geen 2 realen van achter. Ook de overige 3 verklaarden dat ze, uit oude betrekking tot verhalen, wel eens mee wilden, maar dat een vreemde ze voor geen geld aan dek gekregen had. De 4 matrozen verlieten nu met hun vroegere schipper de herberg, en een kwartier later waren ze aan boord van de vlugge Christina. Van Halen liet hun alles zien, legde het voordeel van de vreemde bouw en van iedere nieuwigheid uit, en eindelijk slaagde hij erin het viertal voor een zeereis aan te monsteren. Weet je wat, jongens, zei hij nu? Ik heb al genoeg ondervonden dat geen enkel Hollands matroos die mij niet kent in mijn dienst wil komen. Doe jullie nu eens je best dat ieder van je 5 matrozen aanwerft. Hier heb je geld, reis daarvoor naar Amsterdam en andere zeeplaatsen en kom binnen een paar weken de uitslag van je pogingen meedelen. Zo werd nu afgesproken. Een stuurman dacht Van Halen zelf wel te vinden, maar toen ook voor die betrekking na veel moeite zich niemand ter beschikking wilde stellen, besloot hij bij zijn bloedverwanten eens rond te zien. Misschien zou er wel een zoon van een zijner beide ooms lust hebben, dacht hij, om onder zijn leiding de stuurmanskunst te leren. Hij reisde dus naar Rotterdam. 17 jaren was zij uit het ouderlijk huis vandaan geweest. Nu kwam hij er terug als een bezadigd, bijna onbekend, vermogend man. Zijn vader was nog in leven, maar met de lichaamskrachten waren ook de geestvermogens van de grijsaard afgenomen. Hij was blij over zijn knappe zoon, maar lachte onverschillig over diens daden en voornemens. Pieter vond hier alles in welstand, maar hij voelde zich thuis als een vreemde. De beide zoons van zijn oom Kasper bleken gestorven, en omtrent zijn oom Boudewijn vernam hij, dat hij met zoon en dochter sinds jaren naar het Noord-Brabantse dorpje Oosterhout vertrokken was. Pieter besloot nu daarheen te gaan, om zijn oom op te zoeken. Hij kocht een paar pistolen, want de wegen, vooral in Noord-Brabant, waren destijds heel onveilig, en ging reeds de andere morgen op reis. Het einde van hoofdstuk 1. Tweede hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Tweede hoofdstuk, De Aanslag in het Bos. Het reizen in de 17e eeuw was allesbehalve gemakkelijk, en Van Halen was dus doodmoe, toen hij, pas tegen de avond van de tweede dag, behouden in Oosterhout aankwam. Hier informeerde hij dadelijk naar Boudewijn van Halen, zonder erbij te zeggen dat dit een bloedverwant van hem was. O, die vrek, zei er een, die woont hier al lang niet meer. Vrek, riep een ander. De chirurgijn is zo arm als Job. Het mocht wat, liet weer een derde zich horen. De man is het dorp uitgegaan, juist omdat hij bang was met al zijn geld onder de mensen te wonen. Maar waar woont hij dan nu? Vroeg Van Halen, die door al die tegenstrijdige berichten niet veel verder kwam. O, als u deze weg inslaat, zei een van de boeren, dan bent u er in een uur. Dank je. En onze schipper liep alweer door, in de hoop het huis van zijn oom nog voor het helemaal donker was te bereiken. Maar denk erom, sinjeur, het bos is bij avond niet pluis, riep de boer hem nog achterna. Doch Van Halen hoorde het al niet meer. In weerwil van zijn vermoeidheid stapte hij stevig door, om toch maar zo gauw mogelijk aan het doel van zijn tocht te zijn. Vreemd kwam het hem voor, hoe zijn oom, die toch chirurgijn was, ertoe komen kon om zo eenzaam te wonen.
zouden die boeren toch waarheid gesproken hebben? Zou de man werkelijk zo'n gierigaard zijn? Maar ja, nu herinnerde hij zich toch ook wel, van jaren geleden, dat oom Boudewijn onder de overige bloedverwanten wel eens van schraapzucht beschuldigd werd. En dan? Had hij niet eergisteren nog gehoord dat oom naar elders was gegaan, omdat hij te duur was, waardoor hij het in Rotterdam niet langer houden kon? Gaandeweg werd hem nu alles duidelijk. Oom Boudewijn was al zo een vrek. Hoe zou de ontvangst dus wel zijn? Hij stelde er zich weinig goeds van voor, en toch, hij had honger als een paard. Het begon hem al te berouwen dat hij maar niet tot de volgende morgen in Oosterhout gebleven was, te meer omdat hij bij iedere voetstap al sterker zijn vermoeidheid voelde. Het liep dan ook verbazend zwaar in het Mullerzand. Zou er geen herberg aan de weg zijn, dan moest hij daar maar overnachten. Maar nee, niets dan bos aan weerskanten, en nu had hij toch mogelijk al een half uur gelopen. Maar zie, toen hij zijn hoop reeds had opgegeven, zag hij opeens aan de linkerzijde van de weg een huis tussen de bomen, en waarlijk een houten voerbak ervoor, het was dus een herberg. Van Halen stapte, zonder enig aarzelen, naar binnen. De zon was inmiddels sedert enige tijd ondergegaan, maar in de gelagkamer was toch nog geen licht op. Er heerste dus een zware schemering, maar de schipper kon bij het raam niettemin de omtrek van een vrouwenfiguur onderscheiden. Goedenavond, moedertje. Kan ik hier ook logies bekomen voor de nacht? Zeker, zeker, sinjeur, maar laat ik gauw even licht maken. Ik zat wat te schemeren, weet u, riep de vrouw met een schelle stem. Ziezo, dat is alweer afgelopen, en met die woorden nam ze haar plaats weer in. Van Halen had nu alle gelegenheid haar eens goed op te nemen. Het was een lomp, grof vrouwmens, met kleine, loerende oogjes en een brutale neus, die vinnig naar beneden boog. De haren hingen haar slordig in het gezicht, en ook haar kleding was verre van zindelijk. In de brede, enigszins scheve mond hield zij een tabakspijp geklemd, een kan bier stond voor haar, waarmee ze onder het praten voortdurend haar dorstig keelgat besproeide. De kennismaking viel dus niet mee, en Van Halen voorspelde zich, naar de waardin te oordelen, een allesbehalve schitterend nachtverblijf. Het vertrek zelf zag er tamelijk zindelijk uit, en dat stelde hem wel weer enigszins gerust. Intussen had ook de waardin haar gast opgenomen, en zich met één oogopslag overtuigd, dat zij met een welgesteld, zo niet een rijk man te doen had. In plaats van sinjeur werd het nu edele heer voor en edele heer na. Een titel, die Van Halen begreep, dat hem op het dubbele van de verteringskosten zou komen te staan. En nu verlangt de edele heer zeker een fijne kan wijn. Nu, die zou de edele heer nergens in de buurt zo goed als bij Griet Kals kunnen drinken. Of lamskoteletten? Er zijn er niet beter. Of een eieromelet bij geval, snaterde het schelsprekend wijf in één adem door. Nee, bezorg bij mij wat brood met koud vlees en een kan bier. Nou, zoals de edele heer verkiest, bij Griet Kals is voor geld en goede woorden van alles te krijgen. Juist had Van Halen een en ander besteld, toen er vier kerels van een allerongunstigst uitzicht binnenkwamen, die op luidruchtige wijze een kan Haarlems bestelden. Ja, ja, je hebt maar geduld, en houd jullie je lelijke gezichten een beetje. Eerst moet deze edele heer geholpen worden. Onze schipper had weinig lust om met dit ruwe viertal in aanraking te komen. Hij zei dus aan de wettin dat hij moe was en naar zijn kamer wilde. Zij moesten het bestelde daar dus maar brengen. De vier schelmen, want dat het weggejaagde soldaten waren, stond bij hem vast, keken Van Halen onder het heengaan na met blikken, waarin voor hem weinig goeds te lezen stond. Onze vriend bekommerde zich daar echter niet om. Hij was een moedig man en vertrouwde op de kracht van zijn vuisten en op zijn pistolen, wanneer het erop aankwam. Het vertrekje, dat hem tot logies was aangewezen, viel hem niet tegen, maar doordat het vlak boven de gelagkamer was, had hij het lawaai en gezwets daar beneden uit de eerste hand. Maar hij had honger, en was zo geheel met zijn gedachten bij zijn avondmaal, dat hij op die herrie in het begin al heel weinig acht sloeg. Hij had echter zijn genoegen niet, of het begon hem geweldig te hinderen, en, zoals het gewoonlijk gaat, hoe minder men iets wil horen, zoveel te meer hoort men het juist. Zo ging het ook met hem. Griet, nog een kan! Wat duivelwijf, wat laat je ons een dorst lijden? Griet, moet het nog gebrouwen worden? Te dek zo, Griet, doe de kannen nog er eens vol. Ja, ja,
riep het wijf met haar snijdende stem. Jullie hebben dorst genoeg, dat weten we wel. Maar betaal me eerst er eens, voor jullie weer zo'n keel opzet. Betalen, mens, betalen? Ja, betaal maar, als er niemand dan te verdienen valt. Ja, maar moet ik dat leiden? In hoeveel tijd heb ik nu al geen duit van jullie in mijn knuisten gehad? Nu ja, dat is zo, maar vul jij gerust de kannen. Als het meeloopt, heb je vanavond je duiten nog met een goede fooi op de koop toe. Luister maar. Hier sloeg het gesprek opeens in een gedempte toon over. Dat kwam Van Halen verdacht voor. Hij legde dus het oor tegen de naad van de vloer, waardoor hem, ook van hetgeen er volgde, geen woord ontsnapte. Zeg, Griet Kals, geloof jij ook niet dat het een vette vogel is, die je daarboven in de kooi hebt zitten? Van Halen werd nu nog opmerkzamer, want dit sloeg blijkbaar op hemzelf. En wat zou dat? Vroeg de waardin. Wat dat zou? Eén klein stootje maar, en we betalen je dubbel en dwars wat we je schuldig zijn. Nee, waarachtig niet. In het bos doen jullie voor mijn part wat je wilt, maar in mijn huis zal je het laten. Ik heb jullie dat al meer gezegd. Aan de justitie heb ik nu eenmaal een broertje dood. Nou, zoals je wilt. Ik kan het niet helpen dat je zo helemaal tegen je eigen belangen bent, maar we hadden eigenlijk ook al een ander plan beraamd. En dat is? We willen vanavond een aanslag op het huis van de oude chirurgijn doen. Die kale rot! Nou, als het van die kant komen moet, dan zal ik ook lang naar mijn geld kunnen fluiten. De muizen liggen er dood voor de spinnen, wil ik wedden. Nee, mannen, Griet Kals is wel erg dom, maar daar geeft ze geen krediet op, hoor. Hoor er eens, Griet, liet nu een van de anderen zich horen, je weet er krek niemand al van. Ik weet zeker dat de oude schelm duiten heeft, en geen klein beetje ook. Ach, kom, zei de waardin ongelovig. Maar, mijn lieve mens, viel een derde in, dat kan wel niet anders. Hij is in zijn vak een verduiveld knappe vent, en nu mag hij in Oosterhout niet veel te doen hebben. Van Geertruidenberg en Breda, en uren ver in de omtrek, wordt hij bij rijke zieken gehaald om zijn buitengewone bekwaamheid, en je weet dat hij de mensen betalen laat. Wel nu, waar blijft dan dat geld? Aan zijn kleren besteedt hij het toch zeker niet? Nee, ik heb die hier geschokt nog nooit anders gezien dan in dezelfde verschoten rok en broek van omgekeerd leer. Ja, en dat leer is in de loop van de jaren door de regen zo hard geworden, spotte de vierde, dat je hem in de verte al herkennen kunt aan het klapperen van zijn broek. Affair, je weet nou, Griet, dat we wat in het zicht hebben, begon de ander weer. Vul dus maar gouden kannen, wijf, dan kunnen we op de goede uitslag drinken. Ik zal ondertussen een nieuwe vuursteen op mijn geweer schroeven, want de oude draak zal zijn schijven wel niet zo gemakkelijk uit zijn klauwen laten gaan. Hoe ver is het hier vandaan, Martens? Wel, een klein half uur, geloof ik. Wat dunkt jullie ervan, mannen, als we dan over een uur maar op weg gingen? Van Halen luisterde niet langer, hij wist trouwens meer dan genoeg. Die gewetenloze schelmen hadden het dus op het geld van zijn oom, ja, heel waarschijnlijk op zijn leven gemunt. Hoe gelukkig toch dat hij nog in staat was dat snode plan te verijdelen. Maar, dacht hij, kan ik hier wel vandaan komen zonder gezien te worden en argwaan op te wekken? Ah, door het raam misschien. Hij deed eerst de deur op het nachtslot, om niet overvallen te worden. Voorzichtig sloop hij erop naar het venster. Hij wist dat gelukkig zonder enig geraas te openen. Toen keek hij naar beneden. Maar jammer genoeg, voor één sprong was het veel te hoog. Wat nu gedaan? Door de gelagkamer? Dat ging niet. Opeens kreeg Van Halen een inval, ging naar het bed, haalde de beide lakens eruit en knoopte die stevig aan elkaar. Toen nam hij de ijzeren roede van de bedgordijnen, legde die in de lengte op het raamkozijn, dwars voor het geopende raam, bond er het ene uiteinde van de verenigde en in elkaar gedraaide lakens aan vast en liet zich nu met de grootste behoedzaamheid naar beneden glijden. Op zijn tenen sloop Van Halen het huis langs, maar nauwelijks was hij uit het licht van de herberg en op de zandweg, of hij begon te lopen, zo hard hij maar kon. Hij kon, naar gis, nog geen half uur in het rullenzand voortgehold hebben, toen hij een huis ontdekte. Dat zou stellig wel de woning van oom Boudewijn zijn. Hij klopte aan. Geen antwoord. Hij klopte luider, maar alles bleef stil. Nu begon Van Halen ongeduldig te worden. Voor de derde maal klopte hij op de deur, maar nu buitengewoon heftig.
Dat scheen te helpen. Hij hoorde tenminste iemand in de gang aankomen, en een ogenblik later vroeg een mannenstem: wie is daar? Ben ik hier terecht bij de chirurgijn van Halen? Was de wedervraag. Jawel, maar mag ik ook weten met wie ik te doen heb? O, zeker, ik ben een neef van de familie, Pieter van Halen, uit Rotterdam. Best mogelijk, waarde vriend, maar hoe weet ik dat? Wie zal mij zeggen dat dit geen landloper is die buiten staat? Hoor eens, oom, want Van Halen twijfelde er niet aan of het was oom Boudewijn zelf die achter de deur stond. U kunt mij open doen of niet, dat moet u weten, maar wees er zeker van dat daar uw geldelijk voordeel of nadeel mee gemoeid is. Geldelijk voordeel, die uitdrukking met opzet gekozen, scheen te helpen. Het slot van de deur ging knarsend over. Twee ijzeren grendels werden weggeschoven en Pieter stond tegenover zijn oom, die met een pistool in de hand hem nog altijd wantrouwend aanzag. Toen de grijsaard evenwel van de kant van zijn bezoeker niet de minste verdachte beweging bespeurde, sloot hij de deur weer zorgvuldig dicht, schoof opnieuw de grendels ervoor, draaide het slot om en nodigde toen zijn neef uit om binnen te komen. Ja, nu zie ik toch wel familietrekken, begon de oude, toen ze in de woonkamer gekomen waren. Maar anders, heus neef, ik zou je niet herkend hebben. We hebben elkaar dan ook al in geen 20 jaar niet gezien, nietwaar? Dit is mijn zoon Andries en dit is mijn dochter Lotje. Mekaar nooit gezien, hè? Zeg, neem me niet kwalijk, neef, dat ik je wat lang buiten heb laten staan, maar je moet zo voorzichtig wezen tegenwoordig. Er zwerft hier in de laatste tijd nogal vreemd volk rond, en diefstal en inbraak zijn aan de orde van de dag. Niet dat ik geld heb. Daar schijnen sommige mensen toch anders over te denken. Wel, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ik, ja, hoor eens, oom, daar wil ik niet over twisten. Maar zoveel is zeker dat er een bende dieven vanavond hier wel inbreken. Dieven, riep de grijsaard ontzet, en sidderend sloeg hij de magere handen in elkaar. Ja, stellig, oom, en misschien zijn ze al op weg. Ik begrijp het niet, ik begrijp het niet, klaagde de oude in de grootste angst. Hoe konden de schelmen weten dat ik geld? Ik wil zeggen, hoe konden de schelmen er toch toe komen? Ik ben immers geen penningrijk. Kom aan, oom, klagen helpt niet veel. De schavuiten kunnen ieder ogenblik hier zijn. Er moet dus gehandeld worden. Zijn er wapens in huis? De mijne heb ik in de herberg van Griet Kals laten liggen. Dat had Pieter gedaan uit vrees dat ze onder het neergeleide langs de muur af mochten gaan. Wapens? Jawel, hier is alvast een pistool. En de oude nam het vuurwapen weer op dat hij bij het binnenkomen van Pieter in de hand hield en later op de tafel gelegd had. O, en daarachter u? Tegen de schoorsteen hangen nog 2 geweren en 3 pistolen, zei Andries. Ze zijn allemaal geladen. Mooi zo. Wel nu, oom, blijf hier om nichtje gerust te stellen. Andries, laat de afgeschoten geweren en pistolen. Ikzelf zal me aan het dakvenster plaatsen. Andries, breng me erheen. Maar zonder licht, hoor. De toon waarop dit alles gezegd werd, verried dat de man gewoon was bevel te voeren en liet geen tegenstand toe. Terwijl Andries en Van Halen naar boven gingen, klemde Lotje zich doodsbleek aan haar vader vast. Maar de grijsaard beefde haast nog erger dan het meisje en kreunde: O, die schavuiten, o, mijn geld, mijn arme geldje! Och, vader, zei het meisje, laat ons liever van geluk spreken dat we zo'n kloeke verdediger hebben gekregen. Maar u moet niet zo jammeren, vader, het is beter dat de dieven u niet horen. Zodra Van Halen boven was, opende hij het venster en zag naar buiten. Er was niemand te zien. Hij luisterde. Alles was stil. Boven de bossen kwam de maan op, maar het licht werd door voorbijtrekkende wolken verduisterd. Nadat Van Halen een poosje op de deur gestaan had, hoorde hij onder het raam enig gefluister. Hij kon duidelijk de 4 rovers onderscheiden, die vlak voor de deur stonden. Ze zijn er, Andries, fluisterde Pieter zacht. Ze beraadslagen voor de deur. Ga even je vader en zuster waarschuwen, dan zijn ze tenminste op alle gebeurlijkheden voorbereid. Van Halen keerde nu weer op zijn post aan het venster terug om zijn waarnemingen voor te zetten. De rovers schenen het nog niet eens te wezen hoe zij het zouden aanleggen. Tegen de gewone inbraakmiddelen toch bleek de stevige deur veel te goed bestand. Ze namen hun toevlucht tot list, ze klopten en, toen ze geen antwoord kregen, voortdurend harder. Toen ook dit niet hielp, beraadslaagden zij opnieuw, blaasden vervolgens de tromp van een karabijn tegen het sleutelgat van de huisdeur
en schoten er doorheen. Door het schot sprong het slot nu wel, maar de ijzeren grendels hielden de deur nog altijd gesloten. Van Halen, ofschoon hij er bij het zien van al die voorbereidselen volkomen toegerichtigd was geweest, had niet willen schieten voor de vijandelijkheden van de kant der aanvallers werkelijk begonnen waren. Nu evenwel mikte hij nauwkeurig op de rover, die het dichtst bij de huisdeur stond, om de werking van het schot na te gaan en te onderzoeken wat de deur nog tegenhield. Pieter had goed gemikt, de bandiet viel neer en de anderen stonden door die onverwachte tegenstand een ogenblik besluiteloos. Het duurde echter niet langer dan een paar minuten. Toen werd op Van Halen, die nog altijd aan het venster lag, een pistool afgeschoten. Gelukkig miste de kogel, doordat Pieter zich juist naar zijn neef Andries keerde om hem het afgeschoten vuurwapen weer te doen laden. "Ze zullen er zeker op loeren," fluisterde hij, "wanneer ik me weer aan het venster vertoon. Geef me daarom die geladen karabijn, dan ga ik naar beneden. Want nu zij het slot van de deur hebben laten springen, zullen zij misschien de hand door de opening steken om de grendels weg te schuiven. Ik denk wel niet dat het gelukken zal, maar in elk geval zullen ze me daar niet verwachten, terwijl ze ons hier natuurlijk al in de gaten hebben. Ik raad je dan ook aan om niet meer bij het venster te komen." Van Halen sloop zo stil mogelijk de trap af en naar de huisdeur toe. Hij ontdekte nu dat een van de rovers zijn arm door de opening gestoken had om de grendels weg te schuiven. Juist legde hij aan om de dief onder zijn uitgestrekte arm te treffen, toen hij buiten een schot hoorde vallen. Had Andries zich toch blootgegeven, en was hij mogelijk nu gewond, ja, dood misschien. Evenwel, nog voor de schelm, die aan de deur stond, zijn arm terug kon trekken, joeg Van Halen er een schot in. Toen vloog hij de trap op, om naar Andries te zien. Tot zijn verrassing stond hij doodbedaard een karabijn te laden. "Hé, gelukkig, jongen, ik was al bang, toen ik buiten een schot hoorde, dat je aan het venster geweest was, en ze je getroffen hadden." "Toch niet? Maar ik dacht zo... Als neef door de deur schiet, zullen ze zijn schot beantwoorden en hem misschien treffen. Dat wou ik voorkomen. Ik trok nu mijn buis uit en hield het aan een stok opgehangen naar buiten, terwijl ik zelf veilig achter de muur bleef staan. De rovers, die enkel op het venster loerden, dachten natuurlijk dat het de persoon was die straks op hen geschoten had en gaven onmiddellijk vuur. "Je bent een beide handen vent, Andries. Zo iemand heb ik juist nodig. Maar daarover morgen. Ik moet nu weer naar de huisdeur. Geef me dat geweer, en laat dit weer." Nauwelijks waren deze woorden geuit, of ze hoorden beneden een ontzettend gerammel en gekraak, onmiddellijk gevolgd door 3 pistoolschoten en het wanhopige gil van Lotje, die om hulp riep. De 2 overgebleven rovers hadden namelijk met een zware boomtak raam- en vensterluiken van de woonkamer weten open te lopen en waren naar binnen gesprongen. Door de schrik schoten de oude chirurgijn mis, maar ook de rovers waren niet gelukkiger. Pieter was met een gespannen haan onmiddellijk de trap afgehold, gevolgd door Andries, die een reeds geladen pistool ter hand genomen had. Toen Van Halen het vertrek binnenstof, vond hij zijn oom onder de 2 bandieten op de grond liggen, en een van hen had het touw al gereed, waarmee zij de grijsaard dachten te knevelen. Maar voor zij dit volvoeren konden, had een kogel uit Pieters geweer een hunner het leven benomen. De 4 rover trachtte nu te vluchten, maar hij had nog het raam niet bereikt, of Andries trof hem in het achterhoofd, waarop hij dodelijk gewond in elkaar zakte. Het eerste werk van Van Halen en Andries was nu de oude chirurgijn te helpen. Hij bleek gelukkig ongedeerd, maar door angst en schrik volkomen bewusteloos. Pieter droeg hem als een kind in het aangrenzende vertrek, waar Lotje hem zo lang neus en lippen met bierazijn bestreek, tot hij weer bijkwam. "Mijn kinderen, mijn geld," was het eerste wat hij stamelde. "Stel u gerust, oom, Andries en Lotje zijn ongedeerd, en uw geld ook." "O, gelukkig, gelukkig. Zie, neef, wat ik bezit is ook zo weinig, maar als een arm man, bijna zonder praktijk, ook nog die enkele spaarpenningen had moeten missen, dan zou het er ook wel treurig uitgezien hebben, nietwaar?" Pieter liet de zorg voor de grijsaard aan Lotje en Andries over, wapende zich met een paar pistolen en ging naar buiten om te zien wat er van de rovers geworden was. Inmiddels kreeg de oude man het flesje met bierazijn in het oog en opeens begon hij opnieuw te jammeren, de arme Lotje van verkwisting beschuldigend, waar ze hem evengoed met water dan met zulke kostbare middelen had kunnen bijbrengen, naar hij beweerde.
Toen Pieter buiten kwam, stond de maan hoog aan de hemel en straalde een helder licht uit, want de wolken waren weggetrokken. De twee rovers, die hij het eerst getroffen had, bleken niet dodelijk gewond te zijn geweest en waren gevlucht. Van Halen keerde nu in de woonkamer terug, en toen hij bevond dat de beide andere schelmen het leven hadden gelaten, ging hij zich weer bij zijn familie in de achterkamer voegen. Oom Boudewijn, zei hij, zult me zeker wel niet kwalijk nemen dat ik naar bed verlang. Ik ben doodmoe. Nee, warempel niet, neef, ik kan me dat best begrijpen, en in de herberg heb je zeker al wat gebruikt. Nu, dan wens ik je wel te rusten. Andries, wij zijn neef Pieter de logeerkamer eens aan. Maar vooral het licht weer meenemen, hoor. Ik ben doodsbang voor brand. Het vertrek dat Van Halen tot logies werd aangewezen, bleek hetzelfde te zijn waar hij in het donker had staan schieten. Ofschoon oom Boudewijn het met de wijdse naam van de logeerkamer betiteld had, zag Pieter bij het licht van de kaars, die Andries in de hand hield, dat het slechts 4 kale muren had. Er was stoel door tafel. Het bevatte niets anders dan een klein hokje, dat vroeger een duivenhok moest geweest zijn, maar nu op vernuftige wijze tot een bedstee was ingericht. Na de kapitein goedenacht gewenst te hebben, vertrok Andries met het licht en liet neef Pieter in het donker achter. Zo goed en zo kwaad als dit ging, begon Van Halen zich te ontkleden, maar nauwelijks was hij in zijn bed gekomen, of hij bevond dat hij op een oude stroozak lag en de deken zo vol gaten was, dat men ze wel voor visnet zou kunnen gebruiken. Daar kwam nog bij dat de planken van de bedstee zo kort bleken, dat de benen er wel een halve meter buiten staken. Toch zou hij, slaperig en afgemat als hij was, zeker over alles nog heen gezet kunnen hebben, als het daar nu maar bij gebleven was. Maar nee, het ergste zou nog komen. Nog een kwartier toch had hij op die heerlijke rustplaats gelegen, of daar voelde hij zich aangevallen door een heerleger van zekere dartele diertjes, die de duiven hadden achtergelaten. De aanval was zo hevig, dat Van Halen, om de vervolging te ontgaan, het bed uitsprong en midden op de vloer ging zitten. Maar al heel gauw bemerkte hij, dat het lastige gedierte hem daar evengoed als in zijn bed kon vinden. Bovendien begon hij daar spoedig last van de kou te krijgen, terwijl zijn armzalig bed hem tenminste toch nog enige warmte aanbracht. Hij koos nu van 2 kwaden het beste en kroop zijn leger maar weer in. Nauwelijks echter drong het licht van de morgen in het duivenslag door, of hij sprong het bed uit en haastte zich naar beneden, waar allen zich spoedig tot het ontbijt verenigden. Tot Pieters grote verbazing bestond dit uit een bordje koude paardenbonen met een beetje karnemelk, en als morgendrank kreeg hij een kleine kroes van het allerdunste scharrebier, die bovendien nog haast niet half vol was. Pieter gebruikte heel weinig, wat onmiddellijk ten gevolge had, dat oom Boudewijn hem prees om zijn matigheid. Daarop begon de man tot in het oneindige te praten over de deugd der soberheid en welke grote ondeugd de gulzigheid was, waarbij hij een menigte voorbeelden van overdaad wist aan te halen, die allemaal heel treurig eindigden. Zodra het ontbijt afgelopen was, maakte oom Boudewijn en Pieter zich klaar om naar Oosterhout te gaan en de schout in kennis te stellen van hetgeen er gebeurd was. Pieter kon daarbij een glimlach niet onderdrukken, toen hij zijn oom een klein oud hoedje zag opzetten, waarvan de rand nauwelijks 2 vingers breed was, en zo door de muizen beknaagd, dat het ding bijna evenveel tanden als een zaag had. Ja, neef, ik zie het wel, dat je lacht om dit hoofddeksel, maar ik ben er zeer aan gehecht. Je moet weten, dat het een erfstuk is, nog van mijn grootvader afkomstig. Mijn grootvader, moet je weten, genoot in zijn jeugd het voorrecht keizer Karel de Vijfde te dienen, en uit een bijzondere genade heeft zijn keizerlijke majesteit hem dit hoedje eens vereerd. Ik zou dit merkwaardige voorwerp dus voor geen geld willen missen. De mantel moet dan zeker ook wel een dierbaar erfstuk zijn, dacht Pieter, want met geen mogelijkheid zou iemand zijn oorspronkelijke kleur geraden hebben, terwijl hij zo kaal was als perkament en van een fatsoen, zoals men er in die tijd mogelijk geen tweede in de gehele republiek zou hebben gevonden. Toen ze vertrekken zouden, zag Van Halen met nieuwe verbazing dat de oude man enige vette hoenders meenam, want hij dacht onmiddellijk aan het sobere ontbijt. Het bleek nu uit oom Boudewijns toelichting dat de boeren, die hij behandelde, hem uit dankbaarheid haast elke week de een boter, appelen of peren, een ander eieren, hoenders en duiven, ja, sommigen zelfs hazen en patrijzen brachten, die hij dan geregeld in Oosterhout of Breda verkocht,
het zondige verkwisting vindend, die kostbare artikelen zelf te nuttigen. Brachten ze hem echter karnemelk of paardenboden, dan hield hij die voor zijn eigen huishouding. Onderweg deelde Van Halen zijn plannen mee en met welk doel hij hem was komen opzoeken. De vrekkige grijsaard was echt ten hoogste mee ingenomen, dat neef Pieter, die hem nu een vermogend man bleek, zijn zoon Andries gratis in de stuurmanskunst wilde onderwijzen, niet alleen, maar ook geheel voor zijn kleding, onderhoud en uitrusting beloofde te zorgen. Nog diezelfde morgen verscheen de schout met enige gerechtsdienaars in het huis van de chirurgijn. Het gerecht maakte van de verklaringen van oom Boudewijn en Pieter een schriftelijk verslag op. De lijken werden geschouwd en als van beruchte rovers herkend. Toen liet men de dode lichamen weghalen. Inmiddels was het tijd geworden voor het middagmaal. Tot neef Pieters ontsteltenis bestond die uit slechts 4 panharingen in de olie gebakken, die door oom Boudewijn zo heerlijk werden gevonden, dat hij daarover haast niet uitgepraat raakte. Het is te begrijpen dat Van Halen dient ten gevolge van een en ander, maar hoe eer hoe liever weer naar Vlissingen wilde vertrekken. Na het eten vroeg hij dus Andries kort en bondig of hij lust had stuurman te worden, en zo ja, of hij zich dan maar dadelijk voor de afreis gereed wilde maken. Andries was in de wolken, stuurman worden, vreemde landen zien, vreemde mensen ontmoeten, dat deed hem toch iets anders dan in een afgelegen huis zijn jeugd te verslijten. Het gevolg was dat nog geen uur later Pieter en Andries reeds afscheid namen en de weg naar Breda insloegen. In Breda aangekomen bestelde Van Halen voor beiden onmiddellijk een stevig middagmaal. Daarna gingen zij de stad in om voor Andries een pak kleren te kopen, want het was treurig zoals de jongeman gekleed ging. Uit de winkel komend gaf Andries zijn oude plunje aan een bedelaar, die er hem voor zegende met diep ootmoedig gelaat, maar woedend het pak in het water smeet, zodra hij uit het gezicht was. Daar zij niet voor de volgende dag verder zouden reizen, hadden zij alle tijd om eens naar de markt te wandelen en het turfschip te zien, waarmee prins Maurits de stad verrast had. Ook het kasteel bekeken zij nog, bleven toen nog een poosje zitten babbelen en kropen dan vroeg onder de wol. Het einde van hoofdstuk 2. Derde hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Derde hoofdstuk, Een Nieuwe Reisgenoot. De volgende morgen werd de tocht voortgezet, ook nu weer te voet, want het reizen met de postwagen was Van Halen door de slechte wegen zo onaangenaam geweest, dat hij liever nog lopen wilde. Tegen het vallen van de avond bereikten de reizigers een dorp. Het was zeer gering, maar er was een pleisterplaats, hadden ze onderweg vernomen. Ze zochten er naar en vonden een klein huis met een schuur en een stal. In het eerste troffen ze een paar andere reizigers aan, die er slecht geluimd uitzagen. Een jonge marskramer, alleen uitgezonderd, die vruchteloos met zijn grappen de anderen aan het lachen zocht te maken. Van Halen vroeg om avondeten. Avondeten? Zei de waardin. We hebben geen tijd om voor de reizigers te koken. Wij voorzien alleen in logies, goed logies en uitspanning. Maar u kunt bier krijgen. Dat ziet er slecht uit, jongen, bromde Van Halen, bedenkelijk zijn neef aanziend. Och wat, zei de vrouw, je kunt in het dorp kopen wat je verkiest, en moogt het vrij in onze oven koken, dat is toch mooi genoeg, zou ik menen. Ze zwierven dan door het dorp om mondbehoeften op te doen, en het eind was dat zij hun avondmaal deden met gebakken eieren en roggebrood. Een bestevaar met rode konen, die een brandende lantaarn droeg, kwam de reizigers al zeer vroeg halen om ze hun slaapplaatsen aan te wijzen. Ze volgden hem, tegelijk met de overige gasten. Over een slikkerig erf, waar ze veel te doen hadden met hun voeten veilig neer te zetten, bracht het oudje hen in een koestal. Daar was aan weerszijde van elke koe een hoopje schoon stro neergelegd, benevens een groter strobundel als peluw. De oude man zag met vaderlijke trots op zijn werk neer. Van Halen was er minder mee ingenomen. Laat je christenmensen zomaar tussen het vee liggen? Vroeg hij ontstemd. Het is hard genoeg voor de arme beesten, ze hebben nauwelijks plaats om zich om te draaien. Wat zeg je daar? Is het dan niet hard voor ons? Voor jullie, vroeg de oude verbaasd. Wat zou er hard zijn? Ik heb er mijn hele leven tussen geslapen.
en bekijk me vrij. Ik ben 80 en heb al mijn dagen geen minuut hoofdpijn gehad, alleen maar van tussen de koeien slapen. Je mag dus liever van geluk spreken, zou ik menen. Koeienasem is 2 maal zo gezond als de asem van christenmensen. Probeer het maar. Meteen sloeg hij de staldeur dicht, zodat ze in het donker bleven. Neef, waar ben je? Riep Andries benauwd. Hier. Hoe heeft u het? Ik weet het niet, maar zover ik gissen kan, heeft het er veel van of ik al in de tut raak. En jij? Ik zeg mijn avondgebed op. Dat is braaf van je. Neef, ik heb haast gedaan. Ach toe, ga nog niet slapen. Ik wou zo graag nog wat praten. Rep je dan wat voor deze keer, want ik heb een gevoel, een geel, of ik op een warme wolk in de lucht drijf. Neef? Een geel. Hola, hij, is het tijd om op te staan? Ongelukkig niet. Ik heb mij met Billy gehaast om nog wat te praten. We zullen voor de morgen bevroren zijn, zo zonder dek. Wel, weet je wat je doen moet? Nu, kruip bij de koe. Dank je. Begraaf je dan in het stro, klonk nu de stem van de jonge marskramer, die ze Thomas hadden horen noemen. Je moet wel pas in de wereld komen kijken om over zoiets te brommen. Hoe zou het je bevallen om in de nachtvorst op een slagveld te liggen, zoals ik eens, spiernaakt, met niets om mij warm te houden dan het lijk van een kerel die ik de hoek heb omgeholpen? Afschuwelijk. Vertel er mij alles van. Wel, we hadden een kleine schermutseling aan de grenzen gehad en een overwinningje gehaald, want ik ben een poosje in de oorlog geweest. Maar het kwam ons duur te staan. Verscheidene voetknechten staken de benen in de lucht, onder andere mijn persoon. Dood? Ach, kom, zei Andries, die begreep dat het hele verhaal slechts op een onderhoudend verzinsel of een belachelijke snoeverij zou uitlopen. Zo dood als een pier. Stik vol lansteken, tot het bloed uit me wegliep als de wijn uit een vat, waarvan de duigen loslaten. Ik ben wel goed, dat ik mijn verhaal zo uitvoerig doe, want, een geel, ik ben slaperig, een geel. Nu, waar was ik ook? Je laagt voor dood op het slagveld te bloeden als een speenvarken, ik wil zeggen, als een wijnvat of zoiets. Verder, bid ik je, verder. Het is zonde midden in zo'n mooie vertelling te gaan slapen. Dat is het ook, ging Thomas voort. Nu, er kwamen enige van die vagebonden, die gesneuvelde soldaten uitplunderen, en dat gespuizen haalde mij het laatste vod van het lijf. Verder deden ze mij geen kwaad, omdat ze er niets aan hadden. Nee, je was dood. Goed onthouden. Dit moet tegen zons ondergang geweest zijn. S'nachts kwam een vinnige vorst, die het bloed op mijn wonden deed stollen en al de stroompjes die mijn hart uitliepen stopte. En omstreeks middernacht werd ik als uit een schijndood wakker. En dacht je toen niet dat je in een heerlijk bed lag? Vroeg Andries, die hoe langer hoe meer schik in het verhaal kreeg, waarvan hij natuurlijk geen enkel woord geloofde. Daarvoor neep mij de koude hart, jongenlief. Buitendien hoorde ik aan alle kanten de gekwetste kermen, dus wist ik dat ik nog op mijn oude plaats was. Ik begreep dat ik de dag niet halen zou zonder deksel. Ik tastte in het rond, rillend en bibberend van de kou. Eindelijk, daar hield er ineens een op met kermen. Jij bent er geweest, zei ik, kroop naar hem toe, en, jawel, hij was dood, hoor, maar warm, begrijp je? Ik nam het heer in mijn armen, maar was te zwak om hem te dragen, en zo rolde ik met hem in een droge sloot. En daar vonden mijn kameraden mij 's morgens aardig wat door brandnetels gestoken en een dode Spanjaard omhelzend om het er levend af te brengen. Ach ja, zei Andries, de oorlog is alleen vriendelijk voor wie er niet in geweest is. Wat blief? Ik zeg, wat zijn sommige mensen toch koelbloedig en onversaagd. Niet waar? Dus met zulk soort van dingen vergeleken zijn dit soort van dingen de hemel. Zacht, warm. Goed gezelschap, met een koe erbij als kameraad. Wat, wou je nog klaar? De tong van de vrolijke verhaler kwam voor enige uren tot rust. 'S Morgens werd Andries wakker door een straal vocht, die zijn oog trof, en daar zag hij de snaakse Thomas, die de uier der koe als een spuit gebruikte. O, foei, riep Andries, is dat de kostelijke melk voor morsen? Wel,
Laten we die er dan mee vullen, zei de kwant, een horende beker tevoorschijn halend. Geef maar hier, zei Andries, ik heb dat meer bij de hand gehad. Maar waarachtig, ik zie niet in met welk recht we iets van haar melk. Breek je daar het hoofd niet over, viel Thomas in. De kameraad is vannacht niet zoet geweest, moet je weten. Maar wat zou dat? Ware vriendschap ontstaat uit plichtplegingen. Vanochtend nemen we gelijke vrijheid met haar. Wel, wat heeft ze dan gedaan, het arme beest? Mijn peluw opgegeten. Ha, ha! Toen ik wakker werd, wist ik niet waar mijn hoofd gebleven was, tot ik het eindelijk vond. Veel lager dan waar ik het gisteravond had neergelegd. Ze heeft ons kussen opgegeten. Wij drinken ons kussen terug. Toen, zich tot de koe richtend, op uw gezondheid, mejuffer, en zonder wrok. De oude paai had toch gelijk, zei Andries tegen Van Halen, die ook al wakker was. Ik ben ook zo fris niet opgestaan in heel mijn leven, geloof ik. Laat ons voortaan altijd in de koestal overnachten, neef. Je vergeet dat je zeeman wordt, beste jongen. Zeeman, wat een gelukskind, riep Thomas. Zou je dat dan liever zijn dan marskramer? Vroeg Van Halen met belangstelling. Nu, dat geloof ik. Ik heb me dan al een keer of vijf aangemeld, toen ik laatst een poosje in Rotterdam was, maar geen mens wou me hebben. Ze denken stellig dat ik te veel eet, liet hij er lachend op volgen. Als het je ernst is, zei Van Halen, kun je wel een plaats op mijn schip krijgen, maar je zult tijdens de eerste reis met het baantje van scheepsjongen tevreden moeten zijn. U bent dus de kapitein, vroeg de jongen verrast. Nu, wat graag, liet hij er verheugd op volgen. Zorg dan binnen 14 dagen in Vlissingen te wezen. Je kunt in die tijd meteen van je koopwaar af zijn. Oh, ik was juist zo goed als uitverkocht, dus wat dat betreft zou ik dadelijk wel met u mee kunnen. Wel nu, u kunt dan voorlopig mijn bediende wezen en zo dadelijk met ons afreizen als je wilt. Thomas was daar zo verheugd over, dat hij ogenblikkelijk enige van zijn laatste artikelen tegen verminderde prijs aan de waardin verkocht. Het weinigje dat restte, stopte hij in zijn knapzak en de lege mand gaf hij aan de oude paai present uit dankbaarheid voor het gezond logies, zoals hij lachend beweerde. Weldra ging het drietal op stap en Thomas wist zoveel grappen onderweg, dat de tijd als omvloog. 'S Avonds kwamen ze aan een dorp, nabij de Eendracht, en Van Halen meende vandaar met de veerschuit naar Vlissingen te vertrekken. Ze vonden vrij spoedig een herberg met een goed uitzicht, waar ze een behoorlijk avondmaal benevens logies konden krijgen. Tussen de koeien? Vroeg Andries terstond. Nee, nee, we hebben 2 ruime logeerkamers, tezamen met 3 bedsteden, zei de waardin. Van Halen was echter zeer ontstemd, toen de waard hem vooraf om betaling vroeg. Niettemin voldeed hij aan het verzoek, maar alle 3 waren zij verontwaardigd over de schandelijk hoge rekening die de vent hem liet betalen. Toen ze reeds op hun kamer waren, de beide jonge lui hadden het vertrek met de 2 bedden gekregen, pruttelde Thomas nog na. Wat een afzetterij toch! Maar misschien kan ik dat heer nog wel een poets spelen, tot zijn straf, waarvan we schik zullen hebben. Hij rommelde wat in zijn knapzak en dolf er een flesje fosfor uit op, waarna hij precies deed alsof hij iets op de wand ging schilderen. Andries keek en keek, maar er kwam niets tevoorschijn. Wat haal je toch uit? Vroeg hij daarom verbaasd. Even geduld, maat, was het antwoord. Opeens blies Thomas de kaars uit. Ze waren in het donker, en nu las Andries op de wand in geheimzinnig, glorend vlammenschrift: Wee de afzetter. Wat zeg je ervan? Vroeg Thomas met zelfvoldoening. Alleraardigst. Niet waar? Maar nu is mijn werk volbracht, en wordt het jouw beurt. Dat is te zeggen? Wel, om de grap volkomen te maken, moet jij nu de waard onder het een of ander voorwendsel op onze kamer zien te lokken. Dank je hartelijk. Dan zal ik gaan, zei Thomas beslist, de kerel heeft het dubbel en dwars verdiend, dat we hem een kleine schrik bezorgen. Dat ben ik met je eens. Maar toch? Nee, laten we het liever niet doen, gaf Andries in bedenking. Mijn neef mocht het ons eens kwalijk nemen, en dat zou jij toch zeker ook minder aangenaam vinden, is het wel? Thomas stond even in beraad. Je hebt gelijk, zei hij toen, ik ben nog nauwelijks een dag in zijn dienst en mag het er dus niet op wagen het nu al bij mijn meester te verkerven. Allo, dan de kaars maar weer aan. Met behulp van Thomas' vuurslag en tonderdoos, benevens een eindje zwavelstok, gelukte dat, waarop beide nog wat babbelden tot de kaars schier geheel was opgebrand.
Ze hadden nog juist de tijd om er zich bij uit te kleden, toen gaf zij de geest. Ach, jammer dat die grap niet doorging, mompelde Thomas uit zijn bedstede nog even, met dromerige ogen, op de geheimzinnig glorende bedreiging starend, die nu weer zichtbaar was. Meteen sliep hij in. Het einde van hoofdstuk 3. Vierde hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Vierde hoofdstuk In Ongelegenheid. Daar men reeds november had, was het nog donker toen de waard 's morgens op de deur van Pieter van Halen's kamer klopte. De kapitein was dadelijk wakker. Daarop ging de man naar het andere logeervertrek om ook de jonge lui te wekken. Thomas en Andries, waar ze zo laat naar bed gegaan waren, sliepen evenwel als egels in de winter. Toen de waard dus op zijn herhaaldelijk geklop slechts een kreunend antwoord kreeg, deed hij eindelijk de deur open. Maar hij gaf een schreeuw van ontzetting, toen hij daar plotseling het nog altoos glorend vlammenschrift in het oog kreeg. Toverij! Riep de man ontsteld en holde als dol naar de gelagkamer. O, die schelmen, ze hebben ons huis betoverd, riep hij zijn vrouw toe. De waardin, die juist het ontbijt voor het drietal klaarzette, stiet van schrik haast de olielamp om. Loop dadelijk naar de schout, riep ze bevend, loop en laat de deugnieten gevangen nemen. De waard snelde de deur uit. Weg schelmen, weg schavuiten, gilde het vrouwmens toen de drie logeergasten zich een ogenblik later aan het ontbijt kwamen zetten, en overhaast nam zij de vlucht. Lieve hemel, wat scheelt je meesteres toch? Vroeg Van Halen aan de knecht die juist binnenkwam. Ik zou je raden dat jullie je maar zo gauw mogelijk uit de voeten maakt, zei deze gemoedelijk. De baas is naar de schout. Hij raasde en tierde dat jullie zijn hele huis had betoverd. De kapitein haalde de schouders op. Toch zette hij de jonge lui tot spoed aan. Hij wenste liever niet in moeite te komen, waar dit maar oponthoud geven kon. Toen de waard met de schout en twee dienders in de herberg terugkwam, waren de logeergasten dan ook reeds verdwenen. In allerijl repten de drie reizigers zich naar de rivier. Op hun navraag kregen ze daar tot hun grote teleurstelling ten antwoord, dat de veerschuit al voor een half uur vertrokken was en zij voor de eerstvolgende tot de namiddag diende te wachten. Dat zag er dus gek voor hen uit, te meer wijl inmiddels de dag reeds was aangebroken. Langzamerhand verzamelde zich een hoop volk rondom het drietal, en na heel veel vragen bood eindelijk een oud man met zijn twee zoons hun zijn schuit aan. Een der omstanders vond het bespottelijk. De stroom is te sterk voor drie man op de riemen, meende hij. Dan zal ik helpen roeien, verklaarde Van Halen. Dat behoeft niet, zei de oude man, die vent spreekt alleen uit afgunst, hij is de eigenaar van de andere schuit. Er was een stijve koelte en ze hadden vlak voor de wind. De schipper zette een breed zeil uit en, tegelijk roeiend, staken zij met een goede gang van wal. De stroom maakte veel bochten en daardoor kregen zij af en toe de wind opzij. Dan gingen allen aan loef om te beletten dat de schuit te sterk overhelde, behalve een kind van omstreeks een jaar of 5, de kleinzoon en lieveling van de schuitenvoerder. De guit was, een ogenblik voor zij een walstaker aan boord geslopen, en daar hij te licht was om verandering in de vracht te brengen, beschouwden ze hem als boven, of liever als onder het reglement. Ze zeilden lustig voort, onbewust dat zij vervolgd werden door de schout, de waard uit de herberg en twee dienders, schoon hun vervolgers hen begonnen in te halen, want was de wind sterk, de stroom was het niet minder. Opeens vroeg een der jonge schippers aan het kleine appelgezicht wat hem toch scheelde. Zijn neefje was namelijk met een hangend lipje bij het roer gekomen en toen in tranen uitgebarsten. Hij deed hem allerlei vragen, eerst op vleiende toon, daarna kortaf, of hij zich gestoten had, of hij geschrikt was, of hij het koud had, of hij misselijk was, of hij mal was. Op alles gaf het kind een onveranderlijk tot antwoord. Weet ook een van jullie wat de kleine schreeuw lelijk scheelt? Bromde de schipper ongeduldig. Kijk liever deze kant eens uit, zei zijn broer. Begrijp jij soms wat ze daarna zitten? De oude man en zijn andere zoon keken en zagen toen vier mannen, die op de oostelijke oever voortgingen.
Ze hielden even op met roeien en staken aan het stuur de hoofden geheimzinnig bij elkaar, beurtelings blikken op hun passagiers en op de voetgangers werpend, die ze reeds herkend hadden. Beter dan zich in bespiegelingen te verdiepen, was het hun echter geweest wanneer ze getracht hadden het geheim van het appelgezicht te doorgronden. Als het is zoals ik vrees, fluisterde een der jonge schippers, waarom hun dan geen kans gegeven om te ontsnappen? Laat ons op de rechterwal aanhouden. De oude man weigerde beslist. Ben je gek? Moeten we ons last op de hals halen voor vreemden? Nee, laat ons liever naar bakboord zij sturen. Houd het altijd met de sterke arm, dat is mijn leus. Wat zeg jij, Willem? Ik zeg, vader, dat je voor mijn part kunt doen wat je wilt. Een windvlaag maakte op de onpartijdigste wijs een eind aan de oneenigheid van de oude en de jonge schipper. Het kleine vaartuig ging over zij. De mannen sprongen aan loefzij om het in evenwicht te houden, doch zagen op hetzelfde ogenblik tot hun schrik dat aan lij een plaswater de schuit van het ene eind tot het andere vulde. En in het volgende ogenblik zagen ze niets meer, maar ze voelden de stroom, de koude, snelle stroom. Het appelgezicht had de prop uit het hoosgat getrokken. De dienders wonden de touwen van hun middel. Van Halen en Thomas konden zwemmen als een eend, doch zelfs de beste zwemmer moet, wanneer hij met een schuit omslaat, voor hij zwemmen kan, eerst zinken. Het donkere water borrelde boven hun hoofd, toen kwamen ze boven, voor een ogenblik bijna doof en blind. Terstond daarop zagen ze echter alle twee de schuit het ondersteboven en mensen die er zich aan vasthielden. Zij schudden hun hoofden als poedelhonden en zwommen er naartoe uit een zekere onberedeneerde navolgingsdrift, maar eer zij het vaartuig bereikten, hoorden zij achter zich een stem, die niet luid, maar met diepe droefheid riep, "Vaarwel, het is gebeurd met me." Ze keken om, en daar was de arme Andries bezig met te zinken, wijl hij in het geheel niet zwemmen kon. Zijn gezicht was bleek, en zijn wijdopen ogen stonden met een wanhoopsuitdrukking naar zijn vrienden gewend. Thomas en Van Halen zwommen naar hem toe, als dolle het water doorklievend. Doch eer ze hem bereikt hadden, zonk de arme jongen. Van Halen dook naar hem. De gerechtsdienaars knoopten enige touwen aan elkaar en wierpen het eind van de lijn in het water. De kapitein deed een greep, en Andries voelde zich met zulk een krachtige ruk opgetild, dat hij met het halve lijf boven water kwam. "Grijp mij nu niet beet! Grijp me niet beet!" riep Van Halen, in grote angst dat Andries die noodlottige misgreep zou doen. "Wees niet bang," gorgelde Andries. Toen Van Halen zag dat zij Dave begrip voor de toestand had, herkreeg hij onmiddellijk zijn moed en bedaardheid weer. "Op je rug," zei hij bits, en een slag vooruit doende, hielp hij tot de vereiste beweging. "Je hand op mijn schouder, mooi zo, en op mijn schouder je andere hand," zei Thomas nu. Het gelukte, en moeizaam worstelden de beide zwemmers toen dwars door de stroom. Slechts een ogenblik hadden ze geweifeld welke kant uit te zwemmen, zonder het noodlottig belang van een zo eenvoudige keuze te weten. Toen, ziende dat de westelijke oever een weinig nader was, zwommen ze daarheen, in plaats van, als zoete jongens, naar de gerechtsdienaars te zwemmen en zo een nieuw avontuur tegemoet te gaan. Door de sterke stroom dreven ze geweldig af, en nadat zij ongeveer 100 slagen gedaan hadden, vroeg Andries ongerust. "Hoeveel nu nog?" "Wees niet bang," hijgde Thomas, "je bent zo veilig als in bed." Een ogenblik later voelden zij tot hun verbazing grond, en zij waadden naar de kant. Zodra ze op de vaste wal stonden, zagen ze elkaar van het hoofd tot de voeten aan, reikten elkaar gelukwensend de hand en keken erop hoe de anderen het eraf gebracht hadden. De ganse bemanning zat veilig en wel op de omgeslagen schuit met jongeheer Appelgezicht, de omkeerder der dingen, in het midden. Al dit rumoer scheen geen bijzondere stoornis in zijn gewoonte gebracht te hebben, althans, hij huilde toen hij het gezelschap in het water liet duikelen, en hij huilde toen het er weer uit was. "Zullen we wachten, neef, tot zij de schuit weer in orde hebben?" "Nee, Andries, de vracht is betaald, laat ons dadelijk voortmaken." Zodra hun besluit duidelijk werd, ontstond er aan de overkant beweging in de troep, die op hun beraadslagingen gelet had, en ze hadden slechts weinige stappen gedaan, toen er een stem over het water tot hen kwam, die
Halt! Riep. Ze keken om, zonder hun tred te vertragen, en zagen toen dat de schuit nog altijd midden op de stroom dreef. Halt! In naam van de schout! Klonk het van de overkant. Het drietal stapte echter des te haastiger door, tot er van hun vervolgers niets meer te zien was. Thomas miste eindelijk voor het eerst zijn knapzak. Die had in de schuit vlak naast hem gelegen en zou nu wel op de bodem van de Eendracht rusten, meende hij. Hij troostte zich echter dat er niet zo heel veel bijzonders meer in zat. En je tovermiddel dan? Vroeg Andries lachend. Van Halen werd nu opmerkzaam en vernam thans wat de eerste aanleiding tot hun avontuur was geweest. Weldra kwamen ze in een klein dorp en traden de herberg in met de bedoeling zich bij de waard zo goed mogelijk wat te drogen. Lieve mensen, kijk me toch eens aan, jullie bent doornat, riep de waardin verbaasd, en dat in november, dus om ziek te worden. Gauw, die spullen uit. Ik zou het mijn leven lang niet kunnen verantwoorden, als ik jullie zo daar zitten liet. Meteen drong zij het drietal naar een afzonderlijk vertrek, gaf Van Halen het zondagse pak van haar man, benevens wat ondergoed, schommelde in de haast ook voor Andries en Thomas wat kleren samen, waarop ze zei, ziezo, gooi nu maar gauw die kille plunje uit, en als je verkleed bent, waarschuw je maar, dan zal ik die natte rommel dadelijk te drogen hangen. Het drietal zag er nu weldra allerpotsierlijkst uit, want Van Halen was het pak veel te klein, zodat hij zijn armen nauwelijks voeren durfde, uit vrees dat het buis in de rug mocht scheuren. En Andries en Thomas zaten alles zo wijd, dat het hun bij iedere beweging om de leden slobberde. Zo kwamen zij vrolijk de gelagkamer weer binnen, en ook de waardin had uitbundig veel pret in de vermakelijke optocht. Daar zij 's morgens wegens hun overhaast vertrek hun ontbijt halfweg in de steek gelaten hadden, gebruikten zij thans met grote graagte en opgewektheid het door Van Halen bestelde, en toen hun kleren eindelijk weer droog waren, gingen zij het dorp in om te zien of ze een schuit konden krijgen. Het geluk was hun mee, want al spoedig vonden zij een schipper die bereid was hen op hun bestemming te brengen. Voor die dag echter was het daartoe reeds te laat, maar de volgende morgen namen zij afscheid van de hartelijke waardin, en reeds 's avonds kwamen zij te Vlissingen aan. Langzamerhand keerden ook de 4 matrozen terug, elk van enige aangeworven zeelui vergezeld. Toen ze allemaal gearriveerd waren, bleken er in het geheel 24, waaronder een kok en een chirurgijn. Pieter had dus volk genoeg, want 20 man was voor zijn schip reeds voldoende geweest. Zodra alle matrozen aan boord waren, liet Van Halen het anker lichten, hij zelf nam de post van stuurman waar, en de beruchte doodkist ging tot een proeftocht onder zeil. Licht en bevallig, als een trotse zwaan, gleed het slanke voertuig over de wateren, terwijl het door honderden mensen aan de haven met bezorgdheid werd nageoogd. Het was op zee tamelijk stormachtig, maar de vlugge Christina doorkliefde de golven, de storm tegemoet en verdwenen uit het oog der toeschouwers, die eigenlijk niet wisten of ze waakten of droomden en aan toverij dachten. 2 dagen later wierp het schip zijn anker weer uit en baarde algemeen opzien. Nu had Van Halen zijn mannen met zijn vaartuig vertrouwd gemaakt. Alle vrees was voorbij, de matrozen erkenden nu hoeveel het schip voor had boven andere vaartuigen en stelden thans ook een onbepaald vertrouwen in hun geniale kapitein. Het einde van hoofdstuk 4. Vijfde hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Vijfde hoofdstuk. De Eerste Tocht. Het jaar 1624 was berucht door zijn stormen en de veelvuldige ongelukken die daar, in verband ook met de bouw der toenmalige zeeschepen, het gevolg van waren. In dit jaar deed de vlugge Christina haar eerste reis naar Oost-Indië. Van Halen had een groot deel van zijn vermogen te Hamburg besteed aan manufacturen, waarmee hij zijn schip bevracht had. Het stouwen was onder zijn opzicht gebeurd en zo voortreffelijk uitgevoerd, dat het vaartuig, hoewel zwaar geladen, toch niets van zijn vlugheid verloor. Het was ook met 10 lange, metalen stukken gewapend, maar kon toch het meest nog vertrouwen op zijn onbegrijpelijke vlugheid, gevolg van de heel bijzondere tuigage en de zo eigenaardige bouw van de romp.
De 5e december ging Van Halen in zee, en de 10e had hij het midden van de grote Atlantische Oceaan al bereikt. Maar hier wachten hem al de ongemakken, die gedurende die noodlottige winter zo menig zeeman in gevaar brachten. Zodra hij in volle zee was, brak er een storm uit het noordwesten los, vergezeld van hagel en sneeuw, die 9 volle dagen aanhield. Gelukkig dat het schip geheel nieuw en zo bijzonder sterk was, want het werd ver weggeslingerd naar onbekende gedeelten van de oceaan. De lucht is bepaald warm, zei Andries op zekere dag, en dat nog wel in het hartje van wintermaand. Ja, zei Van Halen, ik geloof dat we snel de zuidelijke luchtstreek naderen, want ook het water is veel warmer. Jammer dat de storm ons verhindert enige waarnemingen te doen. De sneeuw was overgegaan in een dichte, aanhoudende regen, en zo werd de vlugge Christina eindelijk in een gedeelte van de zee gedreven, waar de Oost-Indië-vaarders nooit kwamen. Eenzaam kliefde het schip de golven. Op de 9e dag des avonds, toen de storm zich juist met vernieuwde kracht verhief, riep Andries eensklaps, kijk neef, een schip! Allen zagen nu een vaartuig, dat hevig met de golven kampte. Het had niets behouden dan de mast, terwijl op de vlugge Christina, aan de boegspriet, de voorste en de grote mast, de zeilen nog in goede staat waren, en Van Halen met behulp daarvan zoveel mogelijk westwaarts trachtte te sturen. Nu kun je toch eens zien, zei Thomas, met wat een verwonderlijke snelheid ons schip voortgaat, want het vreemde vaartuig was nauwelijks in het gezicht of de Christina vloog het als de wind weer voorbij. Het was, hadden zij opgemerkt, een slavenschip, dat zich stellig in nood bevond, want er werden kanonschoten gelost, waarvan het geluid nog flauw tot hen overwoei. Aan hulpverlenen viel echter niet te denken, en binnen 5 minuten was de Christina al een halve mijl zuidwestwaarts gedreven. Het vreemde schip kwam uit Portugal en was naar Guinea bestemd. Toen het weer bedaarde, herstelde het zijn averij, en de bijgelovige manschappen vertelden naderhand dat hun, juist toen zij in de hoogste nood verkeerden, een vreemd gebouwd vaartuig zonder bemanning, dat de Hollandse vlag voerde, als een spookachtige verschijning met volle zeilen was voorbijgeaard. De matrozen sierden dit sprookje onwillekeurig nog wat op, en in West-Indië was spoedig het verhaal van een Hollands spookschip het onderwerp der gesprekken van alle rustende zeelui. S'nachts werd plotseling de lucht helder, tot grote vreugde van schipper Van Halen. Andries, haal me de Jacobstaffens, riep hij, ik wil dadelijk enige waarnemingen doen. Met verbazing bevond hij, dat hij de linie al gepasseerd was en de 5e graad zuiderbreedte had bereikt. Hij kon het haast niet geloven, maar toen de volgende middag de wind naar het oosten liep en de gloeiende zonnestralen het teer op het schip vloeibaar maakten, toen de waarnemingen van zijn matrozen allemaal precies zo uitkwamen als die van hem, zie, toen ging er een luid gejuich op, want nu bleek dat het schip, in weerwil van de storm, binnen de kortste tijd van 16 dagen 1150 zeemijlen had afgelegd. Met een haast bijgelovige eerbied beschouwde nu de zeelui de man, die zoiets wonderbaarlijks had uitgevonden. Thomas hechtte zich van nu af aan zijn meester met de trouw van een hond. En Van Halen zelf? O, hij voelde zich onuitsprekelijk gelukkig, nu al zijn arbeid en denken tenslotte zo schitterend werden beloond, nu ervaren zeelui als de zijne telkens weer een uitroep van bewondering slaakte, zo vaak zij een nieuwe voortreffelijkheid, een nieuwe verbetering aan tuig of romp ontdekte. Er was dan ook doorlopend een aangename stemming aan boord, en dat hij erin bleef bij de bemanning, daar zorgde Thomas genoegzaam voor. Thomas zat geregeld vol gekheid en guit te streken. Van een zak en een oud buis bijvoorbeeld wist hij een beer in elkaar te zetten, zodat hij de scheepsheelmeester er eens de grootste schrik mee om het lijf joeg, toen hij het nagebootste dier in de schemering om een hoekje van de kajuit plaatste. Met een stukje touw of enige andere kleinigheden wist hij de aardigste kunstjes. Hij zong liedjes, die geen der matrozen kende, om de eenvoudige reden, dat hij ze zelf berijmde, op bekende wijzen. Hij kon griezelige geschiedenissen vertellen, dat zelfs de ruwste matrozen erbij huiverden, en dan weer verhaalde hij een zo kluchtig avontuur, tijdens zijn rondzwerven als marskramer beleefd, dat de bemanning schaterde van pret.
Soms echter waren zijn streken wel eens onaangenaam voor de persoon die erbij betrokken was, maar ook dan nog bleven zij toch meestal onschuldig. Zo had de kok een vriend aan boord, die hij de grootste genegenheid toedroeg en dikwijls met welbehagen op de rug kon kloppen, hem prijzend om zijn voortreffelijkheid. En toch, zo wreed is het noodlot soms, hij moest hem doden met eigen hand. De vriend was namelijk een vet varken. Om af en toe eens vers vlees te hebben, had Van Halen er een vijftal meegenomen, waarvan dit het zwaarste was. De vier anderen zouden tijdens de reis vet gemest moeten worden. De kok kon soms tijden aan een met zijn pijpje in de mond genoegelijk naar het logge dier zitten kijken, of hij trakteerde het op de lekkerste hapjes van hetgene van het middagmaal was overgebleven. En terwijl het varken at, krauwde de kok het liefkozend tussen de oren. Maar eindelijk moest zijn dierbare vriend er toch aan geloven, en het werd hoog tijd inderdaad, want hij was zo vet dat hij niet eens meer lopen kon. Zuchtend sleepte de kok in de kombuis zijn mes. Zuchtend onderzocht hij op de nagel van zijn duim de scherpte der snede, en met nog veel dieper gezucht trad hij eindelijk op zijn lieveling toe. Deze zat hem echter reeds in alle voornaamheid af te wachten. Een ronde hoed met slappe rand, die de kok enkel bij feestelijke gelegenheden droeg, dekte zijn kop. Een mantel omhulde zijn plomp lichaam, terwijl een brede, witte halskraag aan het domme varkensgezicht een vreemde waardigheid verleende. Daarbij stond, op een omgekeerd vaatje als lessenaar, een opengeslagen boek schuin omhoog voor de vette sinjeur opgericht, waarin het scheen dat hij met grote deftigheid zat te lezen. Nauwelijks kreeg de kok deze dwaze vertoning te zien, of hij werd rood van kwaadheid, terwijl hij riep, dat heeft me natuurlijk die weergaarse Thomas geleverd. Met dreigende houding en blik keek hij rond, opgewonden tierend, waar zit hij, die gallige strop, die karonje, die... Hij was buiten zichzelf, hij kon niet meer. De gehele bemanning vloog naar het varkenshok om te zien wat er gaande was. Toen dreunde opeens een bulderend gelach, want de matrozen vonden de grap allerkostelijkst. Ik wist niet dat meneer Knor familie van je was, grinnikte er een. Ei, kom, dat kan je toch wel zien, plaagde een ander, ze hebben zelfs samen één klerenkast. Nu, ik zou wat trots zijn op zo'n bloedverwant, zei weer een derde, het lijkt wel een rechtsgeleerde. Daar kwam de kapitein op het leven af. De kok schoot onmiddellijk op hem toe, zodra hij de gezagvoerder in het oog kreeg, en riep, kapitein, u moogt die Thomas, die schelm, wel eens duchtig onder handen nemen, want hij heeft... Ongelukkig voor de arme kok kon echter ook Van Halen zijn lachlust niet bedwingen, en keerde zich dadelijk om, terwijl hij proestend weer in de kajuit verdween. Daar ontbood hij echter Thomas bij zich, en gaf hem er het een en ander te doen, om de jongen voor die dag onder het oog van de kok vandaan te houden. Met deze en dergelijke grappen en dwaasheden, maar vooral ook door zijn hulpvaardigheid, won Thomas toch steeds meer en meer de gunst der matrozen. Zo'n scheepsjongen was wat waard, meende zij, die bracht nog eens wat afleiding in het dagelijks leven aan boord. En intussen spoedde het schip zich maar immer door de golven en had reeds de 19e dag, dus na een reis van 35 dagen, de kust van Brazilië in het gezicht. Hier ontmoetten zij een menigte schepen, maar de vlugge Christina vloog die alle als een vogel voorbij. Oorlogsschepen preiden het ongewone vaartuig, maar Van Halen lette er weinig op. Woedende kapiteins zonden het kogel op kogel na, maar niet één die het bereikte. Als een spooksel verdween het vlugzeilende vaartuig uit de druk bezochte Amerikaanse wateren en snelde ver naar het zuiden heen. Daarna wendde Van Halen de steven naar het oosten en ging op zo'n grote afstand om de kaap, dat hij geen land zag en ook geen enkel schip ontmoette. Eindelijk bereikte hij de Indische Oceaan, maar hier, in die wateren vol klippen en eilanden, werd zijn geduld op allerlei wijze op de proef gesteld. Toen hij op de hoogte van de Kierkring gekomen was, werd het volkomen windstil, zodat hij in 5 dagen niets vorderde. Maar op de 6e dag verhief zich een haast onmerkbaar koeltje. Tegen de avond nam dit nog wat toe, en het vlugge schip, dat bij de minste wind al in beweging kwam, vloog weer als een zeemeeuw over de golven.
tegen middernacht waarschuwde een van de wachthebbende matrozen plotseling schip in zicht. Van Halen en Andries, die zich ter kooi begeven hadden, waren nu in een ogenblik aan dek. De heldere maan bescheen weldra de volle zeilen van het vaartuig, en toen de Christina het nog meer naderde, bleek het een grote, Hollandse Oost-Indië-vaarder te zijn. Maar het lompe, logge gevaarte lag doodstil, terwijl de Christina vlug en bevallig over het effe zeevlak gleed. Door de bemanning van het andere vaartuig werd dit met bijgelovige verbazing aangezien. Toen zij van hun eerste verrassing wat bekomen waren, verzochten en kregen zij verlof om met hun sloep aan boord te komen. Daar de zes roeiers uit angst voor het vreemde vaartuig verzocht hadden in de boot achter te mogen blijven, betrad alleen de stuurman het dek. Met de grootste verwondering bekeek de man het vaartuig van Van Halen, en toen die hem vertelde en in zijn scheepsjournaal aantoonde dat hij van Hamburg tot hier geen volle 3 maanden onderweg was, toen steeg zijn verbazing op het hoogst. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Riep hij uit. En wij zwalken al 278 dagen op zee, en de hemel weet of het nog geen 10 weken zal duren, eer we Java bereikt zullen hebben. En opnieuw bekeek de vreemdeling het schip en zijn tuig, waarvan hem alles even raadselachtig voorkwam. Aan boord van zijn eigen vaartuig teruggekeerd, raakte hij niet uitgepraat over wat hij gehoord en gezien had, en met ontzetting zag zijn volk, terwijl zij zelf nog altijd onbewegelijk lagen, het wonderschip nu verder en verder zweven, totdat het aan de gezichteinder verdween. De vlugge Christina kreeg meer en meer wind en bereikte eindelijk zonder verdere ongemakken Java, waar men het anker wierp voor de reede van Bantam. De gehele reis van Hamburg tot hier, met een vrij grote omweg nog wel, bleek afgelegd te zijn in nog geen 170 dagen. Van Halen ging aan wal, waar hij zijn papieren moest tonen en zich van het bestuur der Oost-Indische Compagnie voor een vrij grote som het recht kopen om handel in de kolonie te drijven. Het werd hem toegestaan. Al wat hij had meegebracht, wist hij nu spoedig en heel voordelig te verkopen, waarna hij ballast innam om vervolgens naar de Molukken te stevenen. Hier laadde hij kostbare specerijen, voer al handeldrijvend van de ene eilandengroep naar de andere en nam, na zijn schip rijkelijk beladen te hebben, de terugreis naar Europa weer aan, waar hij na een afwezigheid van 503 dagen het anker wierp voor Amsterdam. Het einde van hoofdstuk 5. Zesde hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser, zesde hoofdstuk, Van Halen neemt een noodlottig besluit. De tocht van schipper Van Halen met het door hemzelf uitgevonden vaartuig werd druk besproken. Toen Andries tegen de avond een van de herbergen aan het IJ binnenstapte om er een kan Haarlems te drinken, zaten ook daar de aanwezigen er druk over te redeneren. Ik zeg maar, schreeuwde een scheepsbarbier, een klein, zwetserig kereltje met een hoge, gillende stem. Ik zeg maar dat het nu feitelijk bewezen is dat de berekeningen van schipper Van Halen juist waren. En dat heb ik altijd gezegd, ofschoon ieder in der tijd volhield dat de uitvinding van de knappe schipper geen halve duit waard was. Och wat, gromde een scheepstimmerman, heb je er zelf in der tijd niet het hardst van alle de draak mee gestoken? Ik, gilde het mannetje, rood van inspanning en verontwaardiging, ik, een man van ontwikkeling? Dat is immers te dwaas om los te lopen. En ik zeg je dat je het wel gezeid hebt, bulderde de scheepstimmerman. Bedaar, bedaar, vriend Jaspers, piepte het kereltje, terwijl hij angstig achteruit schoof. Ik heb dat wel eens gezegd, zeker, zeker, maar uit gekheid, weet je. Jawel, gromde de scheepstimmerman, zo kan je natuurlijk je er altijd uit redden. Hoor eens, piepte de barbier, die... Nu hij zag dat Jaspers bedaarder was geworden, weer wat moed begon te krijgen. Ons vroege oordeel doet er eigenlijk ook weinig aan toe. Dit is zeker. Door Pieter van Halen is de scheepsbouwkunst een hele stap vooruitgebracht. Hebben jullie ooit een schip gemaakt dat in de ongelooflijk korte tijd van een jaar de reis naar de verste delen van Indië kon doen? En dat zo weinig volk nodig heeft, voegde een ander zeeman erbij, ofschoon ik daar nu juist niet zo mee ingenomen ben. En waarom niet?
gilde het scheepsbarbiertje weer. Waarom niet? Wel, dat is dunkt me zo klaar als een klontje. Het vaartuig van Schipper van Halen heeft maar een derde van de manschap nodig, die een ander schip van dezelfde grootte vereist. Een heleboel zeevolk zal daardoor moeten leeglopen, als het gauw allemaal van die nieuwe wetse schepen worden. Och wat, gilde het stemmetje van de barbier weer, hoe korter reis, hoe minder manschap, hoe verdeliger voor de reders. Die zullen dus meer schepen gaan bouwen, er zullen meer reizen worden gemaakt, en tenslotte worden de zeelui er nog steeds beter in plaats van slechter van. Ja, als het de reders goed gaat, zei weer een ander, dan varen ook de zeelui daar wel bij. En wat een verbetering met betrekking tot de gezondheid, krijste de barbier weer, want bij Schipper van Halen behoeven niet zoveel mensen in de beperkte ruimte opgehoopt te worden als op andere schepen. En doordat de reis met dat schip maar zo kort duurt, is er lang zoveel gevaar niet dat het volk gebrek aan mondbehoeften en goed drinkwater zal krijgen, waardoor scheurbuik schier onmogelijk wordt. Bovendien, zo mengde zich Andries nu in het gesprek, hebben we nu de tocht gedaan bij het ongunstigste weer. We mogen dus hopen dat er onder meer gunstige omstandigheden nog voordelige uitkomsten te wachten zijn. We? Heb je dan de reis meegemaakt? Riepen verscheidene stemmen. Ja, dat heb ik. Schipper van Halen is mijn neef, zei Andries met zekere trots. Van alle kanten werd hij nu met vragen bestormd, waar maar geen eind aan scheen te komen. Nu, vriendschap, zei tenslotte een van de aanwezigen, na zo'n gelukkige uitslag is voor je neef zijn fortuin zo goed als gemaakt. Je zult zien, het regent straks aanbiedingen, de een al mooier dan de ander, van rijke reders, die ook zulke schepen willen hebben. Ik vrees dat het hun weinig zal baten, gaf Andries ten antwoord. En dat waarom? Riepen verscheidene gasten verwonderd. Wel, toen mijn neef jaren geleden met zijn uitvinding voor de dag kwam, heeft niemand hem willen helpen. Integendeel, overal waar hij zich aanmeldde, werd hij bespot en uitgelachen. Ha, jawel, viel de matroos hem in de rede. Vroeger, toen ik jullie nodig had, zal hij denken, wou jullie niemendal van me weten. Wel, nou, lopen jullie dan ook maar naar de maan? Ja, zo denkt hij er precies over, bevestigde Andries, betaalde zijn bier en stapte de herberg uit. Nauwelijks had hij die verlaten, of hij werd door een der aanwezigen, die slechts zwijgend geluisterd had, gevolgd en staande gehouden. Zeg, vriendschap, zei de vreemdeling, zou je neef heus geen plan hebben om, zelfs voor veel geld, zijn uitvinding bekend te maken? Ik zou het niet denken, vriend, gaf Andries ten antwoord. Jullie moeten dan wel heel rijk zijn, ging de man voort, om ter wille van een misplaatst eergevoel zelfs een schitterende aanbieding van de hand te wijzen. Jullie? Mijn neef wilt u zeggen, want ik voor mij bezit geen duit. Dat was het juist wat de vreemdeling wilde weten, vandaar dat hij met opzet het meervoud had gebruikt. Wel nu, als dat waar is, dan zul je er toch ook niet op tegen hebben om op een gemakkelijke manier 100 gulden te verdienen? 100 gulden verdienen op een gemakkelijke wijze. Andries ogen schitterden, want hij had, helaas, voor een groot deel de geldzucht van zijn vader geërfd. En wat zou ik daarvoor dan moeten doen? Vroeg hij gretig. Al heel weinig, luister maar. Ik ben scheepsbouwmeester, en het zou mij veel waard zijn, als ik ook zulke schepen als de vlugge Christina kon maken. Daarom wil ik aan je neef het voorstel doen om hem, voor een grote som desnoods, zijn uitvinding af te kopen. Ik begrijp echter heel goed, dat dit niet dadelijk zou gelukken, maar je hebt misschien invloed op hem. Wel nu, tracht dan, zodra ik weer vertrokken ben, uw neef te bewegen mijn voorstel aan te nemen. Gelukt je dit, dan betaal ik je onmiddellijk 100 gulden uit. Aangenomen, zei de jonkman. Laten we dan afspreken dat we elkaar precies over 14 dagen weer in dezelfde taverne van hedenavond zullen ontmoeten. Top, riep Andries, waarna hij de vreemdeling verliet om weer naar boord te gaan. Reeds de volgende morgen werd de kapitein door de scheepstimmerman een inderdaad schitterend aanbod gedaan, maar Van Halen, die in de man een van zijn vroegere tegenwerkers herkende, weigerde beslist. Andries deed wat hij kon om neef Pieter tot andere gedachten te brengen, maar niets mocht baten. Dit maakte hem verdrietig, en daar van het onderwijs in de eerste tijd toch niets komen zou, vroeg en kreeg hij verlof om eens voor een week naar zijn familie in Rotterdam te gaan, want men moet weten dat na de aanval zijn vader het toch maar veiliger geacht had om weer daar te gaan wonen.
Aanhoudend dacht Andries aan de halsstarrigheid van zijn neef, die hem verhinderde in één ogenblik 100 gulden te verdienen. O, als hij die uitveding eens gedaan had, als hij die plannen en tekeningen eens bezat, wat zou hij er zaken mee doen? Voor 1000 gulden zou hij ze verkopen. Maar hij had ze nu eenmaal niet, en Pieter, die ze wel bezat, liet ze nu verder ongebruikt vergelen. Waar zouden ze liggen? In de kast natuurlijk, die Dave altijd zo zorgvuldig gesloten hield. Maar als die kast nu de enige tijd toevallig eens los was, zou het dan zo erg wezen als hij, Andries, die papieren eruit nam en ze voor veel, veel geld verkocht? Ze lagen daar immers toch maar renteloos. Pieter zou er dus helemaal geen schade bij hebben. Zo mijmerde Andries voort, en hoe meer hij erover dacht, hoe meer zijn geldzucht hem aandreef zich van die plans en tekeningen meester te maken. Na een week reeds keerde hij naar Amsterdam terug, vastbesloten om zijn voornemen ten uitvoer te brengen, zodra de gelegenheid maar gunstig was. Onder die omstandigheden vond hij het nu zelfs gelukkig dat zijn neef zo halsstarrig geweigerd had. Maar, zo vroeg hij zich af, zal Pieter bij zijn weigering blijven? Spoedig bleek hem echter dat voor die vrees weinig grond bestond. Wel ontving Van Halen van alle kanten uitnodigingen en bezoeken, wel kreeg hij van alle kanten aanzoeken om modellen te maken volgens zijn stelsel. Ja, poogde de Oost-Indische Compagnie en de hoge regering zelfs hem over te halen tot mededeling van zijn uitvinding, maar schipper Van Halen bleek niet te vermurwen. Hij was nu met hart en ziel koopman geworden en trachtte alleen in die hoedanigheid van zijn uitvinding zoveel mogelijk voordeel te trekken. Zijn eisen liepen dus buitensporig hoog, zodat de regering van alle verdere onderhandelingen met hem afzag. Particulieren die dit hoorden, waagden het nu helemaal niet meer. Maar van dat ogenblik af aan trachten alle mogelijke scheepsbouwmeesters, die toch al het land aan Van Halen hadden, zijn uitvinding te kleineren. Volgens hun oordeel was de vlugge Christina een schip dat slechts zo kon worden gemaakt omdat het zo'n klein vaartuig was. Grote schepen zou men op die manier niet kunnen bouwen, ging men zeggen. In het kort, wangunst en boosaardigheid deden wat ze konden om de roem, die Van Halen als uitvinder reeds verworven had, zo klein mogelijk te maken, zodat weldra de meeste mensen de overtuiging hadden dat Van Halen een heel gewoon schippertje, maar een geweldig grote bluffer was. Andries begreep echter dat de mannen van het vak voor zichzelf wel beter wisten en dat het bezit van Dave Pieters tekeningen nog alle waarde voor hen hebben zou. Op de bepaalde tijd begaf hij zich naar de herberg, waar hij, volgens afspraak, de scheepstimmerman zou ontmoeten. Nu de zaken zo'n keer hadden genomen, had hij echter weinig hoop de vreemdeling daar aan te treffen. Zoveel te groter was dus zijn verrassing, toen hij er de man toch zitten vond. "Je bent er niet in geslaagd je neef tot andere gedachten te brengen," vroeg de vreemdeling zacht, om niet door de aanwezigen gehoord te worden. "Nee," zei Andries, "maar wat zou het u waard zijn," fluisterde hij, "als ik u die ontwerpen verschafte?" "De zaak loopt prachtiger van stapel dan ik had durven hopen," dacht de vreemdeling, die juist gekomen was om Andries, wiens geldzucht hem de vorige keer vrij duidelijk was gebleken, tot de slechte daad over te halen. "Wat mij dat waard zou zijn? Stellig wel 1000 gulden. "Nee, voor zo'n bagatel wil ik het niet doen," was het antwoord. Lang en druk werd er daarop gefluisterd, en het gevolg was dat Andries op zich nam de vreemdeling voor 10.000 gulden de papieren, die op de uitvinding betrekking hadden, in handen te spelen. Van dat ogenblik af bespiedde hij zorgvuldig de kast, die neef Pieter tot eigen gebruik diende. Maar op welk uur van de dag hij ook de kajuit binnensloop, steeds vond hij ze gesloten. Eens, toen Pieter zich aan dek bevond, beproefde Andries de sleutel van zijn eigen kast op het slot, maar tot zijn spijt bleek die niet te passen. Wat nu gedaan? Wachten tot Pieter bij ongeluk de kast eens niet afsloot, kon hij niet lang meer, want de nodige herstellingen aan het schip waren al gedaan. De lading was al zo goed als binnen, en over een paar dagen zouden ze weer in zee steken. Nee, hij moest zijn slag slaan, nu of morgen, anders was het te laat. Maar nu, dat ging niet, want alle matrozen waren aan dek. De verdenking zou dus dadelijk op hem vallen. Zou het moeilijk gaan, de kast openbreken? Hij rukte even aan de deur. Er kwam beweging in. Ze zou gemakkelijk los te breken zijn, zonder veel geluid stellig. En,
Pieter sliep altijd vast. O, vannacht, vannacht, ja, dan moet het gebeuren. Morgen, dan was het misschien te laat. Pieter was die dag druk in de weer geweest, want hij wilde dat het stouwen van de lading, evenals vroeger, geheel onder zijn toezicht zou geschieden. Moe van alle beslommeringen begaf hij zich eindelijk naar bed en sliep dadelijk in. Hij droomde van de nieuwe reis, die hij met zijn geliefd schip weer ondernomen had. De vlugge Christina vloog weer, licht als een veertje over de golven. Schepen van allerlei naties snelde hij voorbij, tot hij ze in een ogenblik ver achter zich gelaten had. In weinige dagen was hij reeds de warme luchtstreek genaderd. Hij had nog geen waarneming gedaan, maar hij voelde het duidelijk aan de lauwe adem van de wind, die langs zijn wangen streek. Opeens, midden in de nacht, zag hij dreigend een donkere klip uit de oceaan omhoog steken. Hij wilde haastig het roer wenden, maar door een onbekende oorzaak was dit onbruikbaar. Hij poogde te schreeuwen om de bijstand der matrozen in te roepen, maar het scheen of zijn tong verlamd was. En intussen naderde het vaartuig al sneller en sneller de klip, waar hij regelrecht op afliep. Reeds zag hij de klip vlak voor de boeg, reeds hoorde hij een onheilspellend gekraak. Toen werd hij wakker. Gelukkig, hij had slechts gedroomd. Maar dat gekraak dan, dat was toch geen droom geweest, dat had hij duidelijk gehoord. Hij richtte zich op en keek rond. Plotseling ontwaarde hij in een hoek van de kajuit een donkere gestalte, die zich over een menigte papieren heenboog in de grootste wanorde over de grond verspreid. Bliksemsnel greep hij naar het pistool, dat altijd onder zijn bereik lag, en sprong het bed uit. Maar zijn hand zonk machteloos weer neer, want in hetzelfde ogenblik had hij, bij het bleke licht van de maan, dat door een der ruiten van de kajuit drong, in de dief zijn eigen neef herkend. Grote God, Andries, jij? Riep hij vol ontzetting. Pieter, ik, weg, weg, schreeuwde Van Halen met heese stem, want die geopende kast, die papieren over de grond verspreid, deden hem met smartelijke helderheid eensklaps alles begrijpen. Je bent een ellendeling, weg, weg, kreet Pieter opnieuw. Doodsbleek en sidderend van angst greep Andries de deur van de kajuit en verdween als een schim in de nacht, om nooit weer aan boord te komen. Van Halen verzamelde nu alles wat op de grond lag en sloot de kast, waarna hij zich als wezenloos in een stoel liet neervallen. De papieren, die op zijn uitvinding betrekking hadden, had Andries niet kunnen vinden, omdat die op een geheime plaats achter het beschot bewaard werden. Niettemin had dit voorval Van Halen geweldig geschokt. Van alle kanten door vijanden omringd, zonder vrouw of kind om hem lief te hebben, had hij al zijn genegenheid, al zijn hoop op deze schrandere jongeling gevestigd. En zijn plan stond reeds vast om zijn gehele bezitting aan hem te vermaken en, door hem zijn uitvinding, die hem dierbaar was, boven alles, eenmaal aan de wereld over te dragen. Maar van nu af had hij niemand meer aan wie hij zich hechtte. Van nu af aan zou zijn hart voor ieder gesloten zijn. Wie ter wereld was dan ook nog te vertrouwen, als zelfs hij, voor wie hij alles had willen zijn, ja, die hij tweemaal zelfs het leven had gered, hem nog ellendig bedroog. Nee, hij zou Europa verlaten en, als een eeuwige zwerver, nooit weer terugkeren naar het werelddeel, waar hij zulke bittere ervaringen had opgedaan. In treurige overpeinzingen en plannen voor de toekomst verdiept, zat hij nog lang na middernacht in de kajuit. Tegen de morgen had hij zijn besluit genomen. Hij stond op, legde een flink vuur aan en haalde toen uit de geheime kast al de papieren, die op zijn uitvinding betrekking hadden. Stuk voor stuk wierp hij ze in de vlammen, en zag toe hoe de arbeid en inspanning van schier heel zijn leven snel door de gretige vlamtongen omkronkeld en verteerd werden. Een traan rolde langs zijn door de zon gebruind gezicht. Het was de laatste warmteuiting van een gemoed, dat plotseling verkild was. Toen stond Van Halen op. Hij was een geheel ander mens geworden. Moe van de hevige schok en het droevige peinzen en denken, wierp hij zich opnieuw op zijn leger neer,
vol heftige haat voor de mensen, van wie hij zijn leven lang niets dan spot, miskenning en laagheid had ondervonden. In sombere stemming kwam hij die morgen aan dek. Mannen, sprak hij, nadat hij al zijn matrozen om zich heen verzameld had, ik heb besloten Europa voorgoed te verlaten. Wat mij tot dit besluit bewogen heeft, doet er weinig toe. Ik dwing niemand om met mij te varen, die er niet vrijwillig toe overgaat. Wie echter lust heeft met mij te vertrekken waarheen ik verkies, zal nooit mogen vragen waarom ik dit doe of dat, wanneer wij zullen landen of waar we zullen aankomen, want van nu af geef ik niemand rekenschap van mijn doen of laten meer. Ieder die deze voorwaarden aanneemt, beloof ik een dubbele gage, en eenmaal, wanneer hij voor de dienst ongeschikt wordt, een rijkelijk pensioen. Ieder die dat niet wil, kan vandaag nog in mijn kajuit komen om zijn loon, en desnoods dadelijk vertrekken. Morgen echter gaan we onder zeil. 19 van zijn manschappen, alle kloeke, onverschrokken kerels, sloten nu een verdrag met hem, overeenkomstig de voorwaarden die hij had gesteld. Ook Thomas, nu als matroos meevarend, sloot zich bij hen aan. De 5 overigen waren getrouwde mannen en verlieten het vaartuig en zijn kapitein, die zij beide lief hadden gekregen met een gevoel van weemoed, zoals ze nog bij geen enkele afmonstering gekend hadden. Van Halen zag ze echter onverschillig vertrekken. De volgende dag liet hij, tegen de avond, de ankers lichten, zonder zijn pas te vertonen, waarop het wachtschip onmiddellijk van wal ging om hem aan te houden. Maar onder het gejuich der matrozen liet Van Halen de Hollandse vlag hijsen. Een zwarte wimpel waaide aan de grote mast als bewijs dat hij zowel met zijn vaderland als met ieder ander wilde breken, en spoedig was het vlugge vaartuig als een waterspook uit het gezicht verdwenen, alschoon het oorlogsschip alle zeilen bijzette en het kogel op kogel nazond. Het einde van hoofdstuk 6. Zevende hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Zevende hoofdstuk. In de haven van Port-Royal. Zodra Van Halen in volle zee was, liet hij de steven naar het zuiden wenden, stuurde de volgende dagen bij een goede wind langs de kusten van Normandië en liep eindelijk de golf van Biscayen binnen. Hier, in het meest stormachtige gedeelte van de zee die Europa bespoelt, had het schip veel te lijden van vreselijke windvlagen en hooggaande golven. Maar daar het zo voortreffelijk ingericht was, waren Van Halen en zijn klein getal manschappen toch volkomen in staat hun vaartuig te blijven besturen. De 5e dag zeilde hij desnachts, terwijl de storm loeide en de regen in stromen neerviel, niet zonder gevaar, dicht langs de kust, om de rotsachtige Kaap Finistère heen. De sombere stemming van Van Halen bracht hem in een toestand, waarin hij voor geen enkele onderneming meer terugbeefde. Het leven had voor hem alle bekoorlijkheid, alle waarde verloren, en dat van zijn medemensen telde hij daarom even weinig als het zijne. Alleen het op de proef stellen van zijn geliefd schip achtte hij nog de moeite waard. Alleen dat denkbeeld kon hem nog bekoren. Daarom onderwierp hij het dolzinnig aan de vreselijkste proeven, en hoe onverschrokkener en vermeteler hij alles op het spel zette, des te schoner uitkomsten leverde zijn bouwkunst op. Opdat echter niemand zou raden wat hij wilde beproeven, stond hij in de gevaarlijkste ogenblikken zelf aan het roer en riep zijn manschappen de nodige bevelen toe door de scheepsroeper. Met de kracht van een reus verrichtte hij alleen het werk waartoe men op andere schepen onderscheidende manschappen nodig heeft. Toen hij, in weerwil van de storm, dicht bij de Spaanse kust Kaap Finistère omzeilde, was het weer zo'n gevaarvol ogenblik. Het was omstreeks 9 uur 's avonds, toen de matrozen van de wacht hem de glinsterende lichttoren van Vilano aanwezen, die als een flauw schijnende ster op de golven scheen te dansen. Van Halen antwoordde niets, maar hield zijn schip, dat ondanks de storm vele zeilen bij had, een weinig meer van de kust af, terwijl hij intussen van tijd tot tijd een snelle blik op het nabijzijnde land wierp. Spoedig verscheen er ten zuidoosten een tweede lichtpunt, het was de vuurtoren van Torignana. Toen Van Halen dit tweede, hem welbekende licht zag, bleek hem daaruit dat hij thans aan bakboord de beruchte klippen van Torignana en Corubion kreeg
en nu gaf de roekeloze aan zijn ontstelde manschappen bevel om, behalve de zeilen die al stonden, het fokkenzeil op te halen, waardoor het schip een ontzettende vaart moest krijgen, of te midden van de branding zijn wisse ondergang tegemoet gaan. Zodra het fokkenzeil bijgezet was, schoot het schip met zo'n kracht vooruit, dat Van Halen niet meer bij machten was om alleen het roer te regeren en daarom een van zijn sterkste matrozen te hulp riep. Het was een moedig en ervaren zeeman, die niet kon nalaten hem opmerkzaam te maken op de gevaarlijke toestand waarin het vaartuig verkeerde. Schipper, riep hij, wij drijven naar de klippen af. Waarachtig niet, schreeuwde Van Halen, we zeilen er op dit ogenblik omheen. Plotseling schitterde er iets als de bliksem waarop de knal volgde van een zwaar stuk geschut. In het volgende ogenblik zag men de omtrek van een groot schip zonder masten, dat door wind en golven landwaarts gedreven werd. Grote God, wat is dat? Riep de man die naast Van Halen stond. Stuurboord, klonk het bevel, het is een schip, over een minuut moet het vergaan. Men hoorde enige flauwe kreten, daar de vlugge Christina in dat ogenblik op geen pistoolschot afstands achter de spiegel van het vreemde vaartuig voorbijgleed. Er werd nog een schot gelost, en bij het flikkeren herkende men de vlag, en zag men langs de zij van het schip talrijke monden van zware stukken geschut, en dat zich een grote menigte mensen aan boord bevond, die in wanhoop rondliepen. Nu hoorde men een verschrikkelijk gekraak, dat zelfs boven het bruisen van de golven en het gehuil van de wind uitklonk. De matroos sidderde en bad overluid, barmhartige God, sta ze bij! Het is gebeurd, sprak Van Halen ijzingwekkend koud. Al die mensen? Riep de matroos ontzet. Ja, was het antwoord, koud en gevoelloos uitgesproken, alsof het de onbeduidendste zaak ter wereld gold. Men zag weldra niets meer van het vreemde schip. Toch kwamen nog enkele schipbreukelingen op de wrakken van hun vaartuig aan de kust, waar zij gered werden. Het is licht te begrijpen dat het reeds bestaande geloof aan een spookschip onder Hollandse vlag door de verhalen van deze schipbreukelingen nieuw voedsel ontving. De buitengewone bewegelijkheid en de goede bouw redden Van Halen's vaartuig van het wisse verderf, waaraan hij het bijna moedwillig had prijsgegeven. Reeds na 5 dagen zeilde het ten westen van Cadiz, liep onder Engelse vlag deze haven binnen, nam enige verversingen in, benevens een grote voorraad kostbare Spaanse wijn, en stak toen weer in zee om naar de Canarische eilanden te zeilen. In volle zee hees Van Holland de Hollandse vlag weer en voer rustig daarheen, onbekommerd over hetgeen hem zou kunnen bejegenen. Spoedig kwam in de verte een groot schip te zien, dat zijn gehele achtermast en al de raas, stengen en rondhouten van de andere masten verloren had. Men gaf noodzijde, maar Van Halen zond zijn volk tussen deks en bekreunde zich er niet om. De zonderlinge handelwijze van de anders zo menslievende man wekte onder het scheepsvolk niet weinig verwondering en ontevredenheid op. Niemand durfde echter zijn gevoelen uiten. Het vreemde vaartuig bleef spoedig achter en verdween in de verte. Maar nu meldden de matrozen dat op een zeemijl afstand een boot vol volk te zien was, dat zeker schipbreukelingen moesten zijn. Van Halen, wiens stemming hoe langer hoe somberder werd, hoe meer hij zich aan de omgang met zijn tuchtgenoten onttrok, antwoordde niets, maar beval aan zijn manschappen om zich op het dek neer te leggen en niet eerder op te staan, voor hij het hun gebood. De vreemde boot roeide uit alle macht, om zoveel mogelijk het snelzeilende schip te achterhalen. Maar tevergeefs riepen de ongelukkigen om hulp en medelijden. Tevergeefs spanden zij hun laatste krachten in om het schip te naderen en desnoods met geweld aan boord te komen. De vlugge Christina vloog hen voorbij en liet de boot niets na dan enige kringen in het water. 5 minuten later was het schip van Van Halen al zover dat men de zwakke klank van hun stemmen niet meer horen kon. De matrozen waren buiten zichzelf van verbazing over deze onmenselijke onverschilligheid van Van Halen. Ze vreesden voor zijn verstand en maakten fluisterend opmerkingen, die meestal hierop neerkwamen, dat men schip en leven niet langer kon toevertrouwen aan het opzicht van een krankzinnige. Van Halen hoorde dat nu wel niet, maar de duistere blikken van zijn manschappen voorspelden hem niet veel goeds, waarop hij besloot zich de eerste, de beste gelegenheid van hen allen te ontdoen. Voorlopig echter had hij nog werk genoeg voor hen.
Alles wat door de storm beschadigd was, deed hij herstellen en het schip van buiten opnieuw verven. Hij liet er nu ook de witte streep af, die langs de geschutspoorten liep. En toen stak de lange, zwart geteerde romp dreigend af bij de groene oppervlakte van de oceaan. Nauwelijks waren deze werkzaamheden verricht, of aan de zuidelijke gezichtseinder verschenen als donkere wolken de rotstoppen van de Canarische eilanden. De volgende dag wierp kapitein Van Halen het anker op de reede van Tenerife en vertoonde zijn schip de Spaanse vlag. Van Halen gaf nu zijn matrozen bevel dat zij zich enige dagen op dit eiland moesten vermaken, daar hij ongestoord alleen wilde zijn. Zijn sombere stemming aan boord was al bevreemdend genoeg, des te meer verraste hen nu dit verlangen om alleen te zijn. Ze hadden Van Halen lief, want, hoewel zij zich in stilte over hem uitlieten alsof hij niet wel bij het hoofd zou zijn, deed hij hen toch geen van allen ooit kwaad, en zijn vreemdheid en onverschilligheid wekte bij hen wel huivering en medelijden, maar toch had hij hun achting nog niet verloren. In hun ogen was hij nog een onvergetelijke zeeman, een stuurman, wiens kunst algemene bewondering tot zich trok, en de bevelhebber die met zonder tegenspraak gehoorzaamde. Maar hij was hun in de laatste tijd zo vreemd voorgekomen. Hij scheen dezelfde niet meer van vroeger. Angstig trachten zij elkaar de bezorgdheid uit het hoofd te praten, die zijn vreemde handelwijze bij hen opwekte, en waartoe hij met iedere dag opnieuw aanleiding gaf. In zijn besluit om enige dagen alleen aan boord te blijven, meende zij dan ook niet anders te moeten zien dan een nieuwe dwaasheid van een waanzinnige. Toch was het hun niet onwelkom. Ze zouden nu tenminste eens enige tijd van zijn drukkende somberheid ontslagen zijn, want Van Halen's toestand werd hen een voortdurende benauwing. Zelfs Thomas had sinds lang geen grappen meer. Van Halen vermoedde niets van dit alles, hij was voortdurend in zichzelf gekeerd en zijn manschappen waren in zijn oog niets dan werktuigen die hij niet missen kon. Hij wilde hen nog zo lang bij zich houden, tot hij een oord zou gevonden hebben waar hij alleen, afgezonderd van de mensen die hij haatte, leven kon. 5 dagen lang hadden de matrozen in alle richtingen het eiland doorkruist. De 6e dag daalden zij weer boven Orotava van de bergen naar de kust af. De ruwe zeelui, anders geen vrienden van grote tochten in het binnenland, verlieten het bekoorlijke eiland Tenerife met een weemoedig gevoel en met huivering dachten zij aan de ontmoeting met hun kapitein. Hoe zouden ze hem aantreffen? Zou hij die dagenlange afzondering niet nog vreemder, nog somberder geworden zijn? Met onverschillige blik zag Van Halen zijn manschappen weer aan boord komen. Onmiddellijk gaf hij bevel de ankers te lichten, waarop het schip door de wind in volle zee gedreven, vlug als een vogel uit de ogen der eilandbewoners, achter het voorgebergte verdween. Van Halen bereikte spoedig het gedeelte van de oceaan, dat de Spanjaarden Mar de Sargasso noemen. Hier schijnt de zeeman te midden van de woelige golven eensklaps een vreedzaam groen weiland te zien. Een groot gedeelte van het water is hier namelijk met zulk een dicht en wilderig groeiend zeegras bedekt, dat men het niet alleen niet zien kan, maar dat zelfs de golfslag erdoor gebroken wordt, zodat de schepen daardoor, zo niet geheel, dan toch in grote mate op hun tocht vertraagd worden. Van Halen zag dit vreemde verschijnsel, dat er ook voor hem nieuw was, met dezelfde onverschilligheid en ijzingwekkende koelheid, die zich onder alle indrukken bij hem vertoonden. Zijn manschappen vervreemden zich iedere dag meer en meer van hem. Ze schuwden en ontweken hem, zoveel ze maar konden, maar toch luisterden ze met angstige bezorgdheid naar ieder bevel, daar zij voelden dat zij zonder hem niets zouden zijn en dat anders bij het eerste gevaar allen verloren zouden gaan. Thans echter stond het onwrikbare bij hen vast om bij het landen in de eerstvolgende haven Van Halen en zijn schip te verlaten. Geen vijandschap of haat was hiervan veroorzaak. Want evenmin als hun ongelukkige aanvoerder iemands liefde trachtte te verwerven, evenmin gaf hij zijn schepelingen aanleiding zich gekrenkt te gevoelen. Maar alleen een drukkende gevoel van een treurige verlatenheid en van een onverklaarbare vrees, die zijn sombere en zwijgende persoonlijkheid bij hen opwekte, bracht hen tot dit besluit. Hun ruime gage, hun uitstekende voedsel, hun onvergetelijke vaartuig, niets was in staat hen te weerhouden. Na een tocht van 19 dagen sedert hun aankomst in de zee van Sargasso,
vertoonden zich als lichte wolkjes aan de Westerkim de kusten van de eerste West-Indische eilanden. Van Halen was in deze streken nog onbekend. Hij zeilde daarom op het eerste vaartuig los dat hij ontdekte en haalde daarvan een loods over, om hem de weg te wijzen tussen de talloze eilanden van de Amerikaanse archipel. In die tijd was West-Indië even gevreesd om zijn gevaren als gezocht om zijn voortbrengselen. Door de gruwelijke wreedheid van de Spanjaarden werden deze bekoorlijke en rijke eilanden ontvolkt en verwoest. In het begin van de 17e eeuw bezetten de Engelsen en Fransen enkele deze eilanden en legden er koloniën aan. Die eerste volksplanters werden echter door de Spanjaarden verdreven, vooral uit San Domingo, maar de schone streek was hun reeds te lief geworden dan dat zij er zich geheel uit wilden laten verjagen. Zij vestigden zich dus op de nabijgelegen schildpad-eilanden, waar zij weldra, omdat zij van alle kanten toevloed kregen, tot zo'n groot getal aangroeiden, dat zij de Spanjaarden met gelijke munt konden betalen. Zij verdreven ze eerst van San Domingo en gingen toen, tot vergelding voor het hun aangedane kwaad, langs de kusten op roof uit. In tijden van grote nood vielen ze alle volken aan, maar de Spanjaarden altijd, waar ze die maar vonden. Hun onverzoenlijke haat jegens dit volk was het gevolg van de ongehoorde wreedheid, waarmee de Amerikanen door de Spanjaarden behandeld werden. Vroeger hadden zij nooit aan zeeroverij gedacht. Ze waren enkel boekaniers, dit is stierenjagers geweest, maar de Spanjaarden hadden, om hen te benadelen, alle stieren op San Domingo uitgeroeid en hen dus tot het uiterste gebracht. Daar zij zich overtuigd hielden dat hun handelwijze wettig was, bezielde hen een moed, die alle gevaren en zelfs de dood verachtte. Ja, zij geloofden zo weinig onrecht te plegen, dat zij steeds God om bijstand bij hun onderneming aanriepen en hem eveneens openlijk bedankten, nadat alles afgelopen was. Deze dappere, roekeloze mannen doorkruisten toen de zeeën van West-Indië en brachten door hun schrikkelijke daden vrees en ontzetting teweeg bij alle zeevarenden. Boucaniers, flibustiers, marons, hoe zij ook genoemd werden, altijd werd er een somber gevoel van afgrijzen door opgewekt. Onder zulke gevaarlijke omstandigheden nu naderde de ongelukkige Van Halen met zijn fraai vaartuig het bekoorlijke eiland. Zijn somberheid nam nog toe met de dag en was voor zijn manschappen onbegrijpelijk. Aan de ene kant gevoelde zij ten opzichte van hun kapitein afschuw en ontzetting, aan de andere kant diep medelijden. Het was dan nu ook zo ver met de grote man gekomen, dat hij begon te handelen zonder zichzelf helder bewust te zijn van hetgeen hij deed. Hij was geheel waanzinnig geworden. De ervaren zeelui van Van Halen, die voor geen gevaar terugdeinsden, waren thans vol van een vrees en een afschuw, even groot als het vertrouwen en het ontzag dat zij vroeger voor hem gevoeld hadden. Huiverend bespieden zij elk van zijn schreden, iedere dwaze daad, want ze konden het voor elkaar niet langer verbergen dat hen allen het vreselijkst gevaar bedreigde als deze verschrikkelijke man eens, misschien door een gering toeval, in woede geraakte. Geen van hen sprak meer met hem zonder zich door angstige schuwheid beklemd te gevoelen, en ieder ontweek hem zorgvuldig, want ze wilden tot niets meer verplicht zijn dan tot de scheepsdienst en wat daarbij behoorde. Alleen Thomas had genoeg menselijk gevoel om zijn meester met medelijden waar te nemen. En hoe meer de anderen tegen hem opkwamen, des te vaster sloot hij zich bij hem aan, des te liefderijker zorgde hij ervoor dat in al zijn behoeften voorzien werd. Ja, hij gebruikte zelfs zijn invloed om te beletten dat men de ongelukkige aan handen en voeten gebonden in het ruim wierp, zoals enkele al gedreigd hadden te zullen doen. Van Halen scheen van de dreigende houding zijner manschappen even weinig besef te hebben als van zijn onbeschrijfelijk ongelukkige zielstoestand. Evenals hij, die mensen slechts als werktuigen scheen te beschouwen, als levende en bezielde gedeelten van het wonderbare vaartuig dat hij gebouwd had, evenzo scheen hij zelf een werktuig te worden en niet meer te gevoelen of te verrichten dan nodig was tot besturing en instandhouding van het geheel. Maar die deed hij met al de omzichtigheid, kracht en moed, waarover de bekwaamste zeeman slechts kan beschikken, en hoe minder hij mens scheen te blijven, des te meer moest zijn scheepsvolk erkennen dat zijn kunde en ervarenheid als zeeman toenam.
Hij werd echter zo karig met woorden, dat zij geen woord van hem hoorden, of het moest een bevel zijn. De ongelukkige man vergat ook heel voor zijn lichaam te zorgen. Kleren, schoon linnen, eten en drinken, alles moest hem door Thomas gebracht worden bij het roer, dat hij nu bijna niet meer verliet. Slechts één ding scheen nog in staat te zijn hem uit zijn wezenloosheid op te wekken, namelijk wanneer er iets, dat hij voor de dienst op het schip bevolen had, niet ten uitvoer gebracht werd, al was het ook nog zo'n kleinigheid. Zo had hij op zekere dag aan de matroos bij de voormast iets onbeduidends bevolen, en aan dat bevel was geen gevolg gegeven. Zodra Van Halen dat bemerkte, werd hij woedend, zette het roer vast, greep de matroos aan, die als een kind ineenkroop onder de vreselijke handen van zijn bevelhebber, en droeg hem naar de plaats waar hij had moeten werken. Toen hij hem daar zijn werk had laten verrichten, sloeg hij hem zo geweldig met een eind hout, dat de arme man gedurende de verdere reis niet in staat was dienst te doen en eerst na een langdurig verblijf aan land het gebruik van al zijn ledematen terugkreeg. Al de matrozen omringden Van Halen en keken hem dreigend aan, maar niet één waarde het de woedende man tegen te houden, ofschoon zij bij iedere slag vreesden dat het de ongelukkige het leven zou kosten. Toen Van Halen eindelijk zijn slachtoffer half dood als een worm aan zijn voeten zag kruipen, beval hij dat men zijn gekneusde ledematen met brandewijn wassen en hem naar zijn kooi brengen zou. Hij stelde daarna een ander in zijn plaats, keek de verplekende matrozen somber aan, hief dreigend een eind hout in de hoogte en keerde, zonder zich verder om hen te bekommeren, naar zijn post aan het roer terug, om daar, evenals vroeger, de dubbele betrekking van scheepskapitein en stuurman waar te nemen. Het was een huiveringwekkend gezicht, deze waanzinnige, zoals hij in een stille nacht in de maneschijn aan het roer stond en onbewegelijk zijn ogen op de angstige manschappen gevestigd hield. Huiveringwekkend ook was het te zien hoe hij, van vermoeienis haast bezwijkend, het roer aan een ander overgaf en dan, als een machine, altijd in een rechte lijn over het kleine dek heen en weer wandelde. Na op die manier een uur, of soms verscheidene uren, te hebben doorgebracht, zocht hij een plekje naast de vlaggenkast op, legde zich daar neer met het gezicht naar de hemel gekeerd en sliep in. Maar de kleinste beweging, het minste gedruis maakte hem wakker, en dan begaf hij zich met schijnbaar nooit uitgeputte kracht weer op zijn post. Zo bereikte de vlugge Christina eindelijk de West-Indische archipel, altijd bestuurd door de loods. Die voerde het schip, nadat het de onbewoonde eilanden zonder tegenspoed voorbij was, langs de noordoostelijke punt van Jamaica, en nu zeilde het verder langs de heerlijke kusten van dit eiland, tot het bij de hoofdstad Port Royal binnenliep. Onder een geweldige toevloed van mensen, die bij het ongewone schouwspel aan de haven bijeenstroomden, werd het schip tot onder de kanonnen van het fort gevoerd. Zodra de loods het dek verliet, traden al de matrozen, met uitzondering van de zieke en Thomas, gezamenlijk op hem toe, ofschoon hij nog met enkele noodzakelijke verrichtingen voor de veiligheid van zijn schip bezig was, en vertelde hem dat zij eenparig besloten hadden de Christina voor altijd te verlaten. Van Halen staarde ze vreemd aan, gaf geen antwoord en ging voort met zijn bevelen te geven. Hij liet het vaartuig geheel aftakelen en alles op zijn plaats brengen waar het behoorde. Toen hij op die manier voor zijn schip gezorgd had, gaf hij aan zijn matrozen bevel om hun kisten te pakken, een boot aan te roepen en zich aan dek voor het vertrek gereed te houden. Daarop kwam hij bij hen. Hij betaalde aan elk het bedongen loon, liet de zieke met al wat hij bezat in de boot brengen en gaf hem een aanzienlijke som geld. Toen sloot hij zich in de kajuit op en wilde verder van niemand meer iets horen. Thomas, de enige die Van Halen nog toegenegen was, klopte dan ook lang tevergeefs aan de deur. Eindelijk echter deed Van Halen open. Met een sombere blik zag hij de jonkman aan. —Wat wil je nog? Vroeg hij. —Ze zijn weg. Allemaal. Ik heb je niet meer nodig. —Kapitein, ik wil niet weggaan. Ik blijf bij u. U kunt mij niet missen. —Ga heen, was het koele antwoord. —Nee, kapitein. Ik kan en ik wil u niet verlaten.
wie zou u bedienen? En wie zou bij u zijn, als ik u ook verliet? Nee, kapitein, ik zal u als een hond volgen, en al trapt u mij van u af, dan zal ik weer naar u toekruipen, zei de jongeling ontroerd. Van Halen staarde hem zwijgend en somber aan. Eindelijk scheen er toch een flauwe herinnering in hem op te komen. O, jawel, je bent Thomas, die me altijd eten brengt. Eten en schone kleren. O ja, jawel, Thomas. Met die woorden liet hij hem in de kajuit en stond toe dat hij hem bediende, evenals vroeger. Thomas haalde nu wat voedsel, bracht wijn en verzorgde zijn ongelukkige meester weer even trouw als tevoren. 'S Avonds, toen Van Halen sliep, ging hij aan dek en waakte hier de gehele nacht, totdat zijn meester de volgende morgen weer boven kwam. De krankzinnige staarde wezenloos naar de leegte op zijn schip. Hij was alles wat de vorige dag gebeurd was alweer vergeten en wandelde volslagen onverschillig over het dek heen en weer, tot een nieuwe indruk zijn opmerkzaamheid weer wakker maakte. Hij zag van de wal een boot afsteken met verscheidene ambtenaren erin. Hij had namelijk de aandacht getrokken dat een menigte matrozen het schip hadden verlaten. Dat scheen verdacht. Men vermoedde een misdaad en had enkele van hen onmiddellijk in hechtenis genomen. Het getuigenis van die lieden en de handelwijze van Van Halen zelf, die in gebreke gebleven was de nodige aangifte bij het havenbestuur te doen, hadden nu een bezoek van enige beambten van het wachtschip ter gevolge. Van Halen zag met een glimlach de officieren en ambtenaren aan boord komen en begroette hen als iemand wiens zaken volkomen in orde zijn. De officier van het wachtschip sloeg een blik van bewondering op het prachtige vaartuig en zijn fraaie inrichting. Toen zag hij Van Halen en de enige matroos die bij hem stond getroffen aan en vroeg: "Is u de bevelhebber van dit schip?" "Jawel, meneer," antwoordde Van Halen heel gewoon. "Waaraan heb ik de eer van uw bezoek te danken?" "Zou ik uw papieren eens mogen inzien?" "Zeker, meneer. Volg mij maar in de kajuit." De officier bevond alles in orde, alleen was hij verwonderd dat de passen geen blijk droegen voor de reis vertoond te zijn aan de Hollandse havenmeester te Amsterdam. Nu zag hij de kajuit rond en vroeg: "Heeft u er iets op tegen dat de ambtenaren uw lading onderzoeken?" "Volstrekt niet," antwoordde Van Halen. Hij gaf Thomas de sleutels en wenkte hem dat hij met de ambtenaren zou meegaan. Zodra zij de kajuit verlaten hadden, kreeg Van Halen een fles wijn, schonk de officier en zichzelf in en onthaalde hem met de houding van iemand die zijn wereld kent. Hij sprak echter geen woord meer, totdat de ambtenaren terugkwamen. Toen die eindelijk weer de kajuit binnentraden, zag hij ze vragend aan. "Alles in orde," was het antwoord. "Meneer," vroeg de officier verwonderd, "waar is uw volk toch?" "Gisteren hebben mijn matrozen hun ontslag gevraagd, en zodra ik ze uitbetaald had, hebben ze allemaal mijn schip verlaten," zei Van Halen met de grootste kalmte. "Maar heeft u nu nog manschappen genoeg over om de dienst te doen en de reis voor te zetten?" Van Halen keek treurig voor zich. Eindelijk zei hij, alsof hij uit een droom ontwaakte: "Ik hoop hier nieuwe matrozen aan te monsteren." De officier en de ambtenaren keken elkaar bedenkelijk aan. "Ik zal u een wacht op uw schip geven, totdat het weer genoegzaam bemand is," zei de officier. "U behoeft dan tenminste niet bezorgd over uw eigendom te wezen. Maar wees voorzichtig als u matrozen aanmonstert, want er zwerft hier veel gespuis rond." De vreemdelingen verlieten nu het schip weer en schudden bedenkelijk het hoofd over de kapitein en de treurige toestand waarin de ongelukkige verkeerde. Een uur later verschenen in een boot een onderofficier en 5 soldaten om het dek te bezetten. Thomas voorzag de soldaten van het nodige om daarna weer al zijn zorgen aan de arme krankzinnige te wijden. Aan wal was men intussen over het lot van Van Halen ernstig beducht. Het einde van hoofdstuk 7. Achtste hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Achtste hoofdstuk, De Boekaniers. Toen Thomas nu meende dat zijn tegenwoordigheid aan boord wel een ogenblik gemist kon worden, was hij met de eerste boot, die bij het schip aanlegde, aan wal gegaan. Hij wilde zijn vroegere kameraden opzoeken en zien of zij niet te bewegen waren weer bij Van Halen dienst te nemen.
Wat toch zou er hier van zijn ongelukkige meester zonder vertrouwd zeevolk terechtkomen? Het duurde vrij lang eer hij ze gevonden had, maar eindelijk trof hij ze, voor het grootste gedeelte althans, in een drukbezochte zeemansherberg aan. Thomas gebruikte nu al zijn overredingskracht om hen over te halen weer naar het schip terug te keren. Hij herinnerde hen aan het aanzienlijke loon, de goede verzorging, die zij op het schip van Halen genoten. Hij beriep zich op de zeldzame eigenschappen van het voortreffelijke vaartuig. Hij bracht hun de algemene bekende goedhartigheid van de kapitein in herinnering en vroeg hun tenslotte hoe zij het van zich konden verkrijgen om hun arme meester hier, in een vreemd oord, in zo'n hulpbehoevende toestand achter te laten. Niets mocht evenwel baten, de halfbeschokken matrozen hoorden hem wel aan, enkele kregen zelfs te doen met de ongelukkige gezagvoerder, maar verscheidenen hadden al op andere schepen dienst genomen, en bij de meesten was de herinnering aan de doorgestane angst nog zo levendig, dat zij niets van Thomas' verdere redeneringen meer wilden horen, en hem met woest gezang en luidruchtige tegenspraak poogden te overstemmen. De kerel is gek en van de duivel bezeten, riep er een. Men moest hem doodslaan als een dolle hond, schreeuwde een ander. Je geeft je aan de Satan over als je op zijn schip dienst neemt, liet een derde zich horen. Met duivelskunsten en toverspreuken is het vaartuig gebouwd, brulde weer een ander. Weg met zijn duivelschip, tierden verscheidenen, ze moesten het verbranden. Thomas zag nu duidelijk genoeg in, dat al zijn verdere moeite dwaasheid wezen zou. Hij dronk dus stil zijn glas uit, wenste hun een goede reis en verliet de herberg onder het spottend gelach van zijn vroegere kameraden. Aan de andere tafel hadden echter vijf mannen, van een fors, onverschrokken voorkomen, het gehele gesprek zwijgend aangehoord. Weliswaar verstond er maar één van hen de Hollandse taal. Maar toch hadden ook de andere vier opmerkzaam toegeluisterd en door enkele mededelingen van hun makker en de levendige gebaren der Hollandse matrozen de inhoud van het gesprek geraden. Zodra Thomas vertrokken was, vertelde de vreemdeling, die Hollands verstond, de gehele toedracht der zaak aan zijn metgezellen, en een ogenblik later verlieten ze alle vijf, dicht in hun donkere mantels gehuld, de herberg. Ze stapten stevig door langs de haven van Port-Royal naar een bosje dat buiten de vestingwerken lag. Toen hielden zij stil voor een landhoeve, die in een heel slechte reuk stond en door ieder weldenkend mens vermeden werd. Het was een vervallen gebouw, deels door aardbevingen, deels ten gevolge van de nalatigheid van de eigenaar. Zodra ze hadden aangeklopt en het wachtwoord gegeven, werd de poort geopend. Een kerel met een fakkel in de hand trad naar buiten, bekeek eerst man voor man nog eens afzonderlijk en pas toen konden zij binnenkomen. Ze traden nu door een met ijzer beslagen deur in een grote kamer, die tamelijk goed verlicht werd door een hanglamp waarop vier kaarsen brandden. Waar is Lolonois? Vroegen zij aan de mannen, die zich in het vertrek bevonden. Boven, was het antwoord. Dan moet er iemand naar hem toe om hem te roepen. We mogen geen ogenblik verliezen. Er is kans om weer spoedig vlot te komen. Op die woorden kwamen nog enige uit andere kamers het vertrek in. Enkele daalden een trap in de achtergrond af, zodat de kamer meer en meer gevuld werd met forse mannen van een ruw en verwilderd uiterlijk, waarvan sommigen zacht met de aangekomenen spraken, terwijl anderen in stilte aan de overigen hetgeen zij gehoord hadden vertelden. Eindelijk kwam de persoon naar wie men gevraagd had tevoorschijn. Hij was blijkbaar de hoofdman, want schuw traden de anderen terug, zodra ze hem gewaar werden. Het was iemand van een gedrongen, krachtige gestalte, met zwart krullende lokken en een zware baard, die hem tot op de borst neerhing. In zijn fraai gevormd, mannelijk gelaat schitterden een paar zwarte ogen, waarvan de blik iemand tot in de ziel drong. Zijn kleding was geheel gelijk aan die van een aanzienlijke 17e-eeuwse edelman. Uit de met goud belegde gordel staken de kolven van een paar prachtige pistolen en een dolk hing erin, waarvan het gevest met paarden en edelgesteenten versierd was. Bij zijn komst hield het rumoer in de kamer onmiddellijk op. De 50 mannen staarden hem eerbiedig aan en wachtten zwijgend op de uitslag van het gesprek, waartoe men Lolonois geroepen had. Eindelijk zweeg de verhaler, Lolonois stond een ogenblik in gedachten. Toen vroeg hij halfluid, maar met een welluidende stem, waar ligt het schip? Onder de kanonnen van het fort, kapitein.
en het is op het ogenblik niet bemand en door soldaten bezet, zeg je? Ja, kapitein, alleen de bevelhebber, een krankzinnige, met 1 matroos zijn aan boord en dan nog 5 soldaten. Weet je ook wat voor landslui de gezagvoerder en die matroos zijn? Vroeg Lodenois verder. Hollanders. Weet je dat zeker? Jawel, kapitein, dat weet ik zeker. Dan mogen we geen geweld gebruiken en het leven van beiden moet gespaard blijven, zei Lodenois. Als het Spanjaarden waren, dan? Hier hield hij even op. Er heerste nu weer een diepe stilte. Eindelijk vervolgde Lodenois. Dat schip moeten we hebben. Het mag kosten wat het wil. Maar geen geweld. Wie wil als matroos aan boord van het schip gaan en zich laten aanmonsteren? Meer dan 30 van de jongste mannen traden onmiddellijk naar voren. Lodenois zocht er nu 25 uit en gaf hun, uit de beurs die aan zijn gordel hing, al het geld dat hij bezat. Toen beval hij hun dadelijk in de stad de nodige kleren te kopen om zich als matrozen te verkleden en dan de volgende morgen 1 voor 1 naar het Hollands schip te gaan en zich te laten aanmonsteren. Bovendien moesten zij hem terstond bericht zenden als de kapitein in zee zou steken. Hij zelf zou met de overigen buiten de haven in de boot op hen wachten en met hun hulp aan boord komen. Met de rest zou het al verder wel rondlopen, voegde hij erbij. Toen gaf hij een wenk en de 25 mannen verlieten onmiddellijk het gebouw. Nauwelijks waren zij heen of de eigenaar van de hoeve trad ontsteld binnen en stamelde: Edele heer, hou het mij ten goede, maar al die mannen... Gaan heen, was het besliste antwoord. En spoedig, vervolgde Lodenois, gaan wij allemaal u verlaten. Maar, edele heer, vroeg de man deemoedig, vergeef het een arme drommel, maar wie zal mij dan betalen? Lodenois nam de gouden keten, die om zijn hals hing, en zei, daar, achterdochtig creatuur, neem deze ketting dan, ze is wel 1500 kronen waard, maar zorg dan ook nog zo lang voor ons, tot wij je huis geheel verlaten kunnen. De eigenaar van het gebouw, een vent met een echt schurkachtig gezicht, nam gretig het kostbare voorwerp aan, kuste deemoedig de kleren van Lodenois en verdween toen om wijn en spijzen te brengen en zodoende zijn gevaarlijke gasten in een goede luim te houden. De mannen plaatsten zich daarop aan tafel met Lodenois aan het boveneind en deden zich aan de kostbare maaltijd te goed. Weldra vulde Lodenois zijn beker, hief die omhoog en sprak tot zijn dischgenoten, makkers! Het ongeluk heeft ons tot schipbreukelingen gemaakt, juist toen we het heerlijkste en voordeligste waagstuk wilden volbrengen. Lang hebben we hier gewacht op een gelukkige tijd, en zie, nu is die tijd gekomen. We zullen weer uitvaren om de Spanjaarden te bevechten. We zullen weer rijke buit behalen en nieuwe roem verwerven, als wij de moordenaars vervolgen die tegen de arme Amerikanen, de bewoners van deze heerlijke eilanden, zo onbarmhartig gewoed hebben. Kom aan dan, mannen, ik zal opnieuw uw aanvoerder zijn. Ik drink op uw welzijn en op ons krijgsgeluk. Lang leven de boekaniers! Lang leven Lodenois, onze dappere kapitein, riepen de stoute gezellen, terwijl ze juichend opsprongen, hun glazen tegen elkander hieven en leegdronken. Te midden van dit rumoer was Lodenois opgestaan en langs de trap naar de bovenverdieping van het huis verdwenen. De volgende dag sloop Thomas angstig en verlegen over het dek naar de kajuit, want een troep van meer dan 20 mannen dwaalde lui en traag nabij het schip rond, die er heel verdacht uitzagen. Toen hij in de kajuit kwam, vond hij daar een paar van die vreemde snaken, die juist hun handgeld van Halen kregen. Van Halen stoorde zich niet aan zijn raadgevingen en wierf net zoveel matrozen aan als er komen wilde, zodat zijn schip tegen de avond al met 25 zeelui bemand was. De wachthebbende soldaten achtten zich nu overbodig en gingen heen. Ondanks hun zeemansuiterlijk schenen de nieuwelingen toch allesbehalve vertrouwbare matrozen te zijn, en toen Thomas hun brutale manier van doen zag, begon het hem hoe langer hoe angstiger te worden. Tegen zonsondergang riep een van de brutaalste knapen een voorbijvarende boot aan om een loods. Een kerel met een gemeen en liederlijk voorkomen klauterde toen aan boord, werd op een fles Malaga-wijn onthaald en was weldra met een paar van de nieuwe manschappen in een fluisterend gesprek. Nu ontstond bij Thomas een vreselijk vermoeden. Hij ging naar de kajuit en zei tegen Van Halen, kapitein, kent u de mannen die u in dienst genomen hebt?
Van Halen zag hem lang en strak aan en zei toen, wat gaat het je aan? Ze hebben een loods op het dek gehaald en trakteren hem op uw eigen wijn. Heeft u ze daar bevel toe gegeven? Van Halen was weer in zijn gewone wezenloosheid teruggezonken en gaf geen antwoord. Kapitein, ze willen in zee steken en we hebben vers water en nog andere voorraad nodig. Wilt u dan niets innemen om in die behoefte te voorzien? Vroeg Thomas, bijna smekend. Niets mocht baten, Van Halen sprak geen woord en antwoordde alleen met sombere, dreigende blikken. Thomas klom weemoedig weer naar dek, om hier, door zijn tegenwoordigheid, de vreemdelingen tenminste een beetje in bedwang te houden. Maar nauwelijks was hij boven, of verscheidene matrozen kwamen op hem toe, en een ervan zei, in zuiver Hollands, hoor eens, vriendje, we hebben daar zo even juist gehoord, dat je die gek daar in de kajuit tegen ons wilt ophitsen. Doe dat niet weer, versta je, want één woordje nog, en je ligt in zee met een 12 ponder om je nek. Thomas verbleekte en durfde geen woord meer zeggen, toen hij de kring om hem heen in het rond zag. Maar toen hij naar boven wilde gaan, kwam hem een van de woeste vreemdelingen, die er het vermetelst uitzag, opzij, trok een dolk en fluisterde, zal je, zolang wij in de haven zijn, dat wandelen op het dek wel eens nalaten en beneden in het ruim blijven? Of wil je soms eens zien hoe ik je met dit dingetje naar de andere wereld helpen kan? Thomas verschrok nu nog meer, keerde terug en daalde onder het spottend gelach van de boekaniers zo gauw mogelijk door het grote luik in het ruim af. Spoedig daarna werd er in zijn nabijheid een matroos met ontblote sabel op wacht geplaatst, die hem geen ogenblik uit het oog verloor en om het uur werd afgelost. Er gebeurde nu niets bijzonders meer, zolang het schip in de haven lag. Eindelijk kwam Van Halen aan dek en gaf bevel om terstond de ankers te lichten. Hij bemerkte niet dat een van de matrozen in de mast van de achtermast klom en van een der touwen een rode doek liet fladderen. De loods klauterde boven in de boegspriet om zoveel te beter de klippen aan de ingang van de haven te kunnen vermijden en riep Van Halen, die aan het roer stond, luid zijn opmerkingen toe. De nieuwe matrozen stonden, als echte zeelui, op hun post en deden hun werk, zo goed als hun dit bij de nieuwe en eigendaardige inrichting van het vaartuig maar mogelijk was. Op die manier raakte het schip eindelijk in volle zee, waar het langzaam langs de bosrijke kusten over de golven zweefde. Nauwelijks evenwel waren zij een mijl buiten de haven geraakt, of de wind begon te verzwakken, en het werd weldra volkomen stil. Van Halen zette nu het roer vast en liet peilen. Men vond op 17 vademen diepte een voortreffelijke ankergrond van zuiver schelpstand, zodat het schip nu weldra geheel stil lag. Rechts strekte zich de prachtige kust van Jamaica uit, in die tijd nog een wildernis met zware bossen, waarboven nog weer de toppen van de hoge palmbomen uitstaken. Door de vele rotsachtige groene eilanden kon men de zee niet geheel overzien, maar het water was wonderhelder en zuiver. En in de diepte kon men het zeegras en andere zeeplanten, die onder water groeiden, duidelijk onderscheiden. Ook zag men een menigte schelpdieren en vreemdsoortige, fraai gekleurde vissen, die zich in vredige kalmte door deze onderaardse tuin bewogen. Dit alles boeide Van Halen in de hoogste mate, en terwijl anderen bij het lang naar beneden kijken in het kristalheldere water, waardoor men als in de lucht scheen te zweven, duizelig werden, schenen deze ontsloten geheimen uit de waterwereld de ongelukkige zo eindeloos genot te verschaffen, dat hij alles wat om hem heen op het dek voorviel, geheel vergat. Intussen was van de kust van San Domingo een sterk bemande boot afgestoken, die met grote snelheid het schip naderde. Aan de staak fladderde een rode doek, zoals er ook een van de achtermast der Christina afwoei. Zodra de nieuw aangeworven matrozen dit zagen, werden ze uitgelaten van plezier. Ze hieven een luid hoera aan, zwaaiden met mutsen en rode doeken en maakten alles gereed om de manschappen die in de boot waren aan boord te nemen. Toen het vaartuig aan stuurboord lag, sprong Lolo Noir aan dek en op hem volgden 30 stoutmoedige en van top tot teen gewapende boekaniers. Ze namen onmiddellijk de kajuit in bezit, bezetten het gehele schip, laden de kanonnen en richtten alles in volgens de bevelen van hun aanvoerder, alsof er geen Van Halen bestond. Lolo Noir bekeek het door hem in bezit genomen vaartuig met de grootste voldoening.
Hij was veel te veel zeeman om niet dadelijk de voordelen van de bewonderenswaardige bouw te ontdekken. Tevreden met de goede uitslag van zijn maatregelen om het schip in zijn bezit te krijgen, vond hij het niet eens de moeite waard om naar de vroegere eigenaar te vragen. Hij gaf alleen aan zijn onderhorigen enkele korte bevelen omtrent de manier hoe hij met Van Halen en de matroos gehandeld wilde hebben. Toen ging hij naar beneden om het inwendige van het schip te bekijken en een onderzoek naar de lading en de voorraad in te stellen. Tot nog toe had Van Halen stil aan bakboord gezeten en was weer in zijn gewone, wezenloze toestand vervallen. Nu stond hij op, want hij bemerkte dat de wind zich verhief. Hij trad te midden van de zeelui op het dek, die hem allen met verwondering aangraapten. Hij zelf was bij het zien van de grote verandering om hem heen en van al die gewapende vrijbuiters, die hem brutaal en spottend aankeken, zo verrast, dat hij bewegingloos stilstond. Voor hij echter nog tot zichzelf komen kon, trad de vertrouwde van Lolonois op hem toe en vroeg, mijn beste vriend, waar kom jij vandaan en wat zoek je? Van Halen keek de man langdurig en strak aan, maar gaf geen antwoord. Toen nam hij de kerel bij de arm om hem heel kalmpjes opzij te schuiven. Wel zo, kameraad, riep de vrijbuiter lachend, terwijl hij zich met moeite uit de krachtige handen van Van Halen losmaakte. Je bent niet erg beleefd tegen me. En dat nog wel iemand die niet eens bij ons aan boord boort. Wat wil je toch van ons? Gek, riep Van Halen, ga heen waar je vandaan gekomen bent. Ik ben aan boord van mijn eigen schip. Hoe heb ik het nu met je? Zei de zeerover, terwijl hij stoutmoedig vlak voor Van Halen ging staan. Dit vaartuig is van Lolonois, als je die soms kent. Wat zeg je? Riep de ongelukkige kapitein. Dat Lolonois onze bevelhebber is. Hé, kameraden, zeg jullie ook eens wat? Is het niet zo? Ja, ja, riepen de boekaniers lachend. Lang leven Lolonois en zijn nieuw schip. Nu werd Van Halen woedend. Zijn neusleugels trilden. Een donkerrood kleurde zijn gezicht. Ha, riep hij, ik merk het al, jullie bent zeerovers. Hé daar, matrozen, waar is mijn volk? Je bent niet goed bij je hoofd, man, zei de boekanier. Hier is enkel volk van Lolonois. Wil je daar ook onder dienen? Heel goed, maar hij alleen heeft hier te commanderen. Loop naar de duivel, gek, schreeuwde Van Halen woedend, greep de man in zijn borst, nam hem op als een bal en wilde hem overboord smijten. Maar opeens werd hij door vier stevige boekaniers aangepakt, die hem achterover op de grond wierpen en hem de voeten bij elkaar bonden, ofschoon hij zich in razernij verdedigde. In een ogenblik hadden ze hem nu met een paar sterke touwen zo stevig gebonden, dat hij bijna geen lid meer verroeren kon. Nu kwam Lolonois zelf aan dek, de boekaniers traden eerbiedig terug, en hij ging naar de op de grond liggende krankzinnige. Wat is hier te doen? Vroeg hij. Deze man kwam hier aan boord, zei de boekanier, die men uit de handen van Van Halen had moeten bevrijden, en wil hier bevelen geven. Hij roept zijn matrozen en valt mij aan als een razende, omdat ik hem zei dat dit vaartuig van u was en dat u hier te bevelen had. Beste vriend, zei Lolonois glimlachend tegen Van Halen, die hem verwezen aanstaarde, ik heb dit schip genomen. Het is mijn eigendom. Genomen? Van wie? Van wie? Stamelde Van Halen, die niets van dit alles begreep. Van een Hollander. Een zekere Van Halen, die het in de haven van Port Royal met al zijn matrozen verlaten heeft. Dat is een schandelijk bedrog, kermde de ongelukkige man. Ik ben Van Halen zelf en heb daar al mijn matrozen op één na laten gaan, en toen heb ik nieuwe manschappen aangenomen. Ach, kom, beste maat, zoek dat mij toch niet wijs te maken, zei de boekanier. Ik heb veel meer lust om jou voor een bedrieger te houden. Maar we zullen zien. Kun je bedaard wezen, zodat ik je loslaten kan? Er volgde geen antwoord. Maak zijn touwen los en breng hem bij mij in de kajuit, dan kunnen we daar verder met elkaar spreken. Licht intussen de anker en laat ons in zee steken voor de nacht valt. Hij verdween, en de boekaniers sneden de touwen door waarmee Van Halen zijn handen en voeten waren gebonden. De man sprong toen op als een getergde stier en volgde Lolonois, maar onder geleide van vier boekaniers die hem geen ogenblik uit het oog verloren. De buitengewone omstandigheden waarin Van Halen zich bevond, hadden een zonderlinge uitwerking op de ongelukkige. Hij kwam geheel tot zichzelf en overzag opeens met een heldere blik zijn toestand.
vol van gedachten aan de beste wijze waarop hij zich uit zijn benarde omstandigheden zou kunnen redden, trad hij de kajuit binnen. Hij vond er Lolonois bezig met verschillende brieven te lezen en de inhoud ervan met een kaart te vergelijken die voor hem op tafel lag. Met de houding van een volmaakt edelman wenkte de vrijbuiter Van Halen om tegenover hem plaats te nemen en zei: "U bent mij welkom, meneer, maar wil mij nog een ogenblik tijd laten om mijn bezigheden af te doen, dan ben ik geheel tot uw dienst." Van Halen ging zitten, ofschoon hij zich ergerde dat een ander zich zomaar van zijn eigendom meester maakte. Hij had grote lust om opnieuw op te stuiven en de vermetele vreemdeling de deur uit te smijten. Maar het gevoel van overmacht dat die vreemdeling al op hem had uitgeoefend en zijn nieuwsgierigheid naar wat er komen zou, maakte dat hij het raadzaam oordeelde om bedaard en behoedzaam te werk te gaan. Eindelijk legde Lodonois de papieren bij elkaar en zei: "Zo, vriend, is u daar nog? Wel nu, ik ben klaar om naar u te luisteren." Hij gaf aan de vier mannen bij de deur een wenk om heen te gaan, ging toen met de armen over elkaar tegenover Van Halen zitten en keek hem ernstig aan. "En zou ik nu eens mogen weten," begon Van Halen het gesprek, "wie ik hier eigenlijk voor mij zie?" "Ik ben de bevelhebber van dit schip en heet Lodonois," zei de boekenier met een spottend lachje. "Wat voor handwerk oefent u uit?" "Dat is verschillend," ging Lodonois op spottende toon voort. "Soms ben ik koopman, dan weer soldaat, een andermaal weer eens reiziger. Dikwijls ook help ik de overheid als zij zelf niet sterk genoeg blijkt om de booswichten te straffen. In één woord, ik doe waar ik lust in heb." "U bent dus een vrijbuiter," vroeg Van Halen met enige huivering. "Ja, zoiets, als u wilt," antwoordde Lodonois bedaard. "Maar hoe kwam u dan naar mijn schip?" vroeg Van Halen ernstig. "Hoe wij aan een schip komen," zei Lodonois, terwijl hij langzaam zijn benen uitstrekte. "Mijn hemel, hoe komen wij aan alles? We nemen het, als wij het nodig hebben." "U hebt dus mijn schip genomen." "Ja, vriend, dat hebben we gedaan," zei de boekenier lachend. "En denkt u dat ik mij dat zo goedsmoeds zal laten welgevallen?" vroeg Van Halen op ernstige toon. "Je zult dat wel moeten, of je wilt of niet," sprak Lodonois met minachting. "Wat kan je er tegen doen?" "Dat zullen we zien," zei Van Halen beslist. Hij sloot daarop de deur en ging toen weer naar de tafel. "Meneer, u bent mijn gevangene," zei hij nu, "en mochten soms uw makkers lust hebben om de deur open te breken, dan laat ik mijn schip met ons allemaal in de lucht vliegen." De boekenier bleef volkomen bedaard. Hij zag Van Halen glimlachend aan, maar overigens bewoog zich geen spier van zijn gelaat. "Ja, meneer," ging Van Halen voort, "ik zal alle in de lucht laten springen, want weet dat u boven een vulkaan zit. Onder u is de kruidkamer, en ik heb daar meer dan 10.000 pond liggen." "Dat is een mooie voorraad, meneer," zei de vrijbuiter lachend. "Het zou jammer wezen om die ineens te gebruiken. Jammer vooral van het mooie schip." "Ja, hoe bent u daar toch aangekomen? Ik heb nog nooit zo'n snelzeilend vaartuig gezien." "Dat heb ik zelf uitgevonden en zelf gebouwd," zei Van Halen met trots. "Het is tot nog toe het enige van die soort en het moet het enige blijven. Maar om tot de zaak terug te keren, wilt u mijn schip naar de haven terugvoeren, ja of nee?" "Nee, meneer," zei de boekenier, "dat kan ik niet doen." "Wilt u me dan tot het uiterste drijven?" vroeg Van Halen heftig. Meteen nam hij een pistool, haalde de haan over, drukte op een geheime plek in de vloer, zodat er een klein luik opensprong. Hij hield de loop van het pistool erin. De reuk van het kruid verspreidde zich al door de kajuit heen. Lodonois bleef niettemin bedaard. "Ik zie, meneer," zei hij, "dat u een voortreffelijk man bent, maar wacht nog een ogenblik met dat gevaarlijke spelletje." Van Halen trok het pistool weer terug, sloot de opening en ging bedaard zitten. "Luister eerst eens naar mij, meneer, en doe dan wat u van plan waart," zei de boekenier ernstig. "U ziet dat het volstrekt mijn voornemen niet is om u te beledigen of u kwaad te doen. Wees dus onbezorgd en hoor mij bedaard aan," ging hij voort, toen Van Halen tekenen van ongeduld begon te tonen. "Ik ben Lolonois, zo genoemd naar mijn geboorteplaats Lolon in de Vendée. In mijn jeugd leerde ik allerlei ridderlijke spelen, en de lust om grote daden te doen maakte dat ik al vroeg de wijde wereld inging.
Ik werd een avonturier. Toen ik hier bij mijn grote landgenoot Le Basque kwam, hoorde ik van de schandelijke daden door de Spanjaarden aan de arme West-Indiërs gepleegd, van de ongekende wreedheid waarmee zij de inboorlingen uitgeroeid hadden. Nu had ik een doel gevonden waarop ik al mijn krachten wilde richten. Dat was wraak. Ja, meneer, ik voel mij geroepen om de schimmen van de vermoorde Amerikanen te wreken, en jarenlang heb ik zonder ophouden en zonder mededogen dit bedrijf al uitgeoefend. De boekanier hield een ogenblik op. Toen vervolgde hij: geen macht is in staat mij de vervolging der Spanjaarden af te houden. Voor de dood ben ik niet bevreesd, en mijn metgezellen evenmin. We werden evenwel een poos verhinderd om onze tochten voor te zetten, want, ja, ik bezat een fraai en groot schip, waar het strandde, en nauwelijks wist ik mij het leven te redden met de helft van mijn dappere manschappen. Enige kostbaarheden die ik bij mij droeg, hebben tot gisteren gediend om in onze behoeften te voorzien. Toen hoorde een paar van mijn mannen toevallig een gesprek dat uw matrozen met elkaar hadden. We vernamen dat u volk nodig had om uw schip weer te bemannen. Omdat u hier moeilijk beter matrozen zou kunnen vinden, heb ik u toe mijn eigen zeelui gestuurd en ben nu zelf hier gekomen. En u kunt u mij een rover noemen, maar ik beroof niemand behalve de Spanjaarden. Welnu, het eerste Spaanse schip dat wij ontmoeten is mijn. Dan zal ik u dit vaartuig weer teruggeven en u aan flinke, vertrouwde manschappen helpen, zoals u gehad heeft. U kunt dan, wat mij betreft, vrij varen waarheen u maar wil. Ook ben ik bereid u uit de buit alle schade te vergoeden. U weet nu wie ik ben en hoe ik het met u meen. Neem dan nu uw besluit. De toespraak van deze zonderlinge man had indruk op Van Halen gemaakt. Hij hing het pistool weer aan de wand, nam een fles kostelijke Madeira-wijn uit een kast en schonk twee glazen vol. Toen ging hij tegenover de boekanier zitten en zei: het is goed. Ik zal u mijn schip lenen, zolang u het nodig heeft. Dat u een vrijbuiter bent, doet er voor mij heel weinig toe, want de mensen haat ik, omdat ze mij mijn hele leven lang hebben teruggestoten. Er mag dus gebeuren wat wil. Ik zal u tot niets aansporen en ook van niets terughouden. Maar één man kan hier maar bevelen. Eén van ons beiden is hier te veel. Wel, nee, vriend, u is hier bevelhebber gedurende de vaart en heer en meester over alles. Mijn mannen moeten u gehoorzamen als trouwe matrozen. Maar tijdens het gevecht zal ik bevelen, en ik zal u zeggen waarheen wij varen. Wilt u het op die voorwaarden met mij wagen? Aangenomen, zei Van Halen, en drukte de hem toegestoken hand. Lolonois nam zijn glas op, klonk met Van Halen en zei: wel nu, meneer, laat ons dan, in nood en dood, goede scheepsmakkers wezen. Maar zeg mij nu eens wie u bent. U moet wel heel veel verdriet ondervonden hebben, dat u zo neerslachtig bent geworden. Van Halen vertelde nu in weinig woorden zijn lotgevallen, en de boekanier zag hem deelnemend aan. Toen verzonk hij langzamerhand weer in zijn gewone zwaarmoedigheid, keek stil voor zich uit en nam eindelijk zijn gewone plaats aan het roer weer in. Een ogenblik later kwam ook Lolonois aan dek. Hij verzamelde zijn manschappen en deelde de nodige bevelen uit. Meteen gaf hij enige wenken om de kapitein goed in het oog te houden. Toen ging hij naar Van Halen en vroeg: het blijft immers bij ons verdrag? U hebt mijn woord, was alles wat de ongelukkige antwoordde, maar verder sprak hij in het geheel niet meer. Al heel gauw echter waren de boekaniers ervan overtuigd dat het schip bestuurd werd door een zeeman zonder weerga, en ondanks het vreemde van het geval verdween bij die roekeloze mannen binnen één enkele nacht alle vrees voor het gevaar waarin Van Halen hen zou kunnen brengen. Het einde van hoofdstuk 8. Negende hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Negende hoofdstuk De Vliegende Hollander. De volgende morgen kwam Lolonois bij Van Halen en zei: we hebben gebrek aan water en zijn dicht bij de grote bron. Als u dus het anker wil uitwerpen, dan kunnen onze mannen de tonnen vullen. Water? Zoet water, in zee? Vroeg de kapitein verwonderd. Ja,
niet ver hier vandaan borrelt uit de bodem van de zee bronwater op. Doordat dit, zoals u weet, lichter dan zeewater is, blijft het aan de oppervlakte. U zult uzelf kunnen overtuigen als wij de plaats bereikt hebben. Stuur mij wat meer landwaarts tot bij die grote rots, daar. Van Halen deed het, en spoedig waren zij met het schip op de aangeduide plek. Het anker werd uitgeworpen en de boot neergelaten en bemand. Op dit ogenblik kwam een van de boekaniers bij Lodonois en vroeg, kapitein, wat moet er met de matroos gebeuren, die wij beneden nog altijd bewaken? Het is een van uw vroegere manschappen, zei Lodonois tegen Van Halen. Het beste was om hem, zowel in uw als in ons belang, hier achter te laten. Geen half uur van de plaats waar wij landen, ligt een dorp, dat hij gemakkelijk bereiken kan. Maar handel met hem, zoals het u het beste voorkomt. Van Halen had een vreselijke haat opgevat tegen alle, die vroeger tot de bemanning van zijn schip gehoord hadden. Ook Thomas, alschoon hij wist hoe trouw die hem was, begon hij meer en meer te haten, omdat die alleen hem voortdurend aan de trouweloosheid van de anderen herinnerde. Hij besloot dus hem aan land te zetten. Daarom liet hij hem in de kajuit komen, betaalde zijn loon en zei hem aan dat hij ogenblikkelijk zijn schip moest verlaten. Thomas zag zijn meester weemoedig aan, maar waagde het niet hem tegen te spreken. Hij verliet de kajuit en ging aan het werk alsof er niets gebeurd was. De boekaniers keken hem verwonderd aan, maar Lodonois, die meende dat Van Halen Thomas liever niet wilde ontslaan, gaf zijn mannen een wenk dat zij de matroos stil aan zijn werk zouden laten. Zo kwam het dat Thomas met de anderen in de boot ging en in tegenwoordigheid van Halen mee aan land stapte. De boekaniers, die niet met het vullen van de tonnen bezig waren, gingen hier jagen en menig fraaie stier werd geveld en de beste stukken ervan aan boord gebracht. Van Halen was ook op deze tocht een zwijgend toeschouwer die, ofschoon hij een geladen geweer bij zich had, toch aan de jacht geen deel nam. Intussen waren de anderen in de grote boot bezig om de tonnen aan de bron te vullen, waar de hele dag mee gemoeid was. Lodonois bleef aan boord om te zorgen dat alles naar behoren en op geschikte plaatsen geborgen werd. Van tijd tot tijd legden de boten aan en werden dan telkens door hem weer met lege vaten afgezonden, want hij wilde zoveel drinkwater opdoen als mogelijk was. Doordat zij de grote boot nog hadden, waarmee Lodonois op het schip gekomen was, kon een groot deel van de manschap ongestoord met Van Halen aan wal blijven. Tegen de avond evenwel gingen de meeste boekaniers naar boord terug. Alleen zij, die blijven moesten om te roeien, waren nog in de boot en wachtten op de kapitein, die zij niet ver van het strand in diepe gedachten verzonken, op en neer zagen wandelen. Een ogenblik later zagen de boekaniers dat Thomas naar hem toe kwam, om een gesprek met hem te beginnen. Uit de driftige bewegingen van Van Halen maakte ze op dat zij oneenigheid kregen. Op dit ogenblik werd er van boord, als sein om de boot terug te roepen, een schot gelost. De boekaniers brachten hun vaartuig tot op een paar meter afstand bij het land. Toen hielden zij op met roeien en legden een plank tot op de oever, zodat Van Halen droogvoets in de boot zou kunnen komen. Terwijl hij dichterbij kwam, zagen de boekaniers dat hij rood was van woede en dat zijn ogen onheilspellend fonkelden. Thomas volgde hem langzaam en van verre, maar toen Van Halen dicht bij de boot gekomen was, begon hij opeens vlugger te lopen en trachtte tegelijk met zijn meester in het vaartuig te komen. Van Halen stond zelf al op de plank. Nu riep Thomas dat men hem ook aan boord zou nemen, want dat de kapitein hem wilde achterlaten, maar de boekaniers verstonden hem niet. Thomas riep nog harder. Midden op de plank keerde nu Van Halen zich om, spande de haan van zijn geweer en schoot op de ongelukkige, eer iemand het kon verhinderen. De arme jonge man zonk in elkaar, hief zich weer op en wankelde nog enige stappen naar de boot, terwijl een donkere bloedstroom uit zijn wonden vloeide. Toen zonk hij opnieuw neer en bleef stervend liggen. De boekaniers zaten ontzet op hun roeibanken. Niet één kon de oorzaak van deze verschrikkelijke daad gissen, en zij zagen Van Halen, die zich zwijgend aan het roer plaatste, met dreigende blikken aan. Daar viel een tweede schot van boord. De zeilen werden al bijgezet, de tijd drong, en Baks gaf Van Halen bevel om weg te roeien. Zo eindigde de laatste en de enige trouwe matroos van Van Halen zijn leven. Aan boord was Van Halens daad natuurlijk onmiddellijk bekend. Ieder, zelfs de meest verharde boekanier, vermeed hem nu,
niet één die het waagde over het voorgevallene een woord met hem te spreken. Het schip ging onmiddellijk onder zeil en was de volgende dag in de Caribische Zee om daar jacht op Spaanse schepen te maken. Thans, in volle zee, merkte Lodewijk pas goed hoe verwonderlijk vlug Van Halen's vaartuig was. Maar het viel niet te ontkennen dat de goede leiding ervan geheel afhing van de goedwilligheid van de zonderlinge kapitein, en het was nog altijd de vraag of die zich in beslissende ogenblikken naar zijn wil zou schikken. Van zijn wraak was alles te vrezen, van zijn welwillendheid daarentegen alles goeds te hopen. Maar ofschoon de zielstoestand van Van Halen en vooral diens laatste handelwijze zijn tegenzin en bezorgdheid opwekten, toch dacht Lodewijk te ridderlijk en te edelmoedig om de krankzinnige zomaar opzij te zetten en zich op die manier in het volledige bezit van het vaartuig te stellen. Niettemin zou hij er graag heer en meester van worden, en hij hoopte nog altijd dat een of ander gunstig toeval hem van Van Halen zou bevrijden, zonder dat hij daar zelf toe mee moest werken. Zijn mannen evenwel dachten er heel anders over. Zij voelden voor Van Halen niets dan afschuw en vrees, en alleen de gezindheid van Lodewijk jegens hem weerhield die onversaagde mensen om de dolle stuurman, zoals ze hem noemden, uit de weg te ruimen. Van Halen bevond zich dus in een heel gevaarvolle toestand. Maar hij zelf had daar volstrekt geen besef van. Hij deed zijn werk met een nauwgezetheid en bekwaamheid die ieder, zelfs de meest vooringenomene, moest bewonderen. De vaart door de Caribische Zee ging, door het gunstige weer, zo snel, dat ze reeds op de vijfde dag voorbij Kaap Honduras zeilden. Nu richtten zij hun koers meer noordwaarts, naar de Amerikaanse kust, waar Lodewijk wist dat zich Spaanse schepen met kostbare ladingen bevonden. Maar dichter bij de kust gekomen, sloeg het weer om, en nu had men iedere dag met hevige windvlagen te kampen, die voor elk ander schip noodlottig zouden geweest zijn. In die gevaarvolle ogenblikken echter legde Van Halen zulke buitengewone bekwaamheden aan de dag, dat de boekeniers opnieuw het volste vertrouwen in hem stelden en hem, tot in zijn geringste bevelen, onvoorwaardelijk gehoorzaamden. Ze hadden een stormachtige nacht doorgebracht en de meeste boekeniers lagen beneden, nog vermoeid van de inspanning, toen plotseling de wacht uitriep, schip in zicht! Lodewijk bracht nu al zijn manschappen op het dek. Hij zelf vloog het wand in, om aandachtig het vreemde vaartuig op te nemen. Het lag noordwaarts en zeilde naar de kust, blijkbaar met de bedoeling om te ontvluchten. Bijna 5 mijlen was de Christina ervan verwijderd, zodat het nog onmogelijk goed kon waargenomen worden. Maar toch hoopte Lodewijk dat het een van de Spaanse schepen zou zijn, waaromtrent hij berichten ingewonnen had. Het kwam er nu maar op aan het in te halen, voor het de haven en de kust bereikt had. Lodewijk ging nu naar Van Halen toe en zei, kapitein, het ogenblik is gekomen dat ik uw hulp nodig heb. Zou u willen proberen om dat vaartuig in te halen en het opperbevel aan mij overlaten, zodra het tot een vechten komt? Van Halen glimlachte en gaf dadelijk de nodige bevelen. De masten droegen in een ogenblik zoveel zeilen als men in die tijd nog nooit gezien had. Door een gunstig toeval ging de wind uit het zuidwesten waaien, zodat het vaartuig trots en bevallig als met de vlucht van een vogel vooruitsnelde. Alle boekaniers waren in stomme bewondering bij dit nooit geziene schouwspel, en Lodewijk had moeite om zijn volk bij hun werk te houden. De kanonnen werden geladen, kisten vol kogels, vaten met kruid, geweren, sabels en enterhaken werden aan dek gebracht. De boekaniers trokken hun overkleren uit, bonden hun rode sjerpen om het lijf en staken dolken, degens en pistolen in hun gordels. Al die toebereidselen namen ongeveer een uur in beslag. Toen gaf Lodewijk aan zijn manschappen bevel om zich langs de borstweringen op de grond neer te leggen en liet de Spaanse vlag hijsen. De Christina was het vreemde vaartuig nu al tot op 2 mijlen genaderd. Uit het voorkomen van het schip kon men met grote zekerheid opmaken dat het een Spanjaard was en uit de spoed waarmee het zocht te ontvluchten dat het rijk beladen moest wezen. De ogen van Lodewijk fonkelden. Hij wikkelde zich dichter in zijn mantel en knikte Van Halen, die elke beweging van de vreemdeling nauwkeurig waarnam, dankbaar toe. Plotseling stuurde men op het vreemde schip oostwaarts om naar de Antillen te stevenen. Ze zijn van koers veranderd, riep Lodewijk Van Halen toe. Jawel, ze willen mij ontwijken, maar het helpt hun niemendal. Ik zal ze overzeilen, antwoordde Van Halen, die blijkbaar het grootste genoegen in deze jacht had. Hij gaf nu enige bevelen.
enkele kleine veranderingen aan de zeilen, een geringe ruk aan het roer, en Lodonois zag met voldoening hoe de Christina de vluchteling weer als een roofdier navloog. Wel had de Spanjaard alle zeilen bijgezet, maar van ogenblik tot ogenblik kwam de Christina toch dichterbij, en met de middag kon Lodonois de manschappen op het andere schip al tellen, die met angst en toch ook met nieuwsgierigheid naar de vlugge Christina uitzagen. Nog wist men daar niet waarvoor men het schip van Van Halen houden moest, want het voerde toch de Spaanse vlag, maar de boekaniers lagen loerend achter hun verschansingen als panters achter de rotsen. Het ogenblik is nu gekomen, kapitein Van Halen, zei Lodonois, sta het opperbevel aan mij af. Van Halen wenkte een boekanier, gaf hem het roer over en ging beneden in de kajuit om daar rustig op de afloop te wachten. Lodonois liet een kanonschot lossen. Het vreemde schip zeilde echter door. Een tweede schot dreunde, en van de romp van het andere vaartuig vlogen de splinters af als vurige vonken door de lucht. Een luid geschreeuw en gejammer volgde. De Spaanse vlag werd gehezen, maar men zeilde door. Laat de stukken opnieuw, enterhaken gereed, niet opstaan voor ik het beveel, riep Lodonois, en hield nu zelf het roer. Plotseling draaide het vreemde schip bij, want het zag wel dat aan ontvluchten toch niet te denken viel. Een minuut later schoot de Christina op het achterste gedeelte van het vaartuig aan, en Lodonois riep, werp de enterhaken uit, vuur! Het dek van de beide schepen werd plotseling in een dikke kruitdamp gehuld. Op hetzelfde ogenblik sprongen alle boekaniers overeind, en binnen een paar seconden zaten de schepen door enterhaken aan elkaar. Onder aanvoering van Lodonois sprongen de vrijbuiters als razende aan boord van de Spanjaard, waar zij met angstig geschreeuw en slecht gerichte geweerschoten werden ontvangen. De bemanning van het Spaanse schip was in het begin te zeer verrast om veel tegenstand te bieden. Eerst toen ze de vijand als boze geesten midden in de kruithamp naar alle kanten om zich heen zagen houwen en steken, vermanden zich de nog ongedeerde Spanjaarden en begonnen een wanhopige weerstand. Er ontstond een hardnekkig gevecht van man tegen man. De Spanjaarden zagen nu wie zij voor hadden. Ze verdedigden zich woedend. Het gelukte hun zich te verzamelen, en doordat zij, ondanks hun verlies, veel sterker in aantal waren dan de boekaniers, begonnen die wel wat in het nauw te komen. Lodonois was weldra met 10 van zijn metgezellen door de voortdringende drommen van Spanjaarden van de andere boekaniers gescheiden en tot op het middendek gedrongen. Alschoon hij zich woedend verdedigde en met bovenmenselijke kracht de aandringende vijanden van zich afweerde, scheen het toch dat zijn goed geluk hem begeven zou. Verscheidene van zijn dapperste mannen zonken dodelijk gewond naast hem neer. Het viel hem dus hoe langer hoe moeilijker om de degenstoten van de vreselijk verbitterde Spanjaarden van zich af te weren. Het gevecht duurde lang, en de kans begon reeds twijfelachtig te worden. Tevergeefs poogden de andere boekaniers hun kapitein te helpen. De Spanjaarden, ziende dat zij de aanvoerder omsingeld hadden, weerden de andere vrijbuiters uit alle macht. Het begon er voor de boekaniers hachelijk uit te zien. Reeds hoorden zij roepen, victorie, victorie! Reeds werd Lodonois van alle kanten met de dood bedreigd, als hij zich niet wilde overgeven. Nog 4 van zijn makkers zonken dodelijk gewond aan zijn voeten. Maar zie, plotseling nam alles een onverwachte en beslissende keer. Terwijl namelijk de boekaniers op het Spaanse schip aan het vechten waren, was Van Halen in de kajuit en wapende zich. Een ogenblik later klom hij aan dek en overzag toen het gevecht en Lodonois wanhopige toestand. De merkwaardige en in weerwil van zijn vele misdaden toch zo grootmoedige man had op de armen van Halen een grote invloed verkregen en zich binnen weinige dagen zijn gehele genegenheid verworven. En zie, nu zag Van Halen die man omsingeld, zag Lodonois en zijn volk in gevaar, en zijn geest was nog helder genoeg om te begrijpen dat de nederlaag der boekaniers het verlies van zijn schip zou zijn. Plotseling kwam nu al zijn koelbloedigheid en moed weer boven. Snel nam hij zijn besluit, vloog naar de kruitkamer, droeg met bovenmenselijke kracht een vaartje van 150 pond kruit aan dek en ging daarmee, zonder door de vechtenden opgemerkt te worden, aan boord van het vijandelijke schip. Toen wierp hij het in de dichte drommen der Spanjaarden en schoot het met zijn geweer in brand. De uitwerking van deze daad was verschrikkelijk. Meer dan de helft der Spanjaarden werd op een vreselijke wijze verpletterd of verminkt. Ook Van Halen zelf werd zo deerlijk gekwetst, dat hij bijna onkenbaar was.
Toch schoot hij onmiddellijk toe om Lodewijk te ontzetten. Hij versloeg de twee mannen die hem hadden aangepakt en voortsleepten, doorstak de derde en plaatste zich met overal gebrande en door het kruid zwart geworden kleren naast Lodewijk, die hem niet herkende en hem verbaasd aanzag. Nu kregen de boekaniers meer ruimte. Ze verenigden zich en dreven de Spanjaarden met de grootste woede het dek af en het ruim in. Binnen 10 minuten was toen de strijd geëindigd en de laatste Spanjaard in handen van de boekaniers gevallen. Lodewijk verzamelde nu al zijn overgebleven manschappen en vroeg, wie was toch de man die het vat kruid onder de Spanjaarden wierp en aanstak? Niemand had het in de hitte van de strijd gezien. Opeens viel Lodewijk het verminkte lichaam van Van Halen in het oog, die onder vreselijke pijnen over de grond kroop en zich in zee trachtte te storten, om zo aan zijn verschrikkelijk lijden een einde te maken. Aan enkele overblijfselen van zijn kleren herkende Lodewijk huiverend de kapitein en snelde dadelijk toe om hem te helpen. Men goot zeewater over hem heen, om zijn nog altijd rokende kleren te blussen. Daarna liet Lodewijk hem met de grootste voorzichtigheid in de kajuit brengen en op kussens neerleggen. Onmiddellijk gaf hij vervolgens bevel om de schepen van elkaar los te maken, het Spaanse schip op sleeptouw te nemen, de doden in zee te werpen en naar het zuidoosten te zeilen. Toen ging hij zelf in de kajuit, waar hij Van Halen onder de handen van een wondarts vond in een allerbeklagenswaardigste toestand. De arme kapitein van de vlugge Christina lag op sterven. In zijn laatste ogenblikken had hij zijn helderheid van geest teruggekregen, en hoe meer het leven voor hem ten einde liep, des te meer geraakte de ongelukkige man weer in het volle gebruik van zijn geestvermogens. Met een gevoel van diep medelijden knielde Lodewijk aan Van Halen's sterfbed neer. Hij greep zijn hand, die van zijn leger afhing, en zei, mijn beste kapitein, in wat treurige toestand moet ik u vinden? Ach, het kruid, kermde Van Halen, het kruid heeft mij zo vreselijk. Dus u bent het dan geweest, die het kruidvaartje midden onder de Spanjaarden aanstak. Had ik het niet gedaan, dan was het met u en uw volk gebeurd geweest, kreunde Van Halen. Hemel, hoe is het mogelijk, riep Lodewijk vol bewondering uit. En ik kon u miskennen, u voor een krankzinnige houden. Zoiets kan alleen een man van moed en van een buitengewone geest bedenken. U weet niet hoe dankbaar ik u ben dat u ons het leven gered hebt. Van Halen keerde zich onder ontzettende pijn op zijn leger om, en Lodewijk en de zijnen stonden om hem heen met het smartelijke gevoel niets te kunnen doen tot verzachting van zijn lijden. Plotseling richtte Van Halen zich op en zei, mijn leven loopt ten einde, Lodewijk. Nu weet ik dat ik gek was. Ja, u hebt gelijk gehad toen u mij voor een waanzinnige hield. Maar de valsheid en trouweloosheid van de mensen maakte dat ik ze verachtte en haatte. Ja, ik haatte de mensen, omdat ze mij teruggestoten hadden. U bent nu in het bezit van mijn schip. Ik laat het u na. Daar in die kast zult u papieren vinden, die u omtrent alles zullen inlichten. O God, wat een pijn! Ik laat u mijn schip na. Zweer mij, dat u het zult laten zinken, als u het niet meer nodig hebt, of het in de lucht laten springen, als u overwonnen wordt. Niemand moet een schip kunnen bouwen naar het model van het mijne. U poogt het ook niet doen, zweer mij dat. Lodewijk was verbaasd over het verlangen van de stervende, toch legde hij de eed af, die Van Halen verlangde. Dank u, dank u. U alleen bent waard om mijn schip te bezitten. Er bestaat geen tweede zo op de wereld. U zult het vaartuig lief krijgen. Het is zo stevig, zo vlug. Het was het dierbaarste wat ik op de wereld bezat. Plotseling scheen hem iets in de gedachten te komen. Hij probeerde zich op te richten, en toen de boekeniers hem ondersteunden, zei hij, het ene schip voor het andere. Laat mij aan boord van het Spaanse schip vastbinden als ik dood ben. Maak dan het vaartuig leeg en laat mijn lijk in zee zinken. Beloof mij dat. Lodewijk verklaarde met droefheid zich bereid om dit verlangen na te komen. Hebt u nog iets anders? Vroeg hij toen. Nee, mijn vriend, zei Van Halen met moeite. Niets meer. Vaarwel. De stervende lag stil. Men hoorde het reutelen in zijn keel. Een siddering doorliep al zijn leden. Toen strekte zich zijn lichaam uit,
Op zijn mannelijk gelaat was de laatste doodsstrijd te lezen, en Van Halen was niet meer. Toen de volgende dag alles, wat bij enige waarde had, uit het Spaanse schip was gehaald, liet Lodonois het lijk van Van Halen in kostbare Indische stoffen gewikkeld, in de kajuit brengen en op een rustbed vastbinden. Hij zelf las aandachtig enige plaatsen uit een gebedenboek en liet daarna alle zeilen van het schip bijzetten en al de vlaggen hijsen, waarover het beschikken kon. Maar aan de top van de grote mast wapperde de Hollandse vlag. Het roer werd vastgezet en naast het lijk 4 brandende waskaarsen geplaatst. Nadat de boekeniers gaten in de bodem van het schip geboord hadden, verwijderden zij zich de een naar de ander en gingen aan boord van de Christina over. Deze zette nu zeil bij en volgde langzaam het vooruitdrijvende Spaanse vaartuig, terwijl de kanonnen werden gelost om aan de verdienstelijke zeeman de laatste eer te bewijzen. Het Spaanse schip zonk hoe langer hoe dieper. Men zag alleen nog maar het dek bij de grote mast en de boegspriet boven de golven uitsteken. Plotseling zonk het voorste gedeelte in het water en dook zo langzaam dieper onder de golven. Maar het duurde nog geruime tijd eer de toppen der masten en die van de middelmast met de wapperende Hollandse vlag het laatst geheel in zee waren gezonken. Enige kringen op de golven duidden het spoor aan waar alles verdwenen was, en de vlugge Christina zweefde eenzaam over de blauwe wateren van de Caribische Zee. De boekaniers hadden het gehele toneel aangezien met het gevoel van de zeeman, die geen schip zonder weemoed te gronden ziet gaan. Op het vaartuig van Van Halen heerste een dodelijke stilte, als in een huis waarvan de meester gestorven is. Nu riep Lodonois echter zijn volk bijeen en zei, mannen, dit fraaie schip is thans ons rechtmatig eigendom. We hebben de doden de laatste eer bewezen en eerlijk schip om schip gegeven, zoals hij het verlangde. Welaan, laat ons dan trachten met ons vaartuig nieuwe heldendaden te verrichten, nieuwe rijkdommen te veroveren. En verder, laat ons tot aandenken aan zijn uitvinder en vroegere eigenaar de naam van het schip veranderen. Van dit ogenblik af aan zal het heten de Vliegende Hollander. Hoera, klonk er toen uit de schorre kelen van de ruwe boekaniers. Hoera voor de Vliegende Hollander. Het einde van hoofdstuk 9. Tiende hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Tiende hoofdstuk. De zeeslag tegen de Spanjaarden. De boekeniers keerden nu terug naar hun algemene verzamelplaats, het Schildpaddeneiland tegenover San Domingo. Op de avond dat de Vliegende Hollander de baai van dit eiland naderde, lagen er 5 schepen tegelijk voor anker. Uit al de herbergen klonken vrolijke gezangen, overstemd door het gejuich van boekaniers, die, van hun lange strooptochten teruggekeerd, daar hun buit in vrolijkheid weer verteerden. Het was meer toeval dan voorzichtigheid dat er een op wacht stond op een rots aan de ingang van de baai, juist toen de Vliegende Hollander de schuilplaats der boekaniers naderde. Lang ontdekte hij niets op de kalme oppervlakte van het water. De zeevogels daalden neer op de golven, de vissen spartelden heen en weer in onverstoorbare dartelheid, en de wolken gingen, als in vredige bedevaart, door de blauwe lucht. De gehele natuur was in die lieflijke rust verzonken, die het mensenhart tot een weemoedige blijheid stemt. Reeds wilde de man naar beneden gaan en zich bij zijn luidruchtige makkers voegen, toen hij opeens in het noordwesten een zeil ontdekte, dat zijn opmerkzaamheid trok. Het was de Vliegende Hollander, die het voorgebergte omzeilde en nu snel naderde. Toen de boekenier de vreemde vorm van het schip zag en door zijn grote snelheid verrast werd, vermoedde hij enig gevaar en schoot onmiddellijk een kanon af, dat tot het geven van een alarmsein boven op de rots geplaatst was. De donder van het zware geschut klonk krachtig over de wateren en weergalmde tot ver in het dal. Enige minuten lang heerste er een diepe stilte, toen klonk een verward geschreeuw en gejoel. De boekaniers grepen allen naar de wapenen, vlogen de boten in en roeiden naar boord van hun schepen, die binnen weinige ogenblikken strijdvaardig waren.
Een groot aantal bejaarde mannen stroomde intussen haastig naar de smalle ingang van de baai om met een ijzeren boom de doortocht te versperren. De overige bewoners vluchtten met hun kostbaarheden naar een versterkt gebouw aan de oever, waar zij de kanonnen laden, vastbesloten zich tot het uiterste te verdedigen. Inmiddels werden de schepen naar de linkerzij van de ingang der baai gevoerd, om daar voor anker te liggen. Terwijl de verwachte vijand dus aan de ene oever het vuur van 6 kanonnen uit het fort zou treffen, konden zij hem van terzijde met het geschut van hun vaartuigen beschieten. Boven op de rotsen stonden een paar aanvoerders om de gewaande, snel naderende vijand van daar in oogenschouw te nemen en door tekens aan de boekaniers in de sterkte en op de schepen bevelen te geven. Met verwondering ontdekten zij alleen een enkel klein vaartuig, maar de vlugge bewegingen, het sombere, krijgshaftige voorkomen van het schip en zijn vreemdsoortige gebouw brachten hen in de hoogste verbazing. De Vliegende Hollander naderde nu de smalle ingang van de baai. Hier lagen een paar zandbanken, die voor een vreemde schipper allergevaarlijkst konden worden, doordat men ze zelfs bij eb en stil weer niet zien kon. Een ervaren zeeman, die met de plaatselijke gesteldheid door en door bekend was, konden ze alleen vermijden, maar de Vliegende Hollander gleed als een zwaan over de gevaarlijke plaats heen en liep rustig tot voor de ingang van de baai. Tot op dit ogenblik hadden de boekaniers bedaard de loop der zaken afgewacht. Maar zodra het vreemde schip aan de ingang daarbij gekomen was, richtten zij een geladen kanon naar een plaats in zee, een kabellengte van het vreemde schip verwijderd, en schoten het af. Een kogel plofte in zee, en de golven sisten en spatten hoog op, vlak voor de boeg van de Vliegende Hollander. Dat was een dreigende en duidelijke waarschuwing om stil te houden. Onmiddellijk kwam er nu beweging in de masten en raas van het vaartuig, het roer werd gewend, en al die manoeuvres gemaakt, waardoor het binnen een minuut stil lag. Toen zag men een vlag in de wind fladderen, en spoedig werd het vuurrode doek met de witte dolk als de vlag der boekaniers herkend. Nu vreesden zij voor verraad en beraadslaagden over de maatregelen die genomen moesten worden. Intussen kwam van achter het vreemde vaartuig een kleine, nette boot tevoorschijn, die als een notendop op de golven danste, naar de ingang van de baai roeide en daar verdween. De mannen die boven stonden, konden haar nu niet meer zien, maar wachtten geduldig af wat er beneden zou voorvallen. Opeens drong er een luide en algemene kreet tot hen door. Was het een oorlogskreet? Maar nee, er viel geen enkel schot. Het was dus een kreet van blijdschap, die zo lang aanhield. Zij verlieten nu hun hoge standplaats en ijlden in de grootste spanning naar het strand, om in de algemene vreugde te delen. Maar pas halfweg vlogen hun al boden tegemoet, die van blijdschap haast niets konden stabelen dan de beroemde en geliefde naam van Lolonois. Zodra de boekeniers op het strand aankwamen, zagen zij dat vlaggen wapperden van al de schepen. De boom, die de doorgang versperde, was weggenomen, en honderden boekeniers sprongen en dansten als razenden op het smalle rotspad langs de oever heen en weer. Nu verscheen er een boot, waarin 12 roeiers uit alle macht werkten om het nieuwe schip naar binnen te slepen. En zie, daar vertoonde zich de boegspriet, en toen de gehele zwarte romp van het fraaie schip met al zijn kanonnen. Alles begon te juichen en te jubelen zonder einde, toen Lolonois, de dappere, aangebeden Lolonois, plotseling op het dek kwam en vrolijk de hoed zwaaide om de opgewonden boekaniers te begroeten. Zodra het schip binnen de baai was, donderden al zijn kanonnen een welkomstgroet, en nadat de kogels er uitgenomen waren, beantwoordden de stukken van het fort en van de 5 andere schepen deze saluutschoten. Het vreugdegeschil uit honderden kelen klonk schaterend door de lucht, en onder zo'n geestdriftige ontvangst wierp de Vliegende Hollander het anker uit. Ja, onbeschrijfelijk was de geestdrift waarmee Lolonois, de vorst der boekaniers, die men doodwaande, door zijn onderhorigen werd ontvangen. Dit ruw en onverschrokken volk was van blijdschap buiten zichzelf. De genegenheid voor de buitengewone man maakte die dapperen aan kinderen gelijk. Ze drukten zijn handen en kusten zijn kleren, ze omvatten zijn knieën en vielen hem te voet. Wie ver afstonden, moesten zich vergenoegen met door tekens hun vreugde te uiten. Vaders hielden hun knapen in de hoogte om hem te zien, moeders brachten hun kleine mee om de grote man aan te wijzen. Door de uitgelaten blijdschap waren al die mensen, in weerwil van hun vele misslagen, in beminnelijke wezens veranderd. Lolonois stond midden in de kring van zijn vrienden.
Hij kon met zijn schepelingen het strand niet verlaten, want ook zij werden met gejuich begroet. Eindelijk wenkte hij tot stilte. Het gedruis ging eensklaps in een diep stilzwijgen over. Hij sprak toen allen aan. Vrienden en wapenbroeders, ik ben ontroerd. Ik voel mij zo gelukkig dat ik weer bij u ben. Wees allen hartelijk gegroet. Ik vergeet gevaren en rampen, omdat ik zo vriendelijk door u ontvangen word. Ik dank u. De hemel staat mij toe nog lang bij u te mogen zijn, om als uw trouwe broeder lief en leed broederlijk met u te delen. Zijt mij nogmaals van harte welkom en wees allen, van de grijzaard tot de jongste onder u, vanavond mijn gasten. Gij zult allen de mijnen en ik zal de uwe zijn. Lang leven de boekaniers, dood en verderf over de hoofden van hun vijanden. Een storm van vreugdegedruis verhief zich nu weer en hield niet eerder op voordat Lolonois in een van de grootste huizen der volksplanting, waar men hem heen geleidde, verdwenen was. Op de Vliegende Hollander begon nu een grote bedrijvigheid. Al de manschappen waren bezig de kostbare weiden van Van Halen te lossen. Nu Lodonois het voornemen had om alle bewoners van de volksplanting 's avonds te onthalen. In de huizen waren al de vrouwen in de weer, op kosten van Lodonois, een maaltijd toe te bereiden. Verscheidene boten voeren af en aan om de kostbaarheden uit het schip aan wal te brengen, want nadat zijn tochtgenoten hun aandeel ontvangen zouden hebben, wilde Lodonois alles onder de gezamenlijke boekaniers verdelen. Verscheidene mannen namen in het versterkte huis de kisten in ontvangst en begroten de rijke inhoud ervan, waarna zij de waarde zorgvuldig noteerden. Het veroverde Spaanse schip had aan de regering behoord en een lading ingehad van 500.000 aan goud en zilver. De verdeling was binnen weinige uren afgelopen. In die tussentijd had men op een vrij grasperk onder reusachtige katoen- en palmbomen lange tafels aangericht en grote vuren ontstoken. Allerlei huisraad had men er bijeengehaald, banken, stoelen, zelfs die van de schepen, zodat men allen ruimschoots konden zitten. Op de achtergrond schaarden zich de negers, die er door nieuwsgierigheid heen gelokt waren, en nu ving de maaltijd aan. Lodonois liet wijnen uitdelen, zoveel als ieder maar verkoos. Niet één gevoelde zich ontevreden, ieder deelde in de algemene vreugde. Later op de avond vormden zich overal schilderachtige groepen. Hier zaten ruwe boekaniers broederlijk bij elkaar, terwijl lustig de beker rondging. Daar weer belichtte het vuur de bruine aangezichten van enige vrouwen, die luisterden naar wat een oud man haar vertelde van de moedige daden van haar echtgenoten. Onder de hoge takken van een katoenboom, waaruit de in hun rust gestoorde apen en papegaaien schreeuwend wegvluchten, lagen ginds enige zeelui bij elkaar en luisterden naar de verhalen van een grijze makker, die geestdriftig van de vreselijke gevechten vertelde, die hij had meegemaakt. Op plaatsen waar de maan het helderst scheen, vermaakten zich enige dansers en danseressen bij de zwaarmoedige tonen van een fluit en gitaar, en op de achtergrond zag men de donkere gestalten van enkele negers, die door de wijn en de vreugde bijna doorzinnig op de wilde tonen van een muziekinstrument uit hun eigen land en van een daarbij onontbeerlijke trom hun vlugge dansen uitvoerden. In de bij lagen als zwarte monsters de lompe schepen, en dit alles bescheen de maan met haar zachte, lieflijke glans. De nacht was kalm, de lucht zoel en vol aangename geuren, maar telkens werd de nachtelijke vrede onderbroken door de luide kreten: Leve Lodonois! Leven de boekaniers, dood aan hun vijanden! Kreten die ver over de velden en diep in de bossen weergalmden. Lodonois zelf nam echter aan deze feestelijkheden geen deel. Hij had zich, na de algemene maaltijd, in zijn bijzondere vertrekken teruggetrokken, waar hij, gelukkig met het bezit van zijn heerlijk vaartuig, droomde van nieuwe krijgsbedrijven, die hij met de Vliegende Hollander zou verrichten. En, zoals hij het zich droomde, gebeurde het ook. Door de steeds stouter strooptochten echter van de boekaniers nam de onveiligheid in de West-Indische wateren zodanig toe, dat het de opmerkzaamheid der Europese regeringen tot zich trok en de handel op dat gedeelte van Amerika geheel teniet ging. Want de boekaniers waren niet meer tevreden met het vermeesteren van enkele schepen der Spanjaarden, maar ze vielen ook gehele vloten aan, ja,
veroverden en plunderden zelfs verscheidene steden aan de Amerikaanse kust. Langzamerhand strekten zij hun roverijen ook tot Portugese, Franse en Engelse schepen uit. L'Aulnois zelf bleef weliswaar aan zijn beginsel getrouw om met de hele wereld in vrede, maar met de Spanjaarden in eeuwigdurende oorlog te leven, doch zijn invloed ging niet zo ver dat hij al zijn bondgenoten, die op andere schepen waren, kon bewegen om naar hetzelfde beginsel te handelen. De regeringen van Frankrijk en Engeland eisten eindelijk van Spanje dat het de strooptochten der boekhandiers zou tekeer gaan. Werden de West-Indische wateren niet binnen een jaar door de Spaanse regering geheel van zeerovers gezuiverd, dan zouden zij gedwongen worden niet alleen om de aangerichte schade te vergoeden, maar Frankrijk en Engeland zouden bovendien nog op de Spaanse Antillen verscheidene belangrijke punten in bezit nemen, om aldaar tijdelijk verblijfplaatsen op te richten voor de eskaders van hun vloten. Die bedreiging werkte meer uit dan al het nadeel dat de boekaniers tot nog toe aan Spanje hadden toegebracht. Te Madrid begon men zich de zaak nu ernstig aan te trekken, en men besloot enige schepen tot uitroeiing der boekaniers naar de Antillen te zenden. Men wendde zich tot Engeland en Frankrijk om bijstand, en verkreeg vandaar 2 goed uitgeruste fregatten en 4 kleinere oorlogsschepen. Zo vertrok dan een smal deel van 6 fregatten en 17 kleinere vaartuigen uit Cadiz naar West-Indië. De boekaniers hadden de nauwkeurigste berichten ingewonnen omtrent de uitrusting en het aantal der schepen tegen hen uitgezonden. L'Aulnois liet al de manschappen die hij maar bezat naar het Schildpaddeneiland komen, hij liet de haven nog meer versterken en bereidde zich met moed en alle krachtsinspanning tot verdediging voor. Er werd besloten dat men eerst een gevecht op zee zou beproeven en later, in geval van nood, naar het eiland terugkeren om daar het uiterste te wagen. De schepen werden dus uitgerust en de Vliegende Hollander, nu ruim een jaar in het bezit van L'Aulnois, zou alleen verder gaan en de naderende vijandelijke vloot opzoeken. L'Aulnois liet zijn vloot, die uit 11 grotere en kleinere vaartuigen bestond, uitlopen tot op de hoogte van San Domingo, met bevel om hier zijn terugkomst af te wachten. Niet ver van Jamaica ontmoette L'Aulnois de met volle zeilen varende vloot. Hij draaide dadelijk bij om de schepen goed te kunnen opnemen en hun getal en bewapening te kunnen beoordelen. Toen hij op een mijl afstand weer onder zeil ging, gebood het admiraalschip hem, door een kanonschot, om weer bij te draaien, maar de trotse boekanier heeft zijn vlag en, om de vijand te bespotten, daaronder de Spaanse. Deze moedige en trotse uitdaging bracht leven en beweging op de vloot. Alle zeilen werden bijgezet om L'Aulnois terstond te achterhalen, maar hoe ook de wind de grote zeilen deed zwellen, en hoe spoedig zij ook vorderde, bij het snelzeilende en kunstig gebouwde vaartuig mocht dit alles niemendal baten. Zo achtervolgd voer de Vliegende Hollander gerust, wegens de grote afstand van de vloot, weer naar de plek waar L'Aulnois zijn vrienden had achtergelaten. Tegen de morgen van de derde dag bemerkte hij de toppen der masten, die boven de meer en meer onstuimig wordende zee uitstaken. Nu liet hij alle zeilen bijzetten en ontsnapte zijn verbaasde vervolgers als een waterspook, dat zich enige dagen lang met hen vermaakt had. Het beslissende ogenblik was nu gekomen. L'Aulnois plaatste zich met de Vliegende Hollander aan het hoofd van de vloot der boekaniers en stelde zijn schepen in de vorm van een halve maan langs het eiland in slagorde, dat met zijn prachtige, bosrijke bergen een heerlijke achtergrond vormde. De Spaanse admiraal verwonderde zich ten hoogste over de vermetelheid der boekaniers, die aan zulke overmacht met zo'n klein aantal schepen weerstand durfde bieden, en gaf dadelijk bevel tot de aanval. Een kwartier later lag hij met zijn fragat tegenover de Vliegende Hollander. De andere schepen hadden ook ieder hun tegenpartij gevonden, en nu volgde een losbarsting van geschut, die hemel en aarde deed sidderen. Zo evenwel waren de boekaniers niet gewoon te vechten. Zij enterden, nadat ze hun vijand enige kogels toegezonden hadden, en toen begon een verschrikkelijke strijd. L'Aulnois sprong met 25 zijner getrouwste mannen aan boord van het admiraalschip. Hoewel de manschappen zich moedig verdedigden, drong hij de Spanjaarden terug, en eer een kwartier verlopen was, daalde de admiraalsvlag en wapperde op het fregat de rode vlag der boekaniers van de grote mast. L'Aulnois en zijn razende boekaniers
leken voor de ontstelde Spanjaarden zoveel helse geesten, die uit de onderwereld opgedoken waren, om hen te verdelgen. In dit ogenblik raakte ook een Frans fregat in brand, en een kotter van de Spaanse vloot vloog met een donderend geraas in de lucht. De boekeniers hieven een luide zegekreet aan, de overwinning scheen aan hun kant te wezen. Maar er hadden zich nog verscheidene schepen van de Spaanse vloot buiten gevecht gehouden. De kapiteins van die schepen schoten nu de andere vaartuigen te hulp. Een grote oorlogsschip ging naast het admiraalschip liggen, en niettegenstaande de wanhopige tegenstand der boekeniers, kwamen er 50 dappere soldaten aan boord. Zodra die zich in het gelid konden plaatsen, richtten zij een verschrikkelijk geweervuur op Lodonois en zijn woeste metgezellen, en van het andere schip overladen men de Vliegende Hollander met kogels. Doordat deze met enterhaken aan het fregat geketend was, kon hij met zijn kanonnen niets uitrichten. Ook in het midden werd de strijd weer met nieuwe moed begonnen, daar een Spaans schip in de plaats van het brandende Franse fregat was gekomen, waardoor dit in staat was het vuur van zijn zeilen en tuig te blussen. Een der schepen van de boekaniers zonk plotseling. Twee werden er, ondanks de woedende tegenstand, geënterd en door de Spanjaarden genomen, zodat het gewonnen voordeel alweer heel spoedig verloren ging. Maar nog was alles niet verloren, nog bleven de andere boekaniers moedig op hun plaats. Plotseling scheidden zich twee schepen, die vreselijk door het vuur van de grote Engelse fregatten geleden hadden. De boekaniers, die erop waren, zetten alle zeilen bij en sloegen op de vlucht. Dit besliste alles. Lodonois, die met onuitsprekelijke inspanning, volharding en doodverachting tot nog toe het Spaanse fregat had mogen behouden, bemerkte met diep leedwezen wat er plaats had. Ook zag hij dat de Engelsen, in plaats van de vluchtenden te achtervolgen, zich omwenden en naderbij kwamen om de schepen die nog overgebleven waren tussen twee vuren te nemen en in de grond te boren. Hij werd door moedeloosheid overvallen, gaf het sein tot de aftocht en liet de andere boekaniers, die zich nog met de grootste dapperheid verdedigden, weten dat zij zich redden moesten zo goed zij konden. Hij zelf, als de laatste overgeblevenen, stak het admiraalschip in brand onder het fluiten van talloze Spaanse kogels, waarop de naar beneden gevluchte manschappen weer aan dek verschenen, doordat zij bemerkten dat er hulp opdaagde. Hierop liet hij de enterhaken, waarmee de Vliegende Hollander aan het admiraalschip vast zat, wegnemen, het schip onder het kanonvuur van het vijandelijke fregat alle zeilen bijzetten, die het zwaar beschadigde vaartuig maar voeren kon, en vluchtte weldra uit het bereik van het admiraalschip, dat, in brand en geheel in wanorde, niet in staat was hem te vervolgen. Zodra Lodonois een eind verder in zee was en zich buiten de kruiddamp bevond, die overal op de golven lag, zag hij vol ontzetting dat de meeste schepen der boekaniers omsingeld waren en in gevaar genomen te worden. Hij was echter niet in staat te helpen, en zo moest hij met een gevoel van onmacht zien dat er 3 schepen veroverd en 2 in de grond geboord werden. Behalve zijn eigen vaartuig en de 3 vluchtenden waren ze allemaal te gronde gegaan of in handen van de vijanden gevallen. Verscheidene schepen van de zegevierende vijand probeerden het nu om Lodonois te achterhalen, maar de hevige strijd had ze alle zo'n schade toegebracht, dat geen enkel meer zeil kon voeren. Bovendien begon de lucht meer en meer te betrekken, en uit het noordwesten dreigde een hevige storm. De Spaanse bevelhebber gaf daarom aan zijn schepen last, dat ze hem zo goed zij konden moesten volgen, en zeilde vooruit naar de straat, die het schildpaddeneiland van Haiti afscheidt. Hij had hiermee de bedoeling zowel een schuilplaats voor een naderend onweer te zoeken, als om van de eerste schrik gebruik te maken ten einde de volksplanting der boekaniers te verwoesten. De gevangen boekaniers moesten als gidsen dienen. De vernieling van de vloot der boekaniers had men van hier ook gezien, en al wat maar vluchten kon, trok diep de bossen in, waarmee toenmaals het grootste gedeelte van het eiland nog bedekt was. De Spanjaarden kwamen dus ongehinderd in de baai. Toen verwoestten en verbrandden zij de meeste gebouwen, nadat zij alles afgeplunderd hadden. De weinig overgebleven boekaniers weken naar enige eilanden, om nooit weer naar hun vorige kolonie terug te keren. Lodonois had nauwelijks zoveel zijner manschappen gered, als tot de dienst van zijn vaartuig nodig waren. De anderen hadden de dood in de strijd gevonden en lagen op de bodem der zee. Vervolgd en bedreigd zag Lodonois in dat het voor hem niet geraden zou zijn nog langer in Amerika te blijven. Hij verliet dus de Antillen en zeilde naar Bahia, waar hij de schade van zijn schip herstelde.
Eer hij daar nog geheel mee gereed was, werd hij met gevangenschap en dood bedreigd, want door een toeval was zijn naam ontdekt. Hij lichtte dus de ankers en koos zee, hoewel hij twee van zijn manschappen, waarvan hij de terugkomst niet kon afwachten, aan wal moest achterlaten. En sedert zwierf Lonois, uit nood en verbittering nu een werkelijk zeerover, op schier alle zeeën rond. Hij leerde zijn vaartuig voortdurend beter kennen en hoe langer hoe meer waarderen. Hij bedreef met het schip ongehoorde daden en werd de schrik van iedere eerzame koopvaardig. De buitengewone vlugheid van zijn vaartuig stelde hem in staat ieder schip in te halen, iedere vervolger te ontvluchten en met een bijna spookachtige snelheid zich op plaatsen te bevinden waar men hem somtijds honderden mijlen van verwijderd waande. Was reeds bij het leven van Halen die snelheid van het schip een raadsel geweest, nu verenigde zich met dat onbegrijpelijke nog de vreemde naam en de vrees voor de bloedige vreedheid der bemanning. En zo ontstond onder het zeevolk van die tijden langzamerhand gemakkelijk de legende van het spookschip de Vliegende Hollander. Want geen mens was toenmaals bijgeloviger dan de zeeman. Hoevele natuurverschijnselen deden zich ook aan hem voor. Verschijnselen die thans door de wetenschap verklaard worden, maar vroeger wel aan de invloed van goede of boze geesten moesten worden toegeschreven. Het eenzame, stille van de nacht maakte des zeemans gemoed ontvankelijk voor allerlei fantastische indrukken. In de wind, die door het wand zuisde, klonken hem de stemmen van bovenaardse wezens tegen, nu eens lispelend, jolig en blij, dan weer weemoedig, huilend, snerpend. Uit de grillige wolkgevaarten, uit het schuim der golven, in dartelend gespeel met het licht der maan, of dreigend uit de pinkdonkere nacht opstijgend en weer wegdompelend in de diepte, toverde zijn verbeeldingskracht hem nu eens de lieflijkste en dan weer de afgrijzelijkste gedaanten voor de geest, en bracht hem al het wonderlijke in herinnering dat hij van zijn jeugd af reeds had horen verhalen. Wat hij destijds bij zulke verhaal voor zijn verbeelding zag, meende hij nu werkelijk te zien, en vandaar ook dat er toen maar weinig zeelui waren, die niet zwoeren bij hun ziel en zaligheid, dat zij op hun reizen één of meermalen het spookschip de Vliegende Hollander waren tegengekomen. De manschappen waren slechts vier in getal, de kapitein, de bootsman, de kok en één matroos, allen stokoude grijsaards, die stadig in de kajuit op elkanders ziel zaten te dobbelen tot op de jongste dag, terwijl hun schip rusteloos voortzwelde, in zijn vaart verlicht door vlammen, die langs de masten en de raas rondflikkerden. De zeilen waren grauw als aarde, en de vlaggen waren vaal als de verbleekte kleuren van doodskransen. Leeg was het dek, geen stuurman stond aan het roer. De vaart van het schip geleek een vlucht. Het te ontmoeten was als een vloek, en voorspelde onheil aan de bodem, die dat te beurt viel. Gelijk een stormvogel vloog het voort, ook zelfs bij volkomen windstilte, en alle die het aanschouwden gingen ijskoude rilling door de leden. Zo eilde het spookschip de wateren over, en zo moest het blijven voorteilen tot in eeuwigheid. Het einde van hoofdstuk 10, einde van De Vliegende Hollander van P. Visser.